Well. Goed, dames en heren, de vergadering is geopend. Mevrouw de Meulemeester, de heer Engelbos, de heer Parijs, de heer Ronsen en mevrouw Toorn zijn afwezig wegens ambtsverplichtingen. Mevrouw Copé, mevrouw Fournier en mevrouw Vermeulen zijn afwezig wegens familieverplichtingen. Manuele van Werden is afwezig om gezondheidsredenen en mevrouw Cindy Frans is afwezig wegens moederschapsverlof. Dames en heren, bij brief van 29 april 2016 heeft mevrouw Annemie Turtelboom met onmiddellijke ingang ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering. Vraagt iemand daaromtrent het woord? Nee. Dan de plenaire vergadering neemt akte van het ontslag. Meneer volksvertegenwoordiger Tomlijn, zou u op uw plaats kunnen uw plaats willen nemen op. Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van een lid van de Vlaamse regering. Conform artikel 60, paragraaf 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de vorming van de instellingen, heb ik een voordrachttijd ontvangen waarop de heer Bart Tomelijn als lid van de Vlaamse regering worden voorgedragen. Die lijst is ondertekend door een volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Bijgevolg verklaar ik de heer Bart Tomelijn verkozen tot lid van de Vlaamse regering. Overeenkomstig artikel 62 van vermelde wet nodig ik hem uit hiervooraan in het halfrond plaats te komen nemen om er de eed in mijn handen af te leggen. Ik weet nooit, hè? Dat ik iets vergeet. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zal u mededeling doen van uw benoeming. Dank u wel. Ik wens u van harte feliciteren. En de uitgedaagde die moet aan de hand zijn. Nee? Ja. Is dat, hè? Ja, dat is wel. Voilà. Minister Tomelijn, ik zal u ook akte geven van uw eedaflegging. Nee, u hoeft niks te doen. Dames en heren, krachtens artikel 5, paragraaf 2 van de bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen heeft de heer Bart Tomelijn door zijn eedaflegging als lid van de Vlaamse regering geen zitting meer in het Vlaams parlement.
De opvolger die in aanmerking komt om voor de duur van zijn lidmaatschap van de Vlaamse regering te vervangen is mevrouw Emily Talpen. Mevrouw Emily Talpen zetelde tot en met zondag 1 mei 2016 reeds in het Vlaams parlement als plaatsvervanger. Ik stel dan ook voor niet opnieuw over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Emily Talpen. Is het parlement het hiermee eens? Zij woont nog altijd in het Vlaams gewest en voor de rest is alles in orde. Dus ik roep mevrouw Emily Talpen uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger. En nodig haar uit aan het sprekersstoelte de grondwettelijke eed af te leggen die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Talpen, het zal u duidelijk zijn dat ik u namens alle collega's opnieuw van harte welkom heet in het Vlaams parlement. Dames en heren, bij brief van 4 mei 2016 delen de heer Bart Somers, voorzitter van de Open VLD-fractie, en mevrouw Emily Talpen, dat mevrouw Emily Talpen deel uitmaakt van de Open VLD-fractie. Dames en heren, voor de Open VLD-fractie neemt mevrouw Emily Talpen opnieuw haar plaats in als vastlid in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en als plaatsvervangend lid in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werd op de bankrot gedeeld. Dames en heren, om de Vlaamse regering in de gelegenheid te stellen de bevoegdheden van haar leden opnieuw te bepalen, is de plenaire vergadering zo lang geschorst. We binnen hier. Goed, dames en heren, de vergadering wordt hervat. Ik zal het uiteindelijk toch niet doen. Dames en heren, de orde is het actualiteitsdebat over het energiebeleid van de Vlaamse regering. Het debat is geopend. Ik geef het woord aan de minister-president. Meneer de voorzitter, geachte collega's, meer dan 10%, dat is ons doel tegen 2020, dat is onze uitdaging. Vandaag halen we amper 5%. Ons aandeel hernieuwbare energie moeten we dus op 4 jaar tijd verdubbelen. En na 2020 wordt de inspanning nog groter. Vlaanderen is dicht bevolkt, is een logistieke draaischijf en heeft een energieintensieve industrie die voor welvaart zorgt. Maar onze natuurlijke bronnen zijn beperkt. We beschikken niet over dezelfde mogelijkheden als Schotland, Zweden, Spanje. En toch zijn we ambitieus. Toch? Minister Tommelijn zal zo komen. Ik heb het woord gekregen, collega's. Mag ik... Nee, doe je maar, minister-president. U krijgt het woord. Collega's die minder geïnteresseerd zijn, kunnen misschien eventjes buiten gaan. Wij willen gewoon dat de minister van Energie hier komt. Het leek ons toch een klein beetje eigenaardig, meneer de voorzitter, dat los van het belang dat we aan de minister-president hechten natuurlijk, dat de kersvers aangeduide bevoegde minister van Energie aan het begin van dit debat eigenlijk al gewoon niet aanwezig is. Ik weet niet of het symbolisch is om aan te duiden dat ook hij niks gaat zeggen in deze regering, maar het is op zijn minst ten opzichte van het parlement en ten opzichte van de regering toch een heel eigenaardig signaal om het actualiteitsdebat over energie te beginnen zonder dat de net ingezworen minister van Energie hier op de banken aanwezig is. Collega Tobak,
U laat mij starten. Ik neem aan dat u dan de correctheid, de beleefdheid hebt om mij te laten uitspreken. U had die opmerking in het begin kunnen maken. En ik kan u garanderen dat de minister bevoegd voor energie hier zal zijn op het moment dat debat gevoerd wordt. Ik spreek namens de hele regering. Dit is een tekst die goedkeurd is door de hele regering. Ik herhaal dus, collega's, Vlaanderen is dicht bevolkt. Vlaanderen is een logistieke draaischijf. Heeft een energie-intensieve industrie die, laat het ons niet vergeten, voor heel veel welvaart zorgt. Maar onze natuurlijke bronnen zijn beperkt. Wij beschikken niet over dezelfde mogelijkheden als landen zoals Schotland, Zweden of Spanje. En toch zijn we ambitieus. Toch zet deze Vlaamse regering volop in op de omslag naar een koolstofarme samenleving. Enkele weken geleden gaven collega Schoofrig en ik zelf het startschot met onze eerste grote klimaattop. En op de tweede top in het najaar willen we heel concrete engagementen van de industrie, van de distributiesector, van de bouwsector, van de landbouwsector, van de logistieke sector, van onderzoek en ontwikkeling, van alle overheden. Maar dat vergt een breed gedragen engagement van de hele samenleving. En als Vlaamse overheid willen we het voortouw nemen. Onlangs maakten we 300 miljoen euro vrij om voluit te kunnen investeren in klimaatmaatregelen. Om onze uitstoot drastisch te verminderen, om beduidend minder energie te verbruiken. En de uitdaging, collega's, is te investeren in hernieuwbare energie. Een belangrijk onderdeel in de transitie naar een koolstofarme samenleving. En daarom nemen we het engagement op ons om tegen 2020 in Vlaanderen 600 windmolens energie te laten opwekken. Samen met Annemie Turtelboom hebben we daartoe reeds belangrijke initiatieven genomen om de vergunningen voor windmolens op een fastlane traject te zetten. Collega's, afgelopen vrijdag nam Annemie Turtelboom haar ontslag. Mede namens alle collega's dank ik Annemie voor haar inzet, haar collegialiteit, haar loyaliteit als vice-minister-president, minister van Financiën en Begroting en minister van Energie. In haar persconferentie verwees ze naar een belangrijke beslissing die eerstdaags genomen diende te worden over de biomassa-centrale Bi in Gent. Na haar ontslag besliste de Vlaamse regering om haar bevoegdheden collegiaal uit te oefenen tot een nieuwe minister de eed zou hebben afgelegd. Dezelfde dag nog heb ik het advies dat dateert van 14 april opgevraagd bij het Vlaams Energieagentschap. En zaterdag hebben we dat advies ook gekregen. Op basis van dit advies besliste de regering maandag collegiaal dat, aangezien de noodzakelijke definitieve gegevens van de installatie door de steunaanvrager niet binnen de wettelijke termijn zijn aangeleverd, de voorlopige bendingfactor de jure vervalt en de actualisatie van de voorlopige bendingfactor zodoende geen voorwerp meer heeft. Ik verwijs nog even naar een korte historiek van het B-dossier. Op 30 september 2013 kende de toenmalige minister van Energie een voorlopige bendingfactor toe aan Bi Gent. Het VEA-advies oordeelt dat op het moment van de deadline van 21 februari 2016 het dossier van Bi als onvolledig moet worden beschouwd. De regering zag snel in dat ze dat negatieve advies van de administratie moest volgen. U begrijpt, collega's, dat ik niet concreter kan ingaan op de inhoud omwille van de grote graad van vertrouwelijkheid van het dossier dat met toepassing van artikel 90 voor u ter inzage ligt bij mevrouw de Griffier. Meneer de voorzitter, collega's, het wegvallen van de biomassa-centrale in Gent maakt onze doelstelling om meer dan 10% hernieuwbare energie te produceren
er niet eenvoudiger op. Wel in tegendeel. En het is goed hierover een debat te voeren. Het is een debat dat ons allemaal aanbelangt. Het is een debat over onze toekomst. En dit debat mag, moet gaan over de voor- en de nadelen van bepaalde vormen van hernieuwbare energie, waaronder biomassa. Weet, collega's, dat de vorige regering reeds in juni 2014 beslist heeft om voortaan geen groene stroomsubsidie meer te geven aan grootschalige biomassa-installaties boven 20 megawatt. Uiteraard voorzagen we wel in een overgangsregeling voor die projecten die al een voorlopige bending factor gekregen hadden. Collega's, elke belasting die kan verlaagd worden, vindt in mij een medestander. Maar laten we eerlijk communiceren. Met de beslissing over BIE verdwijnt de heffing niet. De minister van Energie verleende in juli 2015 een definitieve bending factor aan Langerlo. En die geldt voor 36 maanden. Maar geen illusies dus, collega's, nu we niet in de grootschalige biomassacentrale in Gent investeren, wordt de opdracht groter en bovendien dringend. En dat wordt een zeer moeilijke oefening. We zullen dus op alle mogelijke alternatieve bronnen moeten inzetten, zoals zon, wind, groene warmte, diepe geothermie. En uiteraard hebben ook al die investeringen hun kostprijs. En bovendien moeten ook nog de schulden uit het verleden betaald worden. Wat we met deze regering niet willen doen, is de factuur doorschuiven naar volgende regeringen, naar de volgende generaties, naar onze kinderen, naar onze kleinkinderen. En na 2020, collega's, komen er bovendien nog zwaardere engagementen op ons af. Ik verwijs naar de klimaattop in Parijs eind vorig jaar. Laten we dus duidelijk zijn. We laten onze klimaatdoelstellingen, we laten onze energiedoelstellingen niet los. En collega Bart Tommelijn, die ik bij deze feliciteer, dubbel feliciteer, met zijn benoeming als vice-minister-president van Financiën en Begroting en minister van Energie en met zijn verjaardag, collega's. Collega Bart Tommelijn zal dus een omvattend energieplan opmaken en zal ook een energietop organiseren. Bart, veel succes daarbij. Collega's, ik zie in de discussies van de voorbije dagen een aantal positieve evoluties. Ik stel vast dat er in dit parlement, ook in de samenleving, een hele brede meerderheid bestaat over de grenzen hier van meerderheid en oppositie heen voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen. En dat is bijzonder belangrijk. De uitdaging is nu om die vastberadenheid om te zetten in daden, om te zetten in investeringen, om te zetten in resultaten. Dat is de ambitie van deze Vlaamse regering. Daar zullen zowel minister Tommelijn als minister Schouwvliege als de hele Vlaamse regering bijzonder hard aan werken. En tegelijk stel ik vast dat er ook bij burgers, bij bedrijven, steeds meer voluntarisme groeit om mee de handen uit de mouwen te steken om concrete klimaat-energie-engagementen aan te gaan. En dat zal ook het doel zijn van de energietop die collega Tommelijn zal organiseren. En ik roep collega's de Europese Commissie op om een tweede plan Juncker te lanceren. Versterk daarmee de interconnectiviteit tussen de Europese lidstaten. En dit wordt dan, collega's, een ongelooflijk lonende investering voor onze economie, voor ons klimaat, ook voor Europese solidariteit. En collega's, over uw hoofden heen richt ik mij tot heel Vlaanderen. Ik verwacht actieve inspanningen, ik verwacht actieve engagementen van de industrie, van de logistieke sector, van de landbouw, van de bouwsector, om te innoveren, om te investeren in hernieuwbare energie, in energie-efficiëntere productie,
producten en gebouwen. Tienduizenden vierkante meter daken van industriële gebouwen, van distributiebedrijven, van warenhuizen zijn uitstekende plaatsen voor zonnepanelen. Ik verwacht en ik doe een appel op de burgers in, het engagement van iedereen, ook van onze ondernemers. En ik richt me ook tot alle Vlamingen. Isoleer je woning. Investeer in hernieuwbare energie. Laat je verzet tegen windmolens varen. Ze maken, collega's, deel uit van ons landschap. Zo bouw je mee, bouwen we allemaal samen aan de toekomst van onze kinderen, aan de toekomst van onze kleinkinderen. Vincere insieme, samen winnen. Dank u. Dank u wel, minister-president. Ik geef nu het woord aan de heer Soska. Spreektijd is 5 minuten. Voorzitter, collega's, ministers, als de afgelopen politieke week een wielerkoers zou zijn geweest, dan is Annemie Turtelboom op vrijdag hard gevallen. Dan hebt u, meneer Tomlijn, geprobeerd om nog voor de start zo snel mogelijk uw achterstand op het peloton in te lopen. Ik vermoed dat u een motortje in uw fiets had. En dan heeft Geert Bourgeois zonder veel medelijden u gewoon de gracht ingereden. Mevrouw Rutte, de manier waarop u met mensen, met ministerposten en oekases jongleert in de pers, de manier waarop u, om de problemen in uw partij op te lossen, de boel in brand steekt, ik vind dat beneden alle pijl. En meneer Bourgeois, meneer de minister-president, in plaats van u boven de politieke spelletjes te zetten en uw ploeg bij elkaar te houden, wat toch voor een regeringsleider nodig is, kiest u er eigenlijk voor om een van uw coalitiepartners openlijk te vernederen. Openlijk te vernederen. Mevrouw Rutte, meneer Bourgeois, als u zich binnenkort afvraagt waarom het vertrouwen in de politiek zo laag is, dan zou ik niet te ver gaan zoeken. Inhoudelijk. Als er één ding positief is, collega's, aan de vaudeville van de afgelopen weken, dan is het wel dat het Vlaamse energiebeleid van deze Vlaamse regering opnieuw ter discussie staat. En dat we vragen kunnen stellen. En dat er een momentum is. Een momentum om het over een andere boeg te gooien. Een momentum om een beleid te voeren dat veel rationeler is, veel slimmer, energie-efficiënter, veel betaalbaarder dan hetgeen in het verleden. Want uw Vlaams energiebeleid, beste Vlaamse regering, zat eigenlijk op een doodspoor met de biomassa-centrales. En vandaar, gezien de actualiteit, vraagt mijn fractie u 3 dingen. 1. Stop met de steun voor de grote biomassa-centrales in het meervoud. U kan de Vlaming niet uitleggen als biomassa slecht is in Gent. Waarom zou het dan goed zijn in Genk? Dus, met andere woorden, minister Tomlijn, ik denk een van de eerste opdrachten die u moet doen, is vooral juridisch gaan onderzoeken hoe we het contract in Genk eigenlijk kunnen stopzetten. Want u kan aan de Vlaming niet uitleggen, en dat is ook niet uit te leggen, dat we hout vanuit de andere kant van de wereld en houtafval naar Vlaanderen gaan voeren, dat we het daar gaan verstoken om er energie uit te winnen en het dan nog gaan proberen verkopen als groen en duurzaam. Dat is de eerste vraag vanuit de Groenfractie. Vraag 2. Schrap, en ik heb begrepen dat de minister en de Vlaamse regering niet tot dat inzicht is gekomen, maar schrap die onrechtvaardige turteltax, iets wat u trouwens zelf regelmatig vraagt in de pers, mevrouw Rutte. Minister-president, luister naar de Vlamingen. U moet ze niet alleen toespreken, u moet er ook naar luisteren. U krijgt dit niet uitgelegd, dat elke Vlaming een oneerlijke vlaktax van 100 euro moet betalen, los van zijn verbruik, los van het feit of hij alleenstaand is of niet. Gezinnen, bedrijven, kleine bedrijven vooral, die draaien op voor de factuur. De grote bedrijven die laat u eigenlijk met rust. Uw tax is niet alleen ongrondwettelijk, uw tax is ook treft eigenlijk een aantal mensen die je de dag van vandaag eigenlijk zou moeten sparen.
Gebruik dat momentum. Schrap die turteltax, kom met een beter, een eerlijker en een rechtvaardiger systeem. Zorg, minister Tommelijn, dat die turteltax geen tommeltol wordt. Dat zou bijzonder jammer zijn. En tenslotte, de derde vraag die ik hier vanuit de Groenfractie voorleg. Kom met dat energieplan, u hebt het aangekondigd, en stop met dat stop-and-go-beleid van de afgelopen jaren. Het draagvlak rond hernieuwbare energie is de afgelopen jaren afgebrokkeld. Afgebrokkeld door het klungelbeleid, afgebrokkeld door een flip-flop-beleid. Dan gaan we voor het ene, dan gaan we het voor het andere. En nochtans heeft hernieuwbare energie een geweldig potentieel. Een geweldig potentieel. En er is nu misschien wat tegenwind, meneer de minister, maar een Flandrien die heeft daar eigenlijk geen last van. Die kan tegen de wind in. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. Het succes van de Duitse energiewende ligt in het betrekken van de burgers. Maar liefst 42% van de nieuwe energieinstallaties is in handen van burgers. Is in handen van gewone mensen. Betrokkenheid. En meneer de minister, dat is hetgeen wat ik van u verwacht. Betrokkenheid, inspiratie. Als we zien hoeveel spaargeld er op spaarboekje staat dat niet rendeert, dan is het uw taak, is het onze taak om de Vlaming over de streep te trekken en samen te investeren in hernieuwbare energie. Dat zijn dingen die u moet samenbrengen. Werk ook die administratieve struikelblokken weg. Werk bijvoorbeeld de fast lane. Ga snel, doe dat, zet dat positief in. En tenslotte, zorg er eigenlijk ook voor dat als ik energie produceer, ik dan ook aan mijn buurman energie kan leveren zonder dat ik moet voldoen aan de hoge wettelijke eisen voor een distributienetbedrijf. Ik sluit af, voorzitter, niet evident op 5 minuten. Ik sluit af, mijn partij zal het u makkelijk maken, mijn fractie zal het u makkelijk maken. Ik ga de 3 eisen die ik geformuleerd heb, stop met de massale steun aan grote biomassacentrales. Schrap de turteltax en kom met een rechtvaardig, eerlijk systeem dat focust op rechtvaardigheid. En ten derde, kom met een goed Vlaams energieplan dat geen flip-flop-beleid inhoudt, maar dat de volgende jaren samen aanpakt. Die 3 dingen zal ik in een motie neerleggen. En dan hoop ik, collega's, dat u volmondig, niet enkel in de pers, maar ook hier kan steunen. Op die manier krijgt het Vlaamse energiebeleid van deze Vlaamse regering en ook deze minister de wind mee. En als je wind mee hebt, dan fiets je een pak makkelijker. Dank u wel. Beste collega's, sta mij vereerst toe om toch een woord van dank uit te spreken aan Annemie Turtelboom voor de samenwerking die we gehad hebben in de commissie en hier in dit Vlaams parlement. Ik vind het belangrijk om dit te kunnen zeggen, want ook achter iedere functie staat een mens, staat een persoon. En politiek kan inderdaad hard zijn en kan snel gaan. En het ontslag wordt geassocieerd aan de turteltax. En daar zal nog veel over geschreven worden. En die is inderdaad door Annemie Turtelboom als bevoegd minister voor Energie ingevoerd. Maar vooral en uitsluitend om de schuld uit het verleden te financieren. Om die schuld weg te werken. En daartegenover moeten ook investeringen gebeuren voor de toekomst. We willen allen kamerbreed de klimaatdoelstelling halen tegen 2020. En dat betekent minder uitstoot, efficiënter en meer hernieuwbare energie. Mag Jan de Boek worden, meneer Dufra? Liefst niet? Nee. Oh, nee. Leuk. Ja, goed, okay. Ga je rustig verder. En die klimaatdoelstelling halen, dit is niet gratis. Dit is een enorme uitdaging. En het is een verhaal van En. En daarvoor moeten we werken op alle fronten. De eerste belangrijkste front, energievisie, energiepact. Die moest gestart worden in september 2015. En die visie, die pact,
moet vooral weergeven waar staan we nu, waar moeten we staan in 2020, waar willen we staan in 2030, waar willen we staan in 2050. Samen het recht uitwerken met alle mogelijke stakeholders om zo te komen tot een bindend iets. Een tweede front, energienorm. Hoe kunnen we de toekomst correcte prijzen vergelijken tussen gezinnen hier en in het buitenland, tussen KMO's hier en in het buitenland en voor de grote industrie hier en in het buitenland? Slimme meters moeten dringend uitgerold worden. Ze zijn nu nog altijd niet vervat in het technisch reglement. De hervorming van de regulator. Het dossier restwarmte en groene warmte, waar al heel veel vragen over gesteld zijn in de commissie, maar waar nog veel onduidelijkheden zijn, vooral als het gaat over de energieprestatieregelgeving. Deze energieprestatieregelgeving die moet dringend gemoderniseerd worden. Daar is veel werk aan. Die moet aangepast worden volgens de toekomstige EU-richtlijn, de S-schil. Moderne, flexibele, dynamische tarieven. We kunnen niet meer in de toekomst leven met simpelweg een dag- en een nachttarief. Uw tarief zal in de toekomst zijn in functie van capaciteit, beschikbaar, niet beschikbaar, is de hernieuwbaar beschikbaar, is het niet beschikbaar. En dit moet dus ook volledig hervormd worden. Het uitwerken van het klimaatfonds, waar volgens mij heel veel goede dingen in staan. Onder meer dat de Vlaamse overheid zijn eigen gebouwen ook zal aanpakken, energie-efficiënter zal maken, onder andere met de samenwerking met het Vlaams energiebedrijf. En onze fractie werkt er ook heel hard aan mee. We hebben zelf ook al een conceptnota geschreven rond zonnedelen. Dat is een burgercoöperatief. Dat is crowdsourcing. We hebben zelf ook al een conceptnota geschreven rond batterijtechnologie. Met andere woorden, wij zijn inderdaad heel constructief. Maar wij vragen u ook om dan dringend, maar ook heel dringend van heel wat zaken, dringend werk te maken. Wat willen wij in Globo als N-VA-fractie? We willen investeren in de juiste technologie. Dat betekent voor mij kostenefficiënt en duurzaam. We willen als fractie investeren in energie-efficiëntie. Met andere woorden, de toekomst, dat is met minder en vooral slimmer. Meneer de nieuwe minister Tommelijn. Bart, ja? Ja, Bart. Allee, Bart. Uw partij heeft het u zwaar en moeilijk gemaakt. En de verwachtingen, maar ook de onze, zijn enorm. U moet een plan ommaken. Weliswaar nu zonder de biomassa-centrale van Gent en zonder dat het veel geld mag kosten. Er zijn heel wat fronten waarop dat moet gevochten, getrekt en gesleurd worden om het gedaan te krijgen. En we staan eigenlijk nog niet echt ver. Ik weet het. U bent ervoor gekend. U bent een man van daden. En ik vraag u het dan ook. Pak het aan en kom ASAP met een energieplan. Ik dank u. Meneer Beenders. Meneer Beenders. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, collega Giffroy, u ging nogal snel heen over de turteltax en verengde die meteen als zijnde die dient om het verleden op te lossen. Uiteraard moet het verleden opgelost worden, maar u vergeet hierbij te zeggen dat de grootste inkomsten van die turteltax dienen voor toekomstig beleid. Toekomstig beleid waar vandaag de dag keuzes zijn gemaakt om die uitgaven niet te doen. Ik denk aan de biomassa-centrale in Gent. De inkomsten van die turteltax die in de begroting staan, dienden dus ook om die biomassa-centrales te betalen. Er is nu gekozen zeg, laat meneer Beenders het Duits spreken, dan kunt u dan reageren. Meneer Beenders. Er is gekozen om die subsidies niet uit te keren, wat mij betreft ook een goede keuze. Maar de discussie over die turteltax die mocht wel wat uitvoeriger uitgelegd worden in uw betoog, vind ik. Want ik wil u dan nog eens expliciet vragen. Bent u bereid om die turteltax nu ook opnieuw op tafel te leggen? Of bent u het eens dat er meer dan 570.000 gezinnen meer dan 130 euro betalen? Dat er 20.000 gezinnen bijna een half maandloon moeten bijbetalen voor 770 euro turteltaxen betalen? Terwijl er 30 bedrijven in dit land 0 euro moeten bijdragen om onze klimaatdoelstellingen te halen. U haalt opnieuw de middelen bij de Vlamingen, terwijl die net al betaald hebben
om de kerncentrales te betalen. De afschrijvingen zijn gebeurd. En net nu ze winst maken, krijgen die bedrijven nog eens een belastingsvermindering. Dus ik vraag u opnieuw, nu u de kans heeft om opnieuw rond energiebeleid te discussiëren in de meerderheid, legt u die turteltax op tafel om ze eerlijker te maken, of Goed. Gaat u dat niet doen? Meneer Griffoy. Collega Beenders, u kunt achteraf de werkzaamheden raadplegen en dan zult u zien wat ik exact gezegd heb. En ik heb gezegd om de schuld uit het verleden te financieren en daartegenover ook investeringen voor de toekomst te doen om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Minder CO2, energie-efficiënter en meer hernieuwbare energie. Ik denk dat dat klaar en duidelijk is, ja? Maar natuurlijk, als u alles op één hoop smijt, nucleair, federaal, taxen hier enzovoort, en zo weer duizenden, honderdduizenden gezinnen. Nee, wij in VA-fractie zijn heel duidelijk. Iedere heffing is as such te veel. Maar ik ga nu niet de Vlamingen wijsmaken dat u zomaar dit kunt even verminderen. Ik wil eerst een duidelijk energieplan zien. En dit moet komen van de energieminister, die we gaan bediscussiëren. Die we gaan bediscussiëren in de commissie en daarna eventueel hier in het parlement. En daarvoor doe je eigenlijk geen uitspraken. Meneer Beenders. Ja, collega Griffoy, eigenlijk geeft u het antwoord, maar u handelt er niet naar. U zegt, ik wil eerst een plan en dan wil ik bekijken hoe het gefinancierd moet worden. Lois? U heeft vandaag inkomsten ingeschreven, rekening houdend met een biomassacentrale die u nu niet gaat toekennen. Dus u kan toch net zo goed vandaag beslissen om die turteltax nu in te trekken, een nieuw plan te maken om onze doelstellingen te halen en dan een eerlijke manier beslissen om die financiering te betalen. Dat is toch logisch? U zegt dat u iets wegneemt, u zegt niet hoe u de doelstelling zult halen, maar u zegt wel hoe u het even zult financieren. Ik zeg heel duidelijk dat de financiering om de evolutie naar hernieuwbare energie te garanderen mogelijk te maken, dat het op een eerlijke manier moet gebeuren. U kiest ervoor om de 30 grootste industriële bedrijven 0 euro te laten betalen om die transitie naar hernieuwbare energie mogelijk te maken. U kiest ervoor om de gezinnen die al hebben bijgedragen om die kerncentrales af te betalen, om die opnieuw een tax op hun brood te leggen, namelijk de turteltax. Dit is geen eerlijke keuze. Meneer Beenders. Meneer Griffoy. De vorige zesde staatshervorming waar u aan meegewerkt heeft, heeft er inderdaad voor gezorgd dat die derde Vlaamse bedrijven inderdaad nog federaal aangesloten zijn op een hoogspanningsnet. Dat weet u even goed als ik. Meneer Tobak. Ja, meneer Griffoy. Ik moet uw lef en uw moed bewonderen. Want ik zal u zeggen waar ik met u eens ben. Ja, we zouden inderdaad wel een plan mogen hebben om vooruit te gaan. Want als het gaat over hernieuwbare energie, als het gaat over klimaatdoelstellingen, als het gaat over het beleid dat we daarin kunnen bieden, dit is een opportuniteit om na de derde industriële revolutie die we ooit verkocht hebben in Vlaanderen, die vierde industriële revolutie te doen. Dit is geen zaak van problemen, van moeilijkheden, lasten met de nadelen van hernieuwbare energiebronnen, meneer de minister-president, zoals u daar straks zei. Dit is een verhaal, of het zou kunnen een verhaal zijn, van opportuniteiten. Waar trouwens nogal wat vooruitstrevende bedrijven in Vlaanderen al maanden en al jaren nu op staan te roepen en op zitten te wachten. Dus ja, we hebben nood aan een plan. Maar u moet toch nogal lef hebben om daar te staan op dit ogenblik, terwijl uw regering eigenlijk al 2 jaar in functie is, en nu hier met een uitgestreken gezicht op de tribune te komen staan te zeggen van, weet je wat, nu hebben we nood aan een plan. U had al 2 jaar nood aan een plan. En in die 2 jaar heeft u, ik zal het niet aan meneer Tommelijn verwijten, maar aan u en aan de andere leden van deze regering, heeft u al op alle mogelijke manieren geschikaneerd, geremd, tegengewerkt, rondgedraaid. Ik ga u één voorbeeld geven. Ik ga u één voorbeeld geven. 3 dagen geleden, zondag, hoorde ik deze minister-president met heel veel applaus zeggen, die biomassacentrales, die hebben we absoluut nodig. De maandag om 5 uur was diezelfde minister-president, als het was om meneer Tommelijn zijn pennenzak te kunnen afpakken, bereid om op 5 minuten per elektronische ministerraad te zeggen, die biomassacentrales, die schrappen we. Dit beleid, meneer de minister-president, ik zal mij tot u richten, dit beleid op een sector die voor de toekomst van onze industrie, van onze energievoorziening, van onze samenleving en onze planeet zo cruciaal is. Uw beleid is een windmolen, hè? Het draait continu rond, maar het gaat geen millimeter vooruit. APPLAUS.
Minister-president. En het allerergste, en als u mij nog toelaat om mijn zin af te maken, meneer de voorzitter, het allerergste is dat verschil met die windmolen. Die windmolen die produceert tenminste nog iets. Die windmolen die produceert energie, die produceert elektriciteit. Het enige wat uw regering doet voor dat ronddraaien, is aan de Vlaming facturen sturen waarvoor u niks in de plaats kunt zetten. Zeg nu eens, al die Belgen, al die Vlamingen die uw factuur hebben gekregen, al die Vlamingen die uw factuur van de turteltax hebben gekregen in de afgelopen weken, zeg nu eens wat u daar in de twee voorbije jaren al heeft tegenovergesteld. Minister-president. En of u in staat bent van iets tegenover te stellen in de volgende jaren. Minister-president. Dat is nee. In de voorste collega Tobak, als er iemand de slag van de molen gekregen heeft, dan is het wel de SPA. Ik zou in uw geval samen met deze meerderheid, met deze regering, vooruitkijken en vooral niet te veel de aandacht vestigen op het beleid dat u gevoerd hebt. Op dit ogenblik, collega's, betalen in Vlaanderen de gezinnen en de bedrijven meer voor de groene energiefactuur dan de omringende landen zonder de recente bijkomende heffing. Dat is het gevolg van een beleid uit het verleden. Voor de zonnepanelen betalen we over de hele periode 14 miljard euro met eenzelfde resultaat in vermogen als de biomassa centrale die er door u gekomen is, die u goedgekeurd hebt. En die biomassa-centrale in Gent, als die wegvalt, betekent dat 2 miljard euro minder. Maar met de lasten uit het verleden blijven we opgezet. En er was dus een energieplan. En of het sluitend was of we de 10,3 zouden halen met de vorige regering, dat durf ik niet te zeggen. Maar waar u wel de moed zou moeten voor hebben, dat is te zeggen dat u met uw partij, samen met andere partijen, vorige regeerperiode een energieplan ontwikkeld hebt, waarin twee belangrijke, hele belangrijke componenten waren om aan de hernieuwbare energie te komen. En dat waren twee biomassa-centrales die er absoluut moesten komen volgens de toenmalige minister van Energie. En dat was Bie in Gent en dat is Langerlo. En voor Langerlo is er ondertussen een definitieve bendingfactor. En zelf is hier het woord contract gevallen. En dus diegenen die nu zeggen, hou daar nu maar mee op, blaas dat op. Ik stel voor, collega's, om dat allemaal rustig te bekijken. En de minister de kans te geven om vaststellende dat er in de samenleving voor het beleid waar u mee voor gekozen hebt, en ik druk me dan heel zacht uit, dat er in de samenleving nauwelijks of geen draagvlak meer is voor die biomassa-centrales, te kijken of er alternatieven zijn. En ik herhaal, welke alternatieven er ook komen, ze zullen geld kosten. Ze zullen geld kosten. Het equivalent van de beide biomassa-centrales is 900 tot 1000 windmolens met een vermogen van 2,3 en dan nog rekening houdend met een windverschil aan de kust en elders in het land. Die zullen geld kosten. En dus die factuur, die moet betaald worden. En wees nu eens eerlijk, de Vlaming, de Vlaamse gezinnen, de Vlaamse bedrijven, die betalen al meer dan de omringende landen. En onze bedrijven inderdaad zijn niet competitief. Omwille van twee redenen, dat is de loonkost en de energiekost. En wat wij gedaan hebben met collega Turtelboom, dat is bij het invoeren van... Die moeten betaald worden. We hebben niet gedaan zoals u die 2 miljard daar opgepot en de prijzen bevroren. Zo kan niemand betalen. Alsjeblieft. Ik wil... Ik dacht...
Ik dacht dat we in Vlaanderen de sociaaldemocratie hadden, in het zuiden van het land de socialisme. En daar weten we dat ze zeggen, de schulden ontstaan vanzelf en gaan vanzelf weg. Maar blijkbaar zit u ook op die lijn. Hè? Wel nu, dat is niet zo. Schulden verdwijnen niet vanzelf. Die moeten betaald worden. En wij nemen onze verantwoordelijkheid, dus zoals ik daar straks gezegd heb, collega's. Na 2020 komen er bijkomende inspanningen. In Parijs heeft de Europese Unie zich gecommitteerd tot 40% CO2-reductie, tot 27% hernieuwbare, tot 27% energie-efficiëntie. Wat wij gedaan hebben met collega Turtelboom, dat is een zeer evenwichtige heffing. Dat is inderdaad niet op het verbruik waar de gezinnen meer zouden betalen, gezinnen en KMO's meer zouden betalen dan met de heffing, plus nog eens BTW zouden betalen. We hebben de laagste inkomens. Er is in Vlaanderen, maar elke arm is er één te veel, maar we zitten gelukkig bij de beste van Europa, zijn er 10-11% armen. Wel nu, die betalen een 25% maar. Die krijgen een reductie van 75% op die heffing. Die moeten geen BTW betalen. En inderdaad, voor de hele grote bedrijven is er geen proportionele, want dan zijn we compleet uit de markt en dan hebben we de vraag over, houden we onze welvaart in stand, gaan we jobs blijven behouden hier of gaan we alle bedrijven wegjagen. Wij moeten aan de competitiviteit werken. En er is geen stop-and-go-beleid. En ik zeg dat ook ten aanzien van de vorige minister. Er is hier geen stop-and-go-beleid, zoals in andere landen. Er is een consequent beleid gevoerd, met altijd dezelfde manier van politiek voeren. En de parameters zijn veranderd. En inderdaad, de subsidiering van de zonnepanelen is verminderd. Wat mij betreft te laat, maar ze is verminderd. Maar het beleid is consequent geweest al die tijd. Dat is niet stop en go geweest. Wat we nu vaststellen, dat is dat voor de biomassa-centrales er geen draagvlak meer is. Niet in de samenleving, niet in de politiek. Maar wees zo eerlijk om te zeggen dat u het geïnitieerd hebt. Dat u de voorlopige bendingfactoren toegekend hebt, dat u dit beschouwde als een onderdeel om aan die hernieuwbare energie te komen. Ik kan u stapels mails voorleggen van de meerwisseling op kabinetsniveau om aan te tonen wie de drijvende krachten waren daarachter. En dus, laat ons vooruitkijken. En als u doorgaat met die spelletjes, hè, dan bent u verkeerd bezig. Wij moeten die doelstellingen halen. We moeten in 2020 die doelstellingen gaan. En dat zal alleen gaan met innoveren. En ik stel vast dat heel veel mensen daartoe bereid zijn. Dat bedrijven daartoe bereid zijn. En met alle problemen die er geweest zijn in het verleden en de problemen die we nog zullen hebben, kunnen we er alleen komen als we consequent de overheden, de bedrijven, de burgers samenwerken. En houd uw spelletjes voor u, dat soort verleden. Meneer Tobak. Ik stel met genoegen vast, en waarschijnlijk vele Vlamingen met mij, meneer de voorzitter, dat de meerderheid nog in staat is om één ding gezamenlijk te doen, als in de handen klappen. En eerlijk gezegd, meneer de minister-president, het getuigt opnieuw van een poging om u hier met bluf uit het moeras te trekken bij uw eigen haren. Want u moet toch maar durven over spelletjes praten ten opzichte van anderen. Na al wat we in de voorbije week en zelfs maar in de voorbije 3-4 dagen in uw eigen meerderheid, in uw eigen regering, in dit parlement hebben gezien van wat er allemaal gebeurd is. Niks daarvan lag aan de oppositie. Alles daarvan heeft u in uw regering gedaan. Het schouwspel van uw inderhaast bij elkaar geroepen elektronische ministerraad. Het schouwspel van het vertrek van mevrouw Turtelboom. De wisselende verklaringen op tijd van 24 uur. Alle richtingen tegelijk uit door alle verschillende meerderheidspartijen. U moet toch wel lef hebben, na dat soort van schouwspel dat u aan de burger heeft tentoongespreid, om dan anderen van spelletjes te beschuldigen, meneer de minister-president. En ik wil er dus nog op ingaan. Want er is nog iets anders dat ik wel ongelooflijk straf vind. U geeft terecht aan dat inderdaad de burgers in dit land en de bedrijven in dit land op heel wat vlakken te veel betalen voor energie. Maar ook daar weer van een regeringscoalitie die in de afgelopen jaren BTW heeft verhoogd op elektriciteit en gas. Die in de afgelopen jaren gratis levering van elektriciteit aan gezinnen heeft
afgeschaft voor iedereen. Die het gedrocht van de turteltax in iedereen zijn portemonnee en door iedere Vlaming zijn strot heeft geduwd. Dan achteraf komen klagen dat de prijzen van energie te hoog zijn in dit land en proberen van dat te wijten aan uw voorgangers. Als dat geen spelletje is, dan is het in ieder geval onvoorstelbaar schaamteloos. Na wat er, meneer de minister-president, na wat er de afgelopen week gebeurd is in dit dossier, in deze nog een keer cruciale voor de toekomst van onze economie, cruciale sector, heeft u in ieder geval over dit domein alle recht verloren om nog naar het verleden te kijken, om de problemen van vandaag te verklaren. Want de problemen van vandaag, die creëert u zelf. Die biomassa-centrales, meneer de minister-president, daarvan zeggen we inderdaad, ik zal hem zelfs niet ontkennen, die zijn inderdaad ooit opgestart of geïnitieerd, zoals u het noemt, onder een vorige regering, waar trouwens u ook deel van uitmaakte. En ik wil heel graag de mails uit die geschiedenis, uit die periode zien. Ik herinner mij dat daar heel veel boeiende dingen in stonden in de mails van de vorige regeringscoalitie. Maar u zat daar ook in, voor alle duidelijkheid. Dus u schuift dat nu weg alsof u er niks mee te maken heeft. De situatie ten opzichte van toen, meneer de minister-president, en dat weten we allebei, alleen wisten wij het een beetje eerder of waren we een beetje eerder bereid om de conclusie te trekken, is veranderd. En dus het feit dat ze geïnitieerd zijn is één. Het feit dat een procedure in twee stappen u de gelegenheid geeft in deze legislatuur om die tweede stap niet toe te kennen, dat is ook een realiteit. En daar hebben we u al een jaar geleden toe opgeroepen. Neem de opportuniteit om daar nee tegen te zeggen, want in de geëvolueerde omstandigheden kan dit niet meer. We hebben u maanden geleden al gezegd van u hoeft die turteltax niet te doen als u nu zou de beslissing nemen om te stoppen met die biomassa-centrales. U heeft ze toen, en nog een keer, u heeft ze tot maandagavond met hand en tand verdedigd. En dus als we vandaag in deze soep zwemmen waar u nu in zit, dan is dat van de makelij van uw eigen regering. En u zou toch eens stilaan moeten beginnen. Ik zou bijna naar mevrouw Homans verwijzen om haar woorden eens ter harte te nemen. Want de boodschap die zij met veel overtuiging stuurt in deze plaats naar iedereen wie het moeilijk heeft in dit land, dat is namelijk, als het niet gaat, ligt het misschien aan uzelf en moet je in deze plaats daarnaar kijken. Misschien moet u dat voor deze regering, na wat u nu meemaakt, in de situatie waarin u nu zit, misschien moet u dat ook eens doen. In plaats van altijd de schuld op een ander te proberen steken, misschien ligt het wel aan u. Het ligt in dit geval zelfs zeker aan u. De tijd waarin u nog naar het verleden mocht verwijzen, meneer de minister-president, is na dit soort van circus is echt wel voorbij. Ga nu eens echt voluit. Niet voor woorden, maar voor daden. U vraagt actieve inspanningen. U vraagt serieuze engagementen van de industrie, van de burgers in dit land, van heel de samenleving, van alle sectoren. Ik citeer uit uw speech. Wel, wat al die mensen, al die burgers die turteltax betalen, al die industrie die wil investeren, al die ondernemers die vooruit willen van u vragen, dat is dat u ook eens een actieve inspanning en een actief engagement zou nemen in plaats van alleen maar holle woorden, want u trekt een heel mooie statige façade op, meneer de minister-president, maar daarachter geldt eigenlijk alleen maar een soort van ruïne waar de kleuters elkaar spennenzak aan het afpakken zijn, want dat is wat Vlamingen de afgelopen dagen gezien hebben. En daar is niemand nog bereid, om zijn turteltax voor te betalen. Hè. Dank u wel, voorzitter. Wel, ik begrijp dat collega Tobak het bijzonder moeilijk heeft om nog een discours te houden, om nog een pleidooi te ontwikkelen. Maar ik ga niet terugkeren op wat ik gezegd heb. Ik denk dat ik heel afdoende geantwoord heb. Ik wil nog twee zaken beklemtonen. Ik heb, collega Tobak, op geen enkel moment gezegd dat ik voor biomassa-centrales ben. Ik kan u de interviews tonen van de laatste week waarbij ik gezegd heb, ik zal er geen traan omplengen als dit niet doorgaat. Maar ik ben minister-president van de regering en wij leven in een rechtsstaat. En er waren voorlopige bendingfactoren toegekend aan B en er is een definitieve bendingfactor toegekend in Langerlo. En wij gaan dus niet de cowboy spelen en we gaan dus niet claims, de voorlopige bendingfactoren zijn toegekend onder de vorige regering. De definitieve bendingfactor is toegekend aan het eind van een normaal proces en had B voldaan aan de voorwaarden, dan zaten we inderdaad voor een zeer moeilijke situatie. Maar we hebben dus in tegenstelling tot wat u beweert, niet de kop in het zand gestoken, niet gevlucht voor daden, we zijn zeer daadkrachtig geweest. We hebben een advies van het Vlaams Energieagentschap dat zegt, dat dossier is niet oké. En onmiddellijk hebben we gezegd dat we er niet mee zouden doorgaan.
Wat ik wel nog eens wil zeggen, nu, heel duidelijk aan iedereen, dat is, als je de groene stroom van de biomassa-centrales niet hebt, dat je er andere zult moeten hebben. En dat je die zelf zult moeten produceren. Hoogstwaarschijnlijk, en we kijken uit, we hebben volle vertrouwen ook in het plan dat collega Tomlijn zal voorleggen, met een mix. Een mix van zon, van geothermie, van wind, van allerlei innovaties, eventueel met aankoop, maar dat het geld zal kosten, dat is zo. En als u het omgekeerd beweert, dan maakt u de mensen iets wijs, collega. Meneer Dane. Collega's, ik ben het vandaag met meneer Giffroy eens. Want wat zegt hij eigenlijk? Dit energiebeleid hangt met haken en ogen aan elkaar. Dat is wat u zegt. U heeft allemaal gezegd wat er niet is gebeurd, wat er best zou moeten gebeurd zijn. U bent de dragende partij in de regering, dus u zegt eigenlijk van, wij hebben niet kunnen doen wat we wilden doen. En u heeft misschien wel een paar interessante notas geschreven, die waren best wel interessant. Maar in de feite, als het op schaapscheren aankomt, is er heel weinig gebeurd. Dat is wat ik vaststel. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren in ons land van Vlaanderen? Dat is eerst en vooral, er moet een energiepact gesloten worden. Wij hebben samen, Kamerbreed hier had gestemd, al een jaar geleden. Daar waren heel strikte deadlines in vastgesteld. Daar is heel weinig tot niks in gebeurd. Dat is echt wel een vaststelling die ik met u deel. Dus op dat vlak weinig gebeurt. 0 op 10. Dan moet er duidelijkheid zijn rond de kernuitstap. Ik weet, dat is wel niet onze bevoegdheid. Maar wij hebben hier in dit parlement een debat gevoerd rond het belangenconflict. Dat onze hernieuwbare doelstellingen heel moeilijk kunnen gehaald worden. Omwille van die langer openblijven van de kerncentrales. Ook daar zwijgt u over. Maar dat is wel een feitelijkheid wat u precies negeert. U draait met zich met de rug naar toe en denkt van, er is geen probleem. Er is een gigantisch probleem. Dan moet er werk gemaakt worden van energieefficiëntie. En ook door het langer openen van die centrales is de energieprijs zodanig gedaald dat investeringen in energieefficiëntie minder tot niet meer gebeuren. Ook dat is een realiteit waar we voor staan en waar het heel moeilijk wordt om onze doelstellingen te halen. Dan is het ook heel belangrijk om te investeren in onderzoek naar datgene wat moet gebeuren op vlak van energienetwerken, op vlak van energieopslag. Ook daar worden veel te weinig middelen ingestoken. Dus ik deel uw mening. Er is heel weinig gebeurd. Er zou nog heel veel moeten gebeuren. En ik vraag me af wanneer dat zal gebeuren. Ik kijk met heel veel goesting en nu nog vertrouwen naar de nieuwe minister om daar werk van te maken. Maar als ik zie en hoor wat u nu heeft gezegd, mevrouw Giffa, dan ben ik daar toch wel heel sceptisch tegenover. Meneer Giffa? Ten eerste, ik ben inderdaad niet gespecialiseerd in het scheren van schapen. Ja. Maar ik heb inderdaad ook gezegd dat de nieuwe minister van Energie, Bart Tommelijn, dat hij inderdaad een zware opdracht heeft gekregen van de regering, maar dat ook zijn partij het hem niet gemakkelijk gemaakt heeft. De verwachtingen zijn enorm, ook onze verwachtingen zijn enorm. En ik steek inderdaad niet onder stoel of banken dat het inderdaad in de commissie Energie voor mij het vaak veel te traag ging en dat het vaak moesten de vragen hersteld worden om inderdaad tot een eindbeslissing te kunnen komen. Ik steek dat niet op stoel of banken en dus ik hoop inderdaad dat met deze man van West-Vlaanderen, ik ben ook van West-Vlaanderen, misschien daar iets te maken, dat er een andere aanpak komt, waardoor dat we inderdaad kunnen zeer snel komen tot een energieplan waar inderdaad die zaken zijn in verwerkt. Meneer Sinterbeen. Ja, voorzitter, misschien eerst vaststellen dat eigenlijk SPA keer op keer met hun tussenkomsten in hun eigen voeten schieten. Maar dat is uw probleem natuurlijk, meneer Tabak. Maar u slaagt er natuurlijk wel altijd in. En dat vind ik bijzonder spijtig. En dat zullen ongetwijfeld ook de kijkers spijtig vinden dat het dan uitdraait op een rondje zwarte pieten. Wie nu wel of niet de hoofdschuldig is van Hans Tibakkel. En u hebt gelijk natuurlijk wanneer u zegt dat ook de N-VA, de partij van de minister-president, in de vorige legislatuur mee het beleid heeft bepaald. Dat is toch een vaststelling die we moeten maken. Twee, wat de biomassa-centrales betreft en de minister-president zegt, ik heb gezegd, ik zou blij zijn als we daar vanaf zijn. Ik heb hier de verslagen bij van de commissies van januari en februari, de commissies Energie, waar eigenlijk een aantal collega's, zoals u, collega Griffoy, maar ook collega Schilds en ook collega Botuinen eigenlijk het nut van de biomassa-centrale in Gent niet in twijfel trokken. Zelfs in tegendeel. Zelfs collega Beenders, collega Danen lieten toch een kleine opening. En ik wil daaruit citeren, moest het nodig zijn.
Er is altijd door alle collega's een onderscheid gemaakt tussen de centrale enerzijds in Gent en de centrale in Langerlo die voorzien was. Dus nu plotseling zeggen jullie allemaal, waarschijnlijk een beetje meesurfen op de verontwaardiging in de media en alles. Het was trouwens geen mooi schouwspel, meneer de minister-president, wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Maar alle collega's, en zeker van de meerderheid, waren ervoor te vinden voor de biomassa-centrale in Gent en zeker Open VLD in Gent, zou ik zeggen. Drie, men gaat er hiervan uit dat alle Vlamingen achter de klimaatdoelstellingen staan en dat alle Vlamingen bereid zijn om daar persoonlijk iets voor te doen. Wel nu, meneer de minister-president, ik kom veel onder de mensen en als ik één ding hoor, is over die turteltax bijvoorbeeld, en inderdaad 2 miljard die vrijkomt, mensen zeggen, kunt je nu eigenlijk die turteltax, meneer Tomlijn, kunt je nu eindelijk die turteltax afschaffen? Dat zeggen de mensen in de straat en dat heeft trouwens ook uw voorzitter verklaard dat die 2 miljard die vrijkwam doordat de biomassa-centrale in Gent er niet kwam, dat zou gebruikt worden. En dat staat ook mevrouw Turtelboom. Turtelboom heeft dat in de commissie verschillende malen gesteld, dat zou gebruikt worden om de turteltax te verminderen. Minister-president, meneer Geffroy namens zijn fractie zegt, nee, dat wordt gebruikt voor nieuw beleid. Dat wil ik graag een keer willen weten van de minister-president. Als hij zegt, de turteltax zal niet verlaagd worden, als dat het standpunt is van de voltallige Vlaamse regering, maar in het weekend konden we toch ander, en misschien zal de collega van Open VLD daar straks op ingaan, maar ik zou toch willen weten van u, meneer de minister-president, als u zegt, het kan niet verlaagd worden, het kostenprijs zal, als dat een standpunt is van de gehele Vlaamse regering. En een laatste afsluitende, fundamentele vraag natuurlijk, meneer Geffroy, naar u toe en ook naar de andere collega straks, is of u van mening bent dat eigenlijk hernieuwbare energie, wat het ook mag wezen, alle alternatieven, alles die er bestaat. Want ik weet niet of dat u dat weet, kwestie van contracten gesproken over biomassa-centrale. Er zijn al contracten windenergie op zee, windenergie op land en dergelijke. Er zijn al tot 2030, 2038 op Vlaams en op federaal niveau voor 30 miljard contracten afgesloten. Ik weet niet of jullie dat allemaal beseffen. Maar bent u van mening dat telkens opnieuw moet afgewenteld worden op de burger, op de eindverbruiker? Meneer Geffroy. Ik wil eerst iets benaderen in verband met de uitspraken die gebeurd zijn in de commissie, waar dus inderdaad ook collega Schiltz, maar ook eigenlijk bij de oppositie, was er een vrij grote eensgezindheid, dat puur technisch, en dan spreek ik los van het negatief advies, ik spreek puur technisch, hè, puur technisch, dat je Langerlo en Max Green, die een oude kolencentrale is, omgebouwd met pellets, met een zeer laag elektrisch rendement, totaal niet kunt vergelijken met het project zoals Van Biederlag, met houtafval, met een hoger elektrisch rendement en mogelijkheid tot de warmtenet. Dat is de wachtwoord. En dan komt er een negatief advies. Een negatief advies is een negatief advies. En dat gebruikt Geert daarvoor een juridische term voor. En dan moet je daar ook bij aansluiten. Ik denk dat dat het grote verschil is. Op dat ogenblik was er nog geen advies. Ik denk ook dat ik heel duidelijk gezegd heb dat die heffing dient voor de schuld, dient voor de investering in de toekomst om onze klimaatdoelstelling te halen. We willen CO2 verminderen, we willen energie-efficiënter worden en we willen hernieuwbare energie optrekken naar het pijl waar het moet zijn. En u spreekt inderdaad van 30 miljard. En ik denk dat ook de boodschap van zowel de minister-president als van iedereen hier in de meerderheid heel duidelijk is. Als we willen overstappen naar een nieuwe energietransitie, dan zal dat niet vrijblijvend gebeuren, zoals sommigen proberen te beweren. Ja? Dat gebeurt niet vrijblijvend, dit kost centen. En de vraag is hoe die centen inderdaad democratisch en eerlijk moet verdelen. Maar daar zijn er al aanzetten gegeven geweest, maar wacht ik ook op het energieplan van minister Tomlijn. Meneer Sanctorum. Ja, collega's, meneer de minister-president, meneer Geffroy, ik heb er wel respect voor als er voortschrijdend inzicht ontstaat. Ja. Waarom zeg ik dat? Dat dat getuigt van moed, omdat het politiek geheugen nog wel vrij kort is. Hè? Want ik herinner mij nog niet zo lang geleden, een paar jaar terug, hevige debatten in de commissie Energie met toenmalig energiespecialist Lisbeth Homans, nu vice-minister-president. En haar betoog was, corrigeer me als het fout is, biomassa, dat is de toekomst.
Want dat is de meest kostenefficiënte oplossing. En de Open VLD had hetzelfde betoog. Dus het spijt mij, collega's, het is nu heel gemakkelijk om te verwijzen naar de SPA en de toenmalige minister. Maar kijk toch ook wel eens even in eigen boezem. Jullie hebben een signaal gegeven aan investeerders in Vlaanderen dat in biomassa moet geïnvesteerd worden. En dat was een foute keuze. En we hebben dat toen ook gezegd. Zon, wind, geothermie. Dat is de enige duurzame toekomst, omdat biomassa heel wat nadelen heeft. Niet alleen financieel, maar ook op vlak van duurzaamheid. Dus ja, er is maar één mogelijke conclusie vandaag, die kamerbreed wordt gesteund. Dat is dat er een energieplan moet komen. We hebben wel tijd verloren, maar er moet een duidelijk energieplan komen met duidelijke keuzes en, meneer de minister-president, niet alleen een oproep voor de Vlamingen, voor de ondernemingen, maar wel met de engagementen van de overheid zelf ook graag. Meneer Tobak, heel kort. Ja, met een heel concrete vraag aan meneer Griffroy. Er is mij toch iets mysterieus. Want u staat met heel veel overtuiging te zeggen, ja, energiebeleid in de toekomst gaat geld kosten. Ja, er zijn het toekomstig beleid, daar hebben we middelen voor nodig. En dat is belangrijk. En dus, en tot daar ben ik akkoord. En dan zegt u de volgende stap, en dus moeten we die turteltax hebben. Want dat is wat u bent hier de heffing. Meneer Griffroy, we gaan u tezij ik hallucineer. Ja, ik heb het woord. De vraagstelling tezij ik hallucineer, heeft u of u een heel kort geheugen, maar nog geen twee minuten geleden stond u te zeggen, we hebben die middelen nodig, dus die heffing die gaat er blijven. Dat zegt trouwens al de leden van de meerderheid. Nu, ik heb een heel simpele vraag. Er zijn heel veel domeinen waarin we in de toekomst moeten investeren, waar we allemaal akkoord zijn om te investeren, waarin we weten dat het absoluut noodzakelijk is om te investeren. En toch, wanneer we samen beslissen om scholen te bouwen en daarin te investeren, dan hebben we geen hildeheffing. Waarom is het dat wanneer het voor energie zou zijn, voor hernieuwbare energie zou zijn, voor toekomst van onze industrie zou zijn, dat per se, volgens deze meerderheid, met een aparte en liefst zo onrechtvaardig mogelijk verdeelde tax moet zijn, die iedereen op zijn bord krijgt, in plaats van zoals al de andere toekomstinvesteringen te doen via rechtvaardige belastingheffen en echte investeringen. Dat is een heel simpel. En ja, nu gaat de Gen nog een keer komen. Hè. Nu gaan wij die simpele vraag. Meneer Tobak, alsjeblieft. U mag dat nu heel luid roepen. Maar u mag nu echt niet meer denken dat u nog één mens in heel Vlaanderen kan overtuigen van het feit dat de turteltax geen belasting is. Hè. Ofwel zit u in weg wel spoken, ofwel hallucineert hij. Dit is een tax zoals alle andere taxen en een zeer onrechtvaardige. Dus stop met die huichelarij. Meneer Tobak. Allee, een simpele vraag. Ja, en meneer Griffroy. Ten eerste, collega, zou ik er toch willen op wijzen dat u mij waarschijnlijk nooit hebt kunnen betrappen op het gebruik van het woord tax. Tax. Nooit. U mocht alle verslagen nakijken. Net zo min of ik het evengoed dan kon genoemd hebben, factuur. Ja? Dus voor alle duidelijkheid, inderdaad, we spreken hier over een heffing. En ik spreek niet van de rest. Dit is een kwestie van eerbied ten overstaan van mensen. Misschien functies, maar mensen die erachter staan. Twee, je hebt eigenlijk maar beperkt... Collega Tobak, ik heb je ook laten uitspreken. Laat nu die mensen uitspreken. Ik spreek heel kort aan wat u spreekt. Ik sta er niet bij. Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. En inderdaad, de les moet ook zijn dat men veel transparanter moet werken. Ook in communicatie. Maar ofwel heb je een systeem, zoals bijvoorbeeld een energieheffing, ofwel haal ik uit algemene middelen. Maar andere methodes zijn er niet. En ik ben morgen gerust met mijn twee handen aangrepen om die heffing te kunnen verminderen. Maar show me the money. En geef mij het plan om dat aan te tonen dat je dat inderdaad kunt doen. En maak dus de Vlamingen niks wijs. Want anders zit het inderdaad in het probleem dat je, typisch misschien een beetje voor jullie, dat je heel veel plannen uitvoert en achteraf met de factuur komt. En daar willen wij niet aan meedoen. Meneer Boltuinen. Die Photoshop-dingen in de krant waar jij in het voetballen zei, dat was geschopt, hè? Meneer Boltuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's ook uit de regering, beste minister Tommelijn. Graag wil ik u eerst en vooral feliciteren namens de voltallige CD&V-fractie. Eerst en vooral met uw verjaardag en uiteraard ook met uw nieuwe functie. Het mooiste verjaardagscadeau dat u zich ongetwijfeld
had kunnen wensen. Beste collega's, dat is een persoonlijk feit. Meneer Tommelijn. Wel, ja, hey, dag meneer, maar vanavond geef ik 2 vaten gratis in mijn herberg in Oostende. Zeg, welkom meneer. Dat is zeer goed. Ik denk, de appetijt van de collega's hier kennende zal u met 2 vaten niet toekomen, meneer Tommelijn. Maar goed, het zal een mooi feestje worden en ik hoop dat ook uw energiebeleid heel mooi wordt. En over dat energiebeleid ging het de voorbije dagen nogal hard. To biomassa or not to biomassa, dat was het debat van de afgelopen dagen. Het schouwspel had echter bitter weinig te maken met energiebeleid. Veel met politieke berekening en vaak ook misrekening. Collega's, een pingpongspel dat we kunnen missen in ons energiebeleid. Vandaar dat ik dit actualiteitsdebat graag te baat neem om u nogmaals onze ideeën over wat een Vlaams energiebeleid zou moeten zijn toe te lichten. En meneer de minister, u heeft de voorbije dagen al veel gezegd, zelfs voor u effectief dieet heeft afgelegd naar het schijnt. Volgens sommigen heeft u zelfs wat te veel gezegd, maar ik heb 1 zaak heel goed onthouden. U wil een globaal energieplan en dat vind ik fantastisch. Wij pleiten al jaren voor een energiepact, ondertussen kamerbreed ondersteund. Elke partij hier in dit halfrond wil een Vlaams en federaal energiepact. En het goede nieuws is, het staat ook in het Vlaamse en federale regeerakkoord. We hebben in Vlaanderen en België echt nood aan zo'n energievisie op lange termijn. De voorbije dagen hebben dat opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt. Het planbureau berekende dat de komende 35 jaar tegen 2050 er maar liefst 78 miljard euro aan investeringen nodig zijn in de elektriciteitsproductie in ons land. En we zullen alleen voldoende investeerders vinden als we hen een rechtszeker kader bieden. Als we dat goed onderbouwen. Energie verdraagt geen flip-flop beleid. En we moeten daarom in overleg gaan met alle betrokkenen. En ik was blij met de aankondiging van de energietop die er zit aan te komen. Blijkbaar een overleg met energieproducenten en consumenten, met het bedrijfsleven, met netbeheerders. Alleen zo kunnen we tot een breed gedragen energiebeleid en energiepact komen. En bovendien moeten we ons inschakelen als Vlaanderen, als België in de Europese context, het grote project van de Energieunie. Voor ons is energiebeleid iets dat zich afspeelt op 2 niveaus. Het eerste is dat van het decentrale de decentrale productie van hernieuwbare energie. En daar bent u, meneer de minister, aan zet. En dat gaat zowel over elektriciteit en warmte, zon, wind, maar ook biomassa, biogas, waterkracht, geothermie en zo verder. Het realiseren van die doelstelling van 10,5% tegen 2020 is volgens ons het strikte minimum. Wij twijfelen bovendien ook niet aan het klimaatprobleem zoals sommige federale excellenties blijkbaar vandaag doen. Wij willen dat Vlaanderen een ambitieuze bijdrage levert aan de doelstelling ook na 2020. En bovendien hebben we in ons land een gigantische uitdaging. In 2025 moet de kernuitstap gerealiseerd worden en kernenergie moet wat ons betreft vervangen worden door zoveel mogelijk groene energie. En meneer de minister, u bent een groene liberaal, zegt u zelf. Ik heb altijd wat moeite om mij dat te visualiseren. Maar u heeft bij deze de kans om de wereld te tonen hoe dat er concreet uitziet. Het andere niveau waar ons energiebeleid zich moet afspelen is dat Europese niveau. Wij willen een echte Europese energieunie. En daar moet ons land met Elia als vlaggenschip een cruciale draaischijffunctie in opnemen. Wij willen dat België, dat Vlaanderen het kloppend hart wordt van een Europees netwerk dat ervoor zorgt dat we de goedkoopst mogelijke groene elektriciteit hier krijgen. Zon uit het zuiden, wind uit Duitsland of waterkracht uit Scandinavië, die moeten ons de betaalbare, duurzame energie kunnen leveren. De voorbije jaren is er al heel veel kostbare tijd verloren. Vandaar dat er nu snel werk moet worden gemaakt van een breed gedragen energiepact. Niet alleen op Vlaams niveau, maar ook met de federale collega's. En meneer Tommelijn, als ex-staatssecretaris heeft u ongetwijfeld heel goede contacten met uw oude federale collega's. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u op korte termijn contact opneemt met uw federale collega van energie om op die manier een gecoördineerd beleid uit te stippelen. Een effectief becijferd energieplan voor te leggen en een pact te sluiten met het brede werkveld. En u zal daarvoor op de constructieve medewerking, zoals steeds, van de CD&V-fractie kunnen rekenen. Wat ons betreft is het bijzonder belangrijk dat we op een zo goedkoop mogelijke manier zoveel mogelijk groene stroom gaan produceren. En ook op die manier kan dan werk worden gemaakt van een verlaging van
de energieheffing en kunnen ook de uitwassen van die energieheffing, zoals het elektrische verwarmen, dat op dit moment te hard wordt afgestraft, effectief worden aangepakt. Dat alles moet dus het doel zijn van uw werk de komende weken en maanden. Eén globaal plan, becijferd plan. En collega's, laat ons het energiedebat uit het populisme trekken. Laat ons het zwarte pieten stoppen en werk maken van een gecoördineerd, becijferd plan dat op een betaalbare en duurzame manier energie voorziet voor onze gezinnen en bedrijven. U kan alleszins op ons rekenen. Dankjewel, meneer Schultz. Meneer Joska. Meneer Joska. Meneer Botuinen, gewoon een kleine vraag, zodanig dat ik het, dat ik het goed begrepen heb, dat er straks geen misverstanden over bestaan. Maar hebt u nu gezegd dat voor u een verlaging van de energieheffing, u mag het geen trutteltax noemen, maar een verlaging van de energieheffing kan? Wij willen op een zo goedkoop mogelijke manier zoveel mogelijk groene stroom. We vragen daarvoor aan de minister een becijferd plan. En op basis daarvan kunnen we werk maken van een verlaging van de energieheffing. Meneer Dane. Meneer Botuinen, ik heb ook nog een vraag voor u. Een simpele vraag. Ik heb u horen zeggen, we hebben al veel te veel tijd verloren. Kan u dat een beetje specifieren? Meneer Dane, de afgelopen 2 jaar, denk ik, hebben we met de regelmaat van de klok, en u heeft dat ook gedaan, de minister van Energie bevraagd over het afsluiten van een energiepact, het uitwerken van een energievisie. We hebben daarvoor samen hier, alle fracties samen, een resolutie goedgekeurd vorig jaar in juni. En wat ons betreft had het dus sneller moeten gaan. Wat ons betreft hadden we op dit moment al een energievisie en energiepact moeten hebben. Helaas is dat niet het geval. Wij stellen dat samen met u vast. Maar ik stel ook vast dat deze regering daar prioritair werk van wil maken. Dat er een energietop komt. En dat minister Tommelijn straks een goed becijferd globaal energieplan aan ons zal voorleggen. En ik kijk daar zeker naar uit. Meneer Dane. Ja, waar zit de vertraging? Kan ik horen meneer Giffa zeggen dat energiebeleid hier hangt met haken en ogen in elkaar. Ik hoor u zeggen, we hebben veel te veel tijd verloren. Ja, waar ligt dat dan aan? Waar waren jullie dan als twee dragende partijen binnen de regering de laatste 2 jaar? Ik vraag me af hoe het komt dat we zoveel tijd verloren hebben. Meneer Dane, ik apprecieer uw poging om opnieuw naar het verleden te kijken. Ik stel voor dat we naar de toekomst kijken. En daar ligt de uitdaging om effectief ons energiebeleid vorm te geven. En ik hoop dat we dat in een partnerschap kunnen doen. Meerderheid en oppositie samen. Die uitgestoken hand heeft u. Ik hoop dat u ze aanneemt. Meneer Beenders. Ja, dank u wel. Ja, meneer Botuinen, ik ben blij dat u de energieheffing op tafel legt om die te verlagen, maar u moet niet wachten op een becijferd plan. U kan vandaag die energieheffing ook al eerlijker maken. En ervoor zorgen dat die bijdrage van die turteltax niet voor 60% moet gedragen worden door de gezinnen. Dus waar wacht u op? U kan beter nu al zorgen dat de turteltax wordt teruggetrokken, eerlijker wordt gemaakt. En als er dan een plan komt waarbij financieringsnoden zijn, dan komt u met een nieuw voorstel naar het parlement. Dus wacht niet op dat plan. Trek het terug, maak het eerlijk en doe dat vandaag. Meneer Botuinen. Collega Beenders, u heeft net een voorbeeld van wat we moeten vermijden. Flip-flop-beleid. Niet de ene dag het ene zeggen, de andere dag het andere zeggen. Ik denk dat we eindelijk werk moeten maken van een goed becijferd plan dat ervoor zorgt dat we op een betaalbare manier hier duurzame energie kunnen krijgen. En daar zal een factuur, daar zal een prijskaartje aan vasthangen. En we willen dat zo laag mogelijk houden voor onze gezinnen en onze bedrijven. Maar eerst het plan, dan de factuur. De heer Van den Heuvel. Ja, nee, maar ik denk... Meneer Van den Heuvel. Ik denk, en we moeten eigenlijk meneer Beenders dankbaar zijn dat hij deze tussenkomst doet, want dat is nu typisch socialistisch gedrag. Dus het vel van de beer verkopen voor hij geschoten is. Eerst alles naar beneden en dan gaan we zien dat we het doen. Meneer Beenders, welke beer? Meneer Beenders, als u een beetje eerlijk zou zijn, hè, je zou je moeten verontschuldigen. Je zou je moeten verontschuldigen dat je de biomassacentrale hebt geïnitieerd in het Vlaamse energiebeleid door de collega die nu niet meer naast u zit, maar daarnet wel. Verontschuldigingen zijn op hun plaats wanneer u meent dat de biomassacentrale voorbijgestreefd zijn. Meneer Beenders. Collega Van den Heuvel, uiteraard. Goed geprobeerd, maar als het gaat over het vel en schieten en de beer, u bent nu de gezinnen
al aan het vragen om te betalen, zonder dat u hier een plan heeft liggen. En niet onbelangrijk, als het over de cijfers gaat, als het over de cijfers gaat, dan is het minister-president Bourgeois die in dit parlement tijdens het actualiteitsdebat over de energieheffing heeft gezegd dat er 7,2 miljard nodig is voor toekomstig beleid en dat daarvoor de energieheffing dient. Het is dat toekomstig beleid waar we over discussiëren, waar we het vandaag toch al over één ding eens zijn, en dat is dat die biomassacentrale in Gent niet moet gefinancierd worden. Dus u heeft die middelen niet meer nodig. Trek die turteltax in, maak hem eerlijk en zorg dat ook die 30 grootste bedrijven in dit land die vandaag 0 euro betalen, ook een bijdrage doen om die transitie naar hernieuwbare energie tegen 2020 te halen. Is toch niet moeilijk? Goed. Als ik denk, meneer Van den Broeke, namens SPA. Wie spreekt namens SPA? Alsjeblieft. Ah nee, meneer Schils, excuseer. Ja, ik ben helemaal in de war. Dank u wel. 100 keer. Mijn verontschuldigingen. Ay, voor dit, hè. Voor dit. Nee, maar voor dit. Collega's, ik ben blij met de beslissing van de Vlaamse regering om een einde te maken aan de steun voor grote biomassacentrales. Het stoppen van de steun aan dergelijke installaties, het stoppen van die manier van subsidiëren, luidt het einde van een tijdperk in. Het einde van het energiebeleid uit het verleden. Dat was een energiebeleid waar puin op puin op werd geladen, waarom de andere minister een nieuwe technologie als heilige koe verheven werd. En wat dan de factuur betreft, collega's van de SPA, niet ons probleem, dat is voor de volgende. Engagementen aangaan, en daar gaat het over, engagementen aangaan met een blinde en structurele subsidie voor meer dan 10 of 20 jaar, dat legt altijd een strop om de nek van de volgende regering. Daar passen wij dus voor, dat hebt u begrepen, dat heeft deze regering begrepen. Maar collega's, het is niet omdat we vandaag die strop lossnijden, dat hier ineens uit de lucht een zak van 4 miljard euro komt gedonderd, die we om ter eerst al moeten terug beginnen uitgeven met nieuw beleid. Dat is ook niet correct. Ja, wij hebben doelstellingen, zeker en vast. En ik heb hier op deze tribune de minister-president en de ganse regering aangemaand opgejaagd om zeker en vast engagementen aan te nemen om te zorgen voor een stevig en goed klimaat. We hebben een klimaattop in november. Er wordt een energievisie uitgerold. En collega's, ik zei het al, geen minister die een magische oplossing uit zijn hoed tovert, een energievisie. We hebben in dit regeerakkoord, kunnen we lezen, dat wij zullen zoeken naar een breed gedragen lange termijn visie. En dat is een radicale breuk met het verleden. Niet de willekeur van één minister, een breed gedragen visie waar ook bedrijven, burgers, organisaties, politici hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Zij zullen mee kunnen werken, mee kunnen denken aan het plan van de toekomst, maar daar ook hun verantwoordelijkheden in moeten opnemen. En dat is wat deze regering doet, collega's. Zij bouwt aan die visie. En die energievisie die kan de weg wijzen naar een schone, betaalbare en zekere energie. Het is enkel door op die manier te werken dat we zeker zijn dat het in de volgende regering weer niet helemaal terug om zeep zal gaan, collega Tobak. Wat ons betreft willen wij onze verantwoordelijkheid nemen, dat is wel duidelijk. Ons aandeel bestaat erin om het pad te effenen, de schulden uit het verleden weg te werken. En collega Beenders, u kan blijven roepen en tieren dat de energieheffing niks anders is dan een vermomde belasting om toekomstig beleid te financieren. Dat is oneerlijk, dat is niet juist. Meneer Beenders. U weet... Ja, dank u wel. Ik was eigenlijk al van plan om voor tussen te komen, maar als het gaat om toekomstig beleid te financieren, dat zijn gewoon de woorden van de minister-president in dit half rond, die letterlijk zegt dat er 7,2 miljard nodig is voor toekomstig beleid. Dat heb ik niet gezegd, dat heeft de minister-president gezegd. Nu, als het gaat over het energiebeleid van de toekomst, ik kan u het citaat geven als u wenst. Hè. Ik bedoel, zoek het verslag op. Er zijn duidelijk uitspraken gedaan over de middelen die gaan gebruikt worden voor toekomstig beleid, 7,2 miljard. U doet uitspraken over het energiebeleid van de toekomst en u geeft aan dat er dat gaat komen en dat we daar met veel enthousiasme naartoe moeten kijken. Ja, welke engagementen kan u ons vandaag geven dat er dat ook effectief komt? Ik herinner mij dat we in dit half rond een goed jaar geleden al een resolutie hebben gestemd en de afspraak was dat er nu in september 2016 een energiepact op tafel
tafel zou liggen, uitgevoerd met werkgroepen, bottom-up, alles wat je maar wilt, samen met uw federale collega's. En vandaag de dag is er niets meer of niet minder dan een tijdstabel en zijn er niet één stappen gezet met de federale collega's, er zijn geen werkgroepen geïnstalleerd, er is niks. Welke garanties geeft u nu dat er nu wel effectief een plan komt op korte termijn heeft u zicht op de timing hiervan? Meneer Beenders, u hebt niet goed geluisterd. Ik denk dat de regering voltallig en ook bij monden van de nieuwe minister van Energie duidelijke engagementen in die zin heeft aangegaan. Mevrouw Turtelboom heeft al een aantal verkennende stappen gelegd of bouwstenen gelegd voor dat traject. Ik zeg u net, er komt een energievisie breed gedragen. En u weet al, die vragen zijn al gesteld in commissies. U weet dat die traject lopende is en dat het volledig op traject komt. Collega's, de essentie van de toekomstige energievisie zal erin zijn om onze doelstellingen te bereiken inderdaad met zo weinig mogelijk geld te verkwisten. Het moet zo goedkoop mogelijk. Elke ton CO2 die wij kunnen besparen, moeten wij besparen, maar wel liefst aan de laagste prijs. Want collega's, energiebeleid, hè, dat hoeft niet te betekenen geld uitdelen en geld verkwisten. Dat hoeft helemaal niet zo. Het staat vandaag in de kranten. Tal van professoren tonen aan dat je ook een transitie naar duurzame energie kan maken zonder dat het een arm en een been moet kosten. Schulden uit het verleden wegwerken, dat kan niet zonder dat het een arm en been moet kosten. Daar hebben de collega's wel voldoende aan meegewerkt. Dus, beste vrienden en collega's, waar het op aankomt, is ervoor te zorgen dat we een duidelijk kader afbakenen. Dat we innovatie stimuleren. Dat we ook kleine initiatieven van mensen die van goede wil zijn, die wel zonnepanelen op hun dak willen leggen, die wel met hun wijk willen kijken hoe dat ze energie kunnen besparen en groene energie kunnen opwekken. We moeten dat soort ondernemerschap stimuleren en alle kansen geven. En dan ben ik ervan overtuigd, beste vrienden, dat een groen of een proper energie, een betaalbare energie en een zekere energie niet een schaduw, een schandvlek, een schuldenberg hoeft op te leveren, maar kansen en vrijheid zal bieden. Meneer Zoska. Ja, meneer Schultz, zei daar net nogal plastisch van het is niet omdat we Gent sluiten, 2 miljard die zomaar uit de lucht komt vallen. U hebt het daar net ook gehad indirect over Genk, Langerlo, want u had het over een bedrag van 4 miljard. Maar ik vraag aan u, en misschien kan collega Rutte zelf wel antwoorden, maar ik heb hier citaten van de afgelopen dagen, ik heb op Twitter, waarbij uw voorzitter eigenlijk zegt, logisch dat de energieheffing naar omlaag gaat, aanpassing daarvan, ik ga de uitdaging graag aan. Waarbij eigenlijk ook wordt gezegd van, ja, als we Gent niet meer doen, als we Langerlo niet meer doen, dan komt er wel degelijk budget vrij. Dus mijn vraag aan u is, hoe rijmt u nu die uitspraken met het feit dat u zegt van, ja, we hebben dat geld eigenlijk wel nodig om iets anders te doen. Gaat die turteltax nu naar beneden? Want dat is wat de Vlamingen willen weten. Hè? Na de sluiting of na het schrappen van Gent, wil de Vlaming eigenlijk weten hoe zit het met die turteltax. Ik hoor het graag uit uw mond. Want uw voorzitter heeft, en dat heeft meneer Griffa ook gezegd, een zeer, zeer hoge opdracht bij minister Tomlijn gelegd. Hij zal die turteltax naar beneden moeten halen. Eigenlijk had het al moeten gebeurd zijn, want u hebt al geschrapt. Dus mijn vraag aan u is, hoe zit het daar nu mee? Ik zal u zeggen, collega Joska, dat wat mevrouw Rutte zegt en wat ik zeg, dat is exact hetzelfde. Als wij die heffing naar beneden krijgen, hoe rapper, hoe liever. Zeker en vast. Maar u weet ook dat door het schrappen van de steun aan de centrale in Gent, hebben wij een cheque die in de toekomst geïnd zou worden vermeden. Maar daarmee hebben wij vandaag nog geen extra geld waarmee wij die heffing naar beneden kunnen halen. Want vandaag de dag wordt de heffing gebruikt om schulden uit het verleden te delgen. Wij vermijden uitgaven in het verleden. Wij vermijden een cheque uit te schrijven waarvan we niet weten of de rekening gedekt is. Dat is een heel ander energiebeleid dan we in het verleden gewoon zijn. Dus ik zeg u zeer concreet, ja, de omslag naar hernieuwbare energie, de klimaatdoelstellingen halen, willen wij zeker en vast. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het geld dat vrij zou komen door de biomassa-centrales niet te laten doorgaan, dat dat allemaal naar dat beleid moet gaan. Het moet zo goedkoop mogelijk zijn, het moet zo innovatief mogelijk zijn en het moet zo economisch mogelijk zijn. Meneer Zoska. Meneer Schultz, ik ga een deel mee in uw redenering. Alleen is er één ding waar u geen antwoord op geeft. We weten, en u weet dat even goed als ik, dat eigenlijk van die turteltax dat er ongeveer een 2 miljard euro voorzien is voor de afbetaling van die schulden uit het verleden. En dat moet opgelost worden. Maar dat betekent dat een groot deel van dat percentage van die turteltax op dit moment gaat naar nieuw beleid. U schrapt nu de steun van een biomassa-centrale in Gent. Uw voorzitter heeft zelf zeer hoog ingezet met te zeggen, als dat gebeurt, en de Vlaamse regering heeft dat beslist,
dan kan de energieheffing naar beneden. En nu zegt u opnieuw aan die Vlaming, gelieve even te wachten, want we gaan wel al het geld ophalen, maar we weten eigenlijk niet goed wat we ermee gaan doen. Collega Joska, alleen, dat is iets dat u de afgelopen 2 uur al geprobeerd heeft. Dat is niet juist. Dat is manifest niet juist. Het geld dat vandaag opgehaald wordt, wordt integraal gebruikt om de schulden die vandaag openstaan af te lossen. Meneer Tobak. Hey, meneer Schuls, stop nu toch met zo op die manier rond die brei rond te draaien. Iedereen weet dat dat niet waar is. En ik had van u, zoals ik nooit, ook niet in de voorbije jaren, zo laf geweest ben om niet te erkennen dat er inderdaad op een bepaald ogenblik over subsidiering van zonnepanelen is geweest en dat daar dus inderdaad moest een oplossing voor gevonden worden. Zo zou u en uw partij en uw partijgenoten en uw coalitiegenoten ook even moedig mogen zijn en klaar en duidelijk aan de Vlaming zeggen dat een groot deel van wat u nu int aan heffing, dat die daar eigenlijk niks mee te maken heeft en dat die dient voor nieuw beleid. En een aantal van u heeft het al, wezen het iets onvloester en altijd proberen te verstoppen door een andere verwijzing, heeft het hier ook al gezegd. En dat is wat vandaag uw probleem is met deze regering en deze coalitie. Dat is, en dat zou u als liberaal, en dat verwondert mij ongelooflijk van een liberaal. Want wat u nu aan het doen bent en wat u nu met die heffing of die taxen, hoe u het noemen wilt, aan het verdedigen bent, u bent aan de Vlaming een heffing aan het opleggen zonder dat u zelfs, en u bent nu de derde van de coalitie, zonder dat u zelfs maar kan zeggen waarvoor het moet dienen. U kan het zelfs bij benadering niet zeggen, want u bent nu ook al... Want u bent nu ook al de derde, want u bent nu ook al de... Collega's, ik heb net zoals ik u laat uitspreken, u bent nu al de derde vertegenwoordiger van deze meerderheid die hier komt zeggen, ongeveer in de helft van de legislatuur, en nadat we een heffing hebben opgesteld, nu hebben we dringend een plan nodig om te zien wat we met dat geld gaan doen. En dus, collega's, voor mensen die hier de ondernemingswereld schijnen in het hart te dragen, u bent het soort ondernemers dat eerst een factuur stuurt en dan zegt dat ze niet kan leveren, want dat ze daar niet over nagedacht heeft. Dat soort ondernemingen, collega's, blijft door de band niet lang bestaan. Hè. Meneer Schultz. Er zijn nog collega's die... Meneer Schultz. Meneer Tobak, ik heb het al 3 keer gezegd, ik wil het nog een 4e keer zeggen. De heffing die vandaag geïnd wordt, wordt gebruikt om de schulden van vandaag terug te betalen. Het is niet omdat u niet gewoon bent om uw schulden op tijd terug te betalen, dat u nu uw wensen voor waarheid moet aannemen en mij woorden in de mond moet leggen die er niet zijn. De Somers. Ik zal nu heel kort zijn, voorzitter. Meneer Schiltz, u mag het met de volste overtuiging doen wat u wil, maar het blijft er dan niks aan veranderen. Wat u daar staat te doen, is u liegt. Ja. Het begint wel een gewoonte te worden om deze van leugens te verwijten. Meneer voorzitter. U bent meneer Somers. Hè? Ja, inderdaad. Ja, meneer, u bent meneer Peumans. Ja. Oké. Okay. Meneer de voorzitter, ik heb goed opgelet deze namiddag. En ik heb eigenlijk op alle meerderheidsbanken hetzelfde horen vertellen en eigenlijk horen herhalen wat de minister-president in zijn inleidend betoog op een zeer goede manier heeft verwoord. Namelijk dat, en dat is natuurlijk vervelend voor de SPA en voor de socialisten, dat wij inderdaad willen breken met een subsidiebeleid naar de omslag toe die alleen maar het draagvlak voor groene energie heeft ondergraven. En als ik vandaag een verschil in nuances heb gehoord, heb ik dat vooral op de oppositiebanken gehoord. Want in alle 3 van de meerderheidspartijen heb ik horen zeggen dat men inderdaad vasthoudt aan die groene energiedoelstellingen. Dat we die absoluut willen en moeten realiseren. Maar dat we die op een meer efficiënte manier willen realiseren en op een zo goedkoop mogelijke manier willen realiseren. En dat de redenering van een liberale partij, en ik heb ook begrepen van de andere partijen van de meerderheid, en natuurlijk niet deze is. Dat wanneer men vaststelt, we hebben 4,2 miljard, misschien 4,4 miljard, maar nu zeker al 2 miljard die we niet moeten uitgeven, dat dan bij een liberale partij, en blijkbaar ook bij de partijen, andere partijen van de meerderheid, niet de eerste reactie is, hoe gaan we dat dan aan iets anders bespenderen? Maar de eerste reactie moet zijn, hoe gaan we via een andere, efficiënte en liefst goedkopere manier onze energiedoelstellingen realiseren. Voilà. Want het gaat hier wel over 2 miljard belastingsgeld. En ik begrijp dat dat voor de socialisten niet belangrijk is, belastingsgeld. Maar voor elke belastingseuro die wij willen uitgeven, willen we goed nadenken voor we die keuze maken. En dat is een fundamenteel verschil. En als ik goed begrepen heb, is meneer Joska, en u moet me maar tegenspreken, zit eigenlijk fundamenteel ook op die lijn. Want een groene partij is natuurlijk ook bekommerd voor een ecologisch draagvlak. Voor een duurzaam energiebeleid en voor een energiewende.
En we mogen zelfs de pretentie niet hebben, meneer Tobak, dat wij als overheid beter dan bedrijven, ondernemingen en mensen weten hoe ze zo efficiënt mogelijk naar die duurzame energieomslag moeten doen. En daarmee was ik zeer gecharmeerd door de tussenkomst van de minister-president, die daar ook naar verwezen heeft. Die gezegd heeft, het zullen ook de bedrijven, de mensen, de onderneming moeten zijn, het ondernemerschap en de innovatiekracht van Vlamingen en Vlaamse bedrijven die die energieomslag moet mogelijk maken. En ik ben er ja van overtuigd als liberaal dat we dat veel goedkoper gaan kunnen doen dan met de socialistische subsidiepolitiek van het verleden. Voilà. Ik kies voor de toekomst een efficiëntere en een goedkopere omslag naar duurzame energie. Ik dank u. De Tabak. Meneer Somers, ik blijf met stijgende verbazing luisteren naar de overtuiging waarmee u een belastingpolitiek aan het verdedigen bent, die eigenlijk uw belastingpolitiek, want alle retoriek van de wereld gaat echt niet verstoppen en gaat echt aan al die Vlaamse gezinnen niet doen vergeten dat die turteltax een product is van uw liberale partij en van deze coalitie. En die zal ook, en alle rook die u vandaag, en al het luide geklap en geroep iedere keer dat iemand vervelende dingen zegt voor jullie, al die rook die u in uw spuit gaat echt ook niet doen aan die Vlamingen vergeten wat ze hier vandaag hebben gezien. Dat is namelijk dat u A, een belasting hebt geïnd die zwaar weegt, die op de slechtst mogelijke manier verdeeld is, en dat B, u er vandaag één aan je moet komen zeggen dat u eigenlijk niet weet wat u ermee kan doen. Wel, ik zeg het u nu heel simpel. Ik zal u zeggen wat u er als liberaal van zou moeten zeggen. Geef dat geld op dit ogenblik terug aan de mensen, want u, ja, maar want maar u dat weet is niet wat u ermee gaan kan doen. Potverdorie. Meneer Somers. Ja, meneer Tobak, wat baat een kaars en bril als een uil? Ik zie u wil. Dank u wel. Elke euro die we niet nodig hebben om de energiedoelstellingen te realiseren, daar zal mijn partij evident, en ik heb begrepen dat ook bij de andere meerderheidspartijen daar absoluut ook openingen voor zijn, elke euro die we niet nodig hebben om de energiedoelstellingen te realiseren als we efficiëntere wegen vinden, opdracht van collega Tommelijn en van de ganse Vlaamse regering, evident vragen we dat die niet uit de zakken van de mensen wordt gehaald en teruggegeven wordt aan de mensen. Meneer president. Ja, ik zal toch vragen, collega Tobak, om een beetje intellectuele eerlijkheid aan de dag te leggen. Het beleid om 2 biomassacentrales bijkomend te bouwen is beslist in de vorige regering op initiatief van de toenmalige minister van Energie. En de volgende spreker op de tribune, die zal ongetwijfeld met plezier citeren uit de mails waarin hij aandrong absoluut op het tot stand brengen, op het subsidiëren van die biomassa, omdat het idee was dat de hernieuwbare energienorm alleen kon gehaald worden dankzij die 2 bijkomen. Ik heb heel correct meegegeven dat ook deze regering in juni 2014 toen al beslist heeft om te zeggen, daar gaan we mee ophouden. We gaan geen subsidie meer geven aan die biomassacentrales van meer dan 20 megawatt. Kleinschalige initiatieven kunnen we nog bekijken. Dat is het beleid geweest van de vorige regering. Als u nu zegt dat de heffing dat die dient om nieuw beleid, om toekomstig beleid te financieren, dan maakt u de mensen leugens wijs. Dit is niet zo. Dit zijn facturen, als ze doorgaan, de biomassacentrales, die het gevolg zijn van de beslissingen toen. En als we nu een beleid hebben dat erin slaagt, eerste beslissing is genomen, die gaan we niet doen, om die facturen niet te betalen, en tegelijkertijd slagen we erin, en ik blijf herhalen, dat zal een immens moeilijke opdracht zijn, om dezelfde doelstelling te halen. Want laat me duidelijk zijn, deze regering laat die norm niet los. Wij moeten in 2020 de norm hernieuwbare halen en na 20 komt er een nieuwe op ons af. Als we erin slagen om die nieuwe norm, om die norm te halen met alternatieven die gratis zijn of die minder kosten, wel, dan zeggen we allemaal, we zijn de eerste om dat te herbekijken. Maar zeggen dat dit het gevolg is van huidig nieuw beleid, dat is absoluut onwaar. En neem toch tenminste verantwoordelijkheid op u om te zeggen dat u dit beleid geïnitieerd hebt, dat we daar met velen verantwoordelijk voor zijn, dat we ook in juni 2014 al gezegd hebben, we gaan dat niet meer doen, maar dat de facturen daarvan zullen moeten betaald worden bij ongewijzigd beleid. Zo simpel is dat. Joost van der Hoek. Ja, meneer minister-president, u moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de woorden die u zelf gesproken heeft in oktober vorig jaar. Toen hebt u hier in het parlement voorgerekend welke maatregelen uw regering heeft genomen, welke keuzes uw regering heeft gemaakt. Maatregelen ter bedrage van 9,2 miljard euro
voor de financiering van het energiebeleid. U heeft zelf voorgerekend dat 7,2 miljard euro dient om uw beslissingen te financieren. Dat heeft u voorgerekend hier in het parlement, dat heeft u gedaan voor de camera's van Villa Politica. En nu komt u hier vertellen dat de turteltax dient om het verleden te verrekenen? Absoluut niet. In de commissie Energie, zijn we getrakteerd geweest op PowerPoint-presentaties met mooie grafiekjes, maar is perfect op te zien dat twee derde van de inkomsten van die turteltax dienen om uw keuzes te financieren. Minister-president. Allee, voorzitter, nog eens, en voor de laatste keer wil ik het duidelijk maken. We hebben gezegd dat die dekking inderdaad zal volstaan, moest volstaan, om de facturen die op ons afkwamen te betalen. En die facturen, dat was geen nieuw beleid, dat was het gevolg van een oud beleid. En dus hebben wij gezegd, die facturen, als Langerloor komt, als bier komt, zullen die facturen, op het moment dat die in productie gaan, moeten betaald worden. Wees toch eens zo correct om te zeggen dat dat beleid toen beslist is, dat wij met zekerheid wisten bij ongewijzigd beleid dat die facturen op ons afkwamen en dus inderdaad dat die heffing instaat voor alle gevolgen van het oud beleid met inbegrip van de facturen die nog moesten komen op dat moment. Dat is de enige correcte, zuivere redenering. En zolang u dat blijft ontkennen, probeert u mensen iets wijs te maken. Zo simpel, zo eenvoudig is het. Meneer Van den Boek, hè. Ik stel voor, meneer minister-president, dat u het energiebesluit een keer leest. Dan weet u dat er twee beslissingen moeten genomen worden. Deze regering heeft, overigens terecht, ik heb het advies gelezen, beslist om de centrale in Gent niet te laten bouwen. Dat is ook een goed recht om te beslissen. Die mogelijkheid heeft u. Maar diezelfde mogelijkheid had u ook in juli vorig jaar. En toen heeft u beslist, we tekenen voor Langerlo. We gaan ermee door. Wim Dries, burgemeester van Genk, zegt vandaag en gisteren in de media dat er een contract getekend is vorig jaar in juli 2015 tussen deze regering en die centrale in Langerlo. Neem dus alstublieft verantwoordelijkheid op voor uw beslissingen en geef toe dat twee derde van uw tax dient om uw beslissingen te financieren. Meneer Daanen, en minister-president nog, en dan meneer Daanen. Minister-president. Minister-president. Langerlo is inderdaad in juli 2015, heeft toenmalig collega Turtelboom de definitieve bendingfactor toegekend op advies van het agentschap, omdat voldaan was aan de voorwaarden vervat in het ministeriebesluit van Freya van den Bos. Alsjeblieft, noem toch eens de zaken bij hun naam. Alsjeblieft. Meneer Van den Broeke, laatste keer, meneer Van den Broeke. Staat letterlijk in het energiebesluit. Letterlijk staat erin dat de minister kan afwijken van het advies van het Vlaams Energieagentschap. Dat kan voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Ik stel vast dat men van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. Ik stel vast dat de handtekening is gezet en dat het contract is gesloten en dat u er nu onderuit probeert te geraken. Meneer Tommelijn. Meneer Van den Broek, ik wil wel. Hè. U neemt een initiatief. U zet een aantal voorwaarden. Ja? De minister bekijkt of aan de voorwaarden is voldaan. En nu komt u zeggen dat ze had moeten weigeren omdat ze aan uw voorwaarden had voldaan. Nu breekt mijn klomp. Ja. Nu, het is wel de gewoonte bij het eerste optreden van een nieuwe minister dat iedereen klapt natuurlijk. Hè? Maar goed, meneer Tabak. Ja. Dat is bij deze gebeurd, voorzitter. En ik wens hem ook veel succes, maar ik moet er toch op wijzen dat de meerderheid op de dag van vandaag eigenlijk zo'n soort van gewoonte heeft van te applaudisseren, omdat ze geloven dat daarmee de boze geesten weggaan. Maar dat gaat niet werken natuurlijk. Maar meneer Tommelijn. Ik dank u voor de erkenning, collega's.
Waaruit blijkt dat ik mijn job doe. Waarvoor dank. Nu jij nog. Meneer Tommelijn, het siert u dat u eigenlijk uw voorgangers verdedigt. Het siert u dat u uw voorgangers... Ik heb dat met meneer Crombie in het federale regering ook gedaan, Tobak. Ook dat siert u, meneer de minister, maar u begrijpt dat ik mij gezien de omstandigheden daar niet ga over uitspreken. Maar hoezeer het u ook siert, het gaat wel niet, en hoezeer het trouwens ook de rest van de regering zou sieren, moest zij hun voorgangers een klein beetje meer soigneren. Maar eerlijk gezegd, meneer Tommelijn, u kan er toch niet onderuit dat uit wat er gebeurd is nu, deze week, namelijk dat de Vlaamse regering beslist heeft om de uiteindelijke finale beslissing over de centrale in Gent negatief te maken. En u was daar niet bij, want ze hebben er achter de rug in de rapte gedaan om te maken dat er geen last van zou hebben. Dat is heel vriendelijk van hen. Maar hoe dan ook, de Vlaamse regering heeft bewezen dat ze perfect in staat is om dat project stil te zetten. En terecht. Want we roepen daar al lang naar op. De Vlaamse regering was met andere woorden perfect in staat om ook een jaar geleden, op basis van het besluit van de vorige regering, dat toelaat om voorwaarden te veranderen, om nieuwe eisen te stellen. Als de Vlaamse regering echt lef had gehad en echt had geloofd dat ze een alternatief had, meneer de minister-president, dan was er niks dat haar tegenhield om op het moment van haar aantreden klaar en duidelijk te zeggen: wij geloven niet in biomassa, wij zien daar geen toekomst in, wij zijn niet bereid om daar de Vlaming ongelooflijk voor te belasten, dus we gaan die tweede stap in die procedure, want die is er ook niet voor niks, die twee stappen, het is een procedure in twee stappen, we denken redenen te hebben om die tweede stap niet te zetten. Dat recht had u eigenlijk al in 2014 ten volle. U heeft ervoor gekozen om dat recht niet uit te oefenen, totdat u niet anders meer kon vorige maandag. Dat is de keuze die u gemaakt heeft. Dat is geen verantwoordelijkheid van de vorige regering, dat is geen beslissing van de vorige regering. En als het zo zou zijn, dan was dat overigens een regering waar u, met uitzondering van meneer Tommelijn, allemaal in zat, hè, collega's. Dus stop daarmee. U had de kans om dit beleid bij te sturen. U had de kans om weer een plan rond te maken. En u heeft ervoor gekozen om dat niet te doen en om er u van af te maken door de factuur naar de Vlaamse gezinnen door te sturen. Dat is wat er gebeurd is. Meneer Tommelijn, wilt u nog antwoorden? Meneer Tobak, ik zal er echt niet voor kiezen in de komende periode om te zwarte pieten. Ja? U kent mij ondertussen allang. En wat u nu al een paar uren en al zelfs heel veel langer aan het doen bent, dat is proberen het verleden zoveel mogelijk te maskeren en te doen alsof er geen verleden bestaat. Maar we gaan daar een deal over maken. Ik ga er me niet aan bezondigen en ik ga niet constant naar het verleden zitten verwijzen, want dat zou voor u echt veel te peilings zijn. Maar ik denk dat u appelen met peren aan het vergelijken bent. Als u insinueert dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen die anders was dan ik erover dacht, dan weet u dat dat niet correct is. Ik heb van het eerste moment, en ook mijn collega Gats heeft duidelijk de beslissing meegenomen, de Vlaamse regering heeft een beslissing genomen op basis van een advies die heel duidelijk was en waar heel duidelijk ook voor mij was dat dit de juiste beslissing was. En ik ga toch geen incident, en u probeert een incident te creëren van het feit dat de Vlaamse regering een beslissing neemt waarvan ik het 100% mee eens ben. Moest het nu nog zijn dat die Vlaamse regering een beslissing heeft genomen die totaal anders is dan hetgeen ik zelf of mijn partij wou, dan zouden we zeggen, nu hebben we een groot incident, maar dat is natuurlijk uw probleem. Uw probleem, de Vlaamse regering heeft een beslissing genomen met inclusief van de beslissing van meneer Gats. En u kan daar inderdaad flauw beginnen over doen dat ik op dat moment de eet nog niet had afgelegd. Dat is juist, dat klopt. Maar dat neemt niet af aan het feit dat die beslissing correct was op basis van een advies die juist was en die de goede reden had om te zeggen, daar gaan we niet mee door. Ik heb gezien dat anderen, maar ik ga geen namen noemen, anderen daar veel langer mee getwijfeld hebben, meneer Tobak. Meneer Dane. Ja, er is heel veel gezegd de laatste half uur. Maar waar ik even op wil terugkomen is het volgende. De energieheffing. Daar is heel wat mist rond gespuit het voorbije half uur. Waar gaat het om? Er is heel duidelijk gezegd door de minister-president, die gaat dienen om de energiecentrales van Gent
en Genk mee te financieren. Als ze er zouden komen, ik stel vast, Gent komt er zeker niet, dus is er geld over. En wij stellen voor, steek dat geld een stukje in hernieuwbare energie, wat sowieso goedkoper gaat zijn dan die biomassa, en steek dat andere helft, de andere stuk, om die turteltax nu al te verlagen. Dan geef je blijk van voeling met de bevolking, want zij begrijpen niet dat jullie het onverdedigbare blijven verdedigen. Was dat een vraag aan de minister-president of aan mij? We geven nu het woord aan Joris van den Broeke. Ja, als er geen reactie komt, kan ik het alleen maar het woord geven aan Joris van den Broeke. Meneer de voorzitter. Wij hebben uitvoerig uitgelegd wat ons standpunt daaraan is. We kunnen hier nog wel een uurtje verder gaan met dat opnieuw te herhalen, maar dat heeft weinig zin. Trouwens, meneer Tommelijn, hartelijk dank voor uw eerste fantastische bijdrage als minister van Energie. Meneer van den Broeke. Ja, meneer de voorzitter, geachte collega's, beste ministers, ook nieuwe minister. We hebben hier al een paar stevige discussies gehad, maar ik heb toch een aantal hoopgevende zaken gehoord de afgelopen uren en zeker ook de afgelopen dagen. Ik heb gehoord dat de meerderheid bereid is om de verfoeide energieheffing te herbekijken. Ik heb gehoord dat er een opening wordt gemaakt om de grove onrechtvaardigheid recht te zetten die vele gezinnen treft. En we hebben gehoord, het was de allereerste reactie van minister Tommelijn, nog voor hij minister was, we hebben gehoord dat hij van plan is om werk te maken van een toekomstvisie over ons energiebeleid. En dat zijn allemaal positieve signalen, collega's. En ik hoop oprecht dat we op basis daarvan met dit parlement een nieuwe start kunnen maken met dat energiebeleid. Ik hoop dat wij een constructieve dialoog kunnen aangaan. En ik hoop dat we er zo voor kunnen zorgen dat we de Vlamingen het energiebeleid kunnen geven dat ze verdienen, waar ze recht op hebben. En voor onze fractie zijn daar drie elementen belangrijk in. 1. We moeten effectief die omslag maken naar die duurzame, milieuvriendelijke en gezonde energieproductie. We moeten ervoor zorgen dat onze energiebevoorrading verzekerd is. En tot slot moeten we ervoor zorgen dat de facturen betaalbaar en eerlijk zijn. En laat mij beginnen met dat laatste. Betaalbare en eerlijke facturen. En laat me meteen ook heel duidelijk zijn. De enige eerlijke keuze die hierover kan genomen worden is de turteltax afschaffen. Want hoe je het ook draait of keert, wat ook de rekening is die je ermee wilt betalen, of dat nu dient om biomassa, wind of zon mee te financieren, of dat nu dient om een schitterend energieplan mee te financieren, die tax is en blijft compleet oneerlijk, omdat ze gezinnen en alleenstaanden veel zwaarder treft dan industriële grootverbruikers. Die blijft compleet oneerlijk omdat ze geen rekening houdt met draagkracht. Omdat ze sommige gezinnen simpelweg de armoede induwt en de 30 grootste energieverbruikers van Vlaanderen goed voor een vijfde van het verbruik 0 euro laat bijdragen. Er was gezegd 100 euro per gezin. Er zijn gezinnen in Vlaanderen, collega's, die een factuur van 770 euro hebben gekregen. Een half maandloon. Wie kan dit zomaar missen? Wie vraagt zoiets aan de mensen en wie durft dat nog een eerlijke bijdrage noemen? Mijn fractie vraagt al sinds dag 1 om deze onrechtvaardige tax te schrappen. En wij verwelkomen de beslissing om het negatieve advies over de centrale in Gent te volgen en om die te schrappen. Waarom? Omdat die ook de discussie over de turteltax opnieuw op scherp heeft gesteld. En de vraag
die zich stelt is niet of deze tax moet verlaagd worden. Nogmaals, de turteltax afschaffen is de enige eerlijke keuze. Want collega's, er is terecht opgemerkt dat er alternatieven nodig zullen zijn voor die biomassa-centraal. In het belang van ons klimaat, in het belang van een gezonde lucht, in het belang van de betaalbaarheid van onze energiefactuur, moeten wij de volgende jaren blijven gaan voor een omschakeling naar een hernieuwbaar energiesysteem. Dat is economisch ook een zinvolle keuze. Er zijn heel wat innoverende bedrijven en mensen in Vlaanderen die dat mee waar willen maken. Er moet, met andere woorden, geïnvesteerd worden. Ook nu de biomassa-centrale in Gent er niet komt, dan zal er nog geld nodig zijn om die onafwendbare energietransitie vorm te geven. En u mag erop rekenen, minister Tommelijn, dat wij met veel plezier ingaan op uw uitgestoken hand en dat wij constructief zullen meewerken aan een breed gedragen energievisie. Want het is effectief essentieel dat die breed gedragen is, dat die langer meegaat dan de resterende jaren van deze legislatuur. Maar de vraag is dus niet, collega's, of wij die investeringen al dan niet willen doen. De vraag is vooral of wij erin slagen die investeringen op een eerlijke, sociale, rechtvaardige manier te financieren. Wat mij betreft is dat perfect mogelijk, maar niet zolang de turteltax bestaat. Dank u. Meneer Janssens. Meneer de voorzitter. Meneer Janssen. Meneer de voorzitter, collega's. De vorige sprekers hebben het debat proberen te herleiden, of het ontslag van minister Turteboom proberen te herleiden tot een debat over het energiebeleid, maar mag het ook nog over de club gaan die hier zit en die Vlaanderen bestuurt. En ik moet daarbij erkennen, meneer de voorzitter, dat ik mij vergist heb. Ik heb mij vergist toen ik naar aanleiding van het ontslag van minister Turteboom een aanvraag deed voor een actualiteitsdebat over het functioneren van de Vlaamse regering. Maandagmiddag zeiden alle partijen in het bureau, inclusief de linkse oppositiepartijen, maar alleen meneer Janssens, dat is toch niet nodig? Oké, er heeft een minister, een vice-minister-president zelfs ontslag genomen, maar om daaruit nu te concluderen dat de Vlaamse regering niet meer als een hechte ploeg zou functioneren, dat lijkt me toch wat overdreven. En diezelfde avond bleek inderdaad hoezeer ik mij vergist had. De Vlaamse regering toonde immers in deze moeilijke tijden meteen haar eendrachtige collegialiteit. CD&V en N-VA kwamen de nieuwe Open VLD-minister te hulp nog voordat hij zijn eed had afgelegd. Er moest immers een beslissing genomen worden over die biomassa-centrale in Gent. En dat had al een VLD-minister de kop gekost. Dus zeiden CD&V en N-VA in al hun collegialiteit en uiteraard alleen maar handelend uit nobele motieven, laten we Bart een welkom gevoel geven, een hartelijk welkomstgevoel geven in deze regering en hem een beetje helpen door de beslissing te nemen nog voordat hij in functie is. Dan moet hij die moeilijke knoop niet zelf doorhakken. Dat was dermate ontroerend, meneer de voorzitter, dat ik vandaag ootmoedig toegeef dat ik mij vergist heb om te denken dat het niet goed zat tussen de Vlaamse coalitiepartners. Collega's, voor dit parlement is het ontslag van een vice-minister-president blijkbaar een fait divers. Ministers zijn niet meer dan een pionnetje in een spel. Je wordt uit het spel gekegeld, iemand anders neemt je plaats in en hop, het spel gaat verder. Ik moet u trouwens feliciteren, leden van deze regering, met uw primeur. Nog nooit nam een minister in de Vlaamse regering zo snel ontslag als uit deze regering. 1 jaar en 9 maanden na de eetaflegging van deze ploeg bent u al een minister kwijt. Geen enkele regering heeft u dat voorgedaan. En dat ontslag
zal uiteraard gevolgen hebben, zowel voor de coalitie als voor Open VLD. Open VLD zal zich immers schrap zetten om de komende 3 jaar proberen te bewijzen wat haar tot nu toe nog niet gelukt is, namelijk dat ze niet geheel overbodig is in deze Vlaamse regering. En ze zal daarbij onderweg uiteraard ook rekeningen willen vereffenen met CD&V en met N-VA, omdat die haar de turteltax in de maag gesplitst hebben. Wat een contrast, leden van de VLD, met nog geen 2 jaar geleden, toen uw partij toetrad tot de Vlaamse regering. Herinnert u zich nog de euforie, mevrouw Rutte, die er heerste in blauwe rangen? We zijn erbij. We krijgen 2 ministers. De kurken van de flessen Toscaanse wijn vlogen in het rond. En waar staat u nu? Waar staat u nu 21 maanden later, mevrouw Rutte, een crisis in uw partij rijker en een vriendin armer? Uw partij, mevrouw Rutte, en u moet daar niet voor weglopen, uw partij geeft geen vleugels, uw partij knipt vleugels, zelfs die van haar eigen minister. Collega's van VLD, als turteltax synoniem is voor energieheffing, dan is turtelvlucht synoniem voor de aftocht blazen met het mes van je politieke vrienden in de rug. En meneer Tommelijn, ik wil u uiteraard niet vergeten. Ik weet dat u supporter bent van voetbalclub Oostende. Wel, de Vlaamse regering kan je af en toe ook vergelijken met een voetbalploeg. Kampioen zal ze nooit spelen, daarvoor ontbreekt het haar aan teamspirit. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Dat weet uw partij trouwens beter dan geen ander. Maar als je deze regering vergelijkt met een voetbalploeg, dan is N-VA de trainer, CD&V de hulptrainer en VLD wel de ballenjongens. Alhoewel, toen Annemie nog goed bevriend was met coach Wendelin, mocht zij ook eens een wedstrijd meespelen. Maar Annemieke maakte alleen on-goals en daarom werd ze zwaar getackeld door haar eigen ploeggenoten. En terwijl zij herstelt van een pijnlijke blessure, meneer Tommelijn, mag u haar vervangen. En ik wens u dan ook te feliciteren met uw nieuwe functie in de Vlaamse regering. Proficiat met uw functie als ballenjongen. En sta me toe, voorzitter, bij het slot van dit debat en voor deze bijzondere gelegenheid, een eetaflegging en een verjaardag, om een geschenk te geven aan de nieuwe minister. Minister Tommelijn, ik geef u graag een paar scheenlappen. Beenbeschermers, zo u wil, zodat u zich kan beschermen tegen de zware tackles van uw coalitiepartners en van uw eigen ploeggenoten. Ik wens u alvast veel succes. Goed, vraagt hier nog iemand het woord? Niemand? Minister Tommelijn, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Eerst en vooral, ik dank iedereen voor zijn tussenkomsten. En ik ben alleszins van plan om er voluit voor te gaan, meneer Joska. En ik ben blij dat u mij vergelijkt met een Flandriën. En ik heb geen motorje in de fiets, kan u dat verzekeren. U kunt dat ook vragen aan mijn fietsvrienden. Maar één ding is zeker, ik kan hard tegen de wind rijden. Bergop is wat moeilijk, daarvoor heb ik niet het juiste gestel. Maar als het tegen de wind is, kan ik u verzekeren, dan kan ik hard stampen. En dan moet je ook mee kunnen stampen. Ik ben het met heel veel zaken van u eens. Voornamelijk over het feit dat wij van het momentum moeten gebruik maken om de energiedoelstellingen nog eens heel goed te benadrukken. Maar ik vind dat het niet alleen rationeel moet, ik vind dat het ook op een gevoelsmatige manier moet, waarbij de mensen moeten overtuigd worden van het feit dat wij die klimaatdoelstellingen en die energiedoelstellingen moeten halen. De minister-president heeft het in zijn tussenkomst heel duidelijk gezegd. Ik ga spijtig genoeg voor de oppositie niet meedoen aan de communicatietrucjes. En ik zou dat ook niet aanbevelen, want ik ben, zoals u weet, een communicatiewetenschapper. En proberen andere benamingen te vinden voor de energieheffing is in feite alleen maar bedoeld om de echte aandacht van de problemen af te leiden. En voornamelijk degenen die ook mee verantwoordelijk zijn, proberen dat natuurlijk zeer handig, meneer Van den Broeke. En ik zou een deal willen maken met u. We gaan niet te veel naar het verleden kijken, we gaan naar de toekomst kijken.
Maar dat betekent dan ook dat de communicatietrucjes om een aantal zaken proberen te personaliseren bij mij niet zullen pakken. Meneer Griffois, investeringen in de juiste technologieën, uiteraard, ik ben het daar 100% mee eens. Meer efficiëntie en u kunt ervan op aan, ik zal samen met de regering proberen de plannen om te zetten in daden. Ik heb dat ook in de vorige maanden gedaan in de federale regering met de horeca, met de strijd tegen sociale dumping. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar effectief werk van maken. Ik zou zeggen, we gaan altijd evalueren en bijsturen. Ik heb dat ook al in het verleden gezegd. Als je een wet of een reglement of een decreet buiten zet, dan moet je altijd kijken na een bepaalde periode wat de effecten en de neveneffecten zijn. En dat gaan we dan ook doen. En ik ben er ook van plan en ik heb het ook gezegd dat we dat gaan doen. Ik zou willen, ik kan op alle zaken apart ingaan, maar voor mij is het duidelijk dat wij werk moeten maken van een energievisie, maar ik moet eerlijk toegeven dat er al heel wat gebeurd is. Nu doen alsof er in de laatste maanden helemaal niks gebeurd is, is niet correct. Ik heb in de laatste dagen toch een aantal zaken doorgenomen en ik moet absoluut niet beginnen met een witte pagina. Mijn voorganger en het kabinet heeft een aantal zaken gedaan die voor mij nu het gemakkelijker maken om daarop verder te bouwen. Daarom heb ik ook verwezen, meneer Tobak, naar meneer Krombé. Dat toen ik op het kabinet daar gekomen ben, heb ik verder gebouwd op een aantal dingen. Ik heb alleen tegen meneer Krombé gezegd van ik zal het wat beter doen. Dus op dat vlak denk ik dat ik al in het verleden aangetoond heb dat stampen naar elkaar absoluut geen zin heeft. We moeten goed evalueren, we moeten goed nadenken. Maar één ding is voor mij zeker, oversubsidiering kan absoluut niet. En de schulden van het verleden die gaan we opkuisen. Maar ik ben absoluut niet van plan om ook maar één nieuwe schuld op te bouwen en de belastingsbetaler te laten opdraaien voor een beleid die in feite absoluut niet slim is. Dus dat is voor mij al duidelijk. Ik wil volop inzetten op hernieuwbare energie. Ik hecht daar heel veel belang aan. Hernieuwbare energie is voor mij belangrijk. Ik maak er geen geheim van dat ik zeer graag mijn kinderen en kleinkinderen zou zien opgroeien in een kernenergieloze maatschappij, collega's. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ik daar een doelstelling heb die ik met veel overtuiging en met veel enthousiasme zal proberen samen met mijn collega's te bereiken. Maar het laatste wat ik erover wil zeggen, en ik richt me tot mijn collega uit mijn fractie, meneer Schiels, u hebt gezegd de bedrijven moeten het voorbeeld geven. Juist, we gaan het ook doen en proberen de onderneming daarvoor aan te moedigen. De mensen moeten gemotiveerd worden. De burgers moeten beseffen waarover het gaat. Ik zal proberen daar werk van te maken. Maar wat nog het allerbelangrijkste is, de overheid moet het voorbeeld geven. En ook dat is iets wat we veel te weinig belicht hebben in het verleden. En ik zal daar in de komende weken en maanden aan verder werken. En ik zal in de commissie uiteraard klaarstaan op al jullie vragen en bemerkingen. Dank u wel. Die woorden waren zo overtuigend dat niemand meer het woord vraagt. Nee, dan is de vraag of iemand naar aanleiding van dit actualiteitsdebat een motie bent in te dienen. Groen, SPA, Vlaams Belang. Geen van de meerderheid? Geen van de meerderheid? Mag ik dan vragen om die 16:15 in te leveren? We schorsen de vergadering 3 minuten en dan wijken we de rest van de agenda af.
aan deze ook.
alle twee. Maar die staan nu op, zal die beter afzetten of niet? Ja, wij, maar dat blijft normaal gezien 8 uur goed en ik kan hier uitzetten. Wacht. Nu hoort dat mee. Wachten. Wat op die rij? Op scherm. Goed, dames en heren, de vergadering wordt hervat. We gaan over tot de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van Bart van Malder en Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toeleveranciers van Volvocars Gent. En een actuele vraag van Jenne de Potter aan Philippe Muiters over de toeleveringsbedrijven van Volvocars Gent. Meneer van Malder. Dank u, voorzitter. Collega's, meneer de minister. Het is niet de eerste keer, jammer genoeg zou ik zeggen, dat we in het parlement het moeten hebben over de problematiek van 5 toeleveranciersbedrijven die al jaren leveren aan de fabriek van Volvo in Gent. En die een aantal weken geleden de een na de andere het slechte nieuws gekregen hebben dat bij de productie van de nieuwe modellen die gelukkig naar Gent komen, laat het ons nog eens onderstrepen, zij daar geen partner meer in het spel zijn. Toen we het de eerste keer over hadden in de commissie, gingen we er nog vanuit dat we eigenlijk, hoewel het een moeilijk scenario was, toch nog wel enig perspectief hadden
omdat de contracten aflopen in 2019 en we zagen een afbouwscenario zich aftekenen vanaf eind 2017. Nu, één van die toeleveranciers, SAS Automotive, heeft eigenlijk tegen die beslissing van Volvo nu een heel brutale tegenzet gedaan en gezegd van, kijk, na de zomer 2016 stoppen wij hier de productie. Dit is voor ons een verhaal waar we niet in meegaan. En in plaats van dat we nog meer dan een jaar hebben om heel de machinerie in gang te zetten, om heel sociale begeleiding uit te rollen, om mensen op te leiden naar een andere job toe te leiden, maar ook om bijvoorbeeld toeleveranciers andere markten, andere afnemers te laten zoeken, hebben we hier nu een heel brutale beslissing om te stoppen. Resultaat is dat niet alleen dit ene bedrijf plat ligt, maar dat vandaag eigenlijk zowel Volvo Cars als alle andere toeleveranciers als gevolg van overmacht, in het geval van die laatste stilligen, en 7000 mensen dus eigenlijk technisch werklozen. Mijn vraag is denk ik even evident als dat we allemaal kunnen voorspellen, meneer de voorzitter. Meneer de minister, wat is uw antwoord hierop? Wat gaat u concreet op het terrein doen ten aanzien van deze abrupte beslissing van SAS Automotive om reeds in het najaar van 2016 de productie in Gent volledig stop te zetten? Meneer de Potter. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, in maart kwam inderdaad het nieuws dat Volvo Cars Gent een deel van de productie van onderdelen, maar ook van assemblagewerk zou willen gaan insourcen, waardoor contracten met 5 toeleveranciers ten einde werden gezet. Het was eigenlijk de bedoeling dat die toeleveranciers een soort van transitieperiode gingen gaan, hun activiteiten in een transitie zouden steken, zodat er toch nog tewerkstelling zou kunnen worden behouden. Voor een ander aantal bedrijven was inderdaad het stopzetten van de activiteiten tegen 2019 vooropgesteld. Nu merken we evenwel dat de realiteit van de dag die planning vooruit loopt. We hebben bij SAS Automotive het bericht gekregen dat na de zomer de activiteiten worden stilgelegd. Meer dan 200 mensen dreigen hun job te verliezen. En dat heeft inderdaad een kettingreactie op gang gezet met stakingen bij die toeleverancier, met de productie die stil ligt bij Volvo Cars Gent zelf, nu al 3 dagen, met ook andere toeleveranciers, ook andere bedrijven waar er tijdelijke werkloosheid is. Vandaar dat het toch wel belangrijk is dat u als minister van Werk hierop actief in het veld gaat en actief participeert en actie onderneemt. Vandaar dat mijn vraag luidt, welke acties, welke initiatieven de minister al heeft genomen, enerzijds naar de toeleveranciers, maar ook naar Volvo Cars Gent, om de tewerkstelling zo maximaal mogelijk te gaan garanderen. Met andere woorden, welke acties, welke initiatieven heeft u genomen om die toeleveringsbedrijven te gaan ondersteunen bij hun toekomstproces? Minister Muiters. Dank u wel. En eerst en vooral, we hebben er denk ik wel wat ruimer tijd gehad om in de commissie het algemene te bespreken. Ik wil daar de essentie samenvatten. Wij doen niet de transformatie van die bedrijven. Wij willen die bedrijven, en laat ons hopen dat er zoveel mogelijk een transformatie kunnen aangaan en zo een doorstart kunnen maken, die willen we wel ondersteunen. We hebben ons klassieke instrumenten, de KMO-portefeuille, de groeiportefeuille. Wij hebben ook de strategische investeringssteun met opleiding om die mensen die stap te kunnen laten zetten. Dat is mijn eerste element en ik hoop dat we zo van die 5 bedrijven er een aantal hebben die een doorstart kunnen maken en waar de mensen kunnen blijven. Maar SAS Automotive, ik moet zeggen dat ik net zo verbaasd was als jullie, dat zij die, zoals u het noemt, collega Van Malderen, die abrupte beslissing hebben genomen om nu al te doen. Wij hebben dan ook direct contact genomen met het hoofd in Gent, de directie in Gent. We hebben daar begrepen dat het eigenlijk een discussie is op het niveau van de hoofdkwartieren van Volvo en SAS Automotive. Maar ik kan daar, en ik hoop dat jullie dat willen begrijpen, ik kan daar niet in detail treden. Dat is mij ook gevraagd om daar niet over in detail te treden. Als overheid moet je in zo'n zaken altijd oppassen om daar u in te mengen. Want je moet ervoor zorgen dat je natuurlijk niet vazen breekt voor de toekomst of dat je die toekomst gaat hypothekeren door nu publieke verklaringen te gaan afleggen of daar actie te nemen als overheid. Dat is denk ik naar SAS Automotive toe. Nu natuurlijk als SAS Automotive sluit, SAS Automotive sluit, en dan, u kent de regels, de wet Renault, er is eerst sociaal overleg, overigens wat vandaag bezig is, dat is het eerste. Ten tweede,
is natuurlijk dat we dan met de werkstellingscel zouden beginnen en actief daarin zouden gaan werken. In de toekomst wellicht nog andere tewerkstellingscellen, misschien een overkoepeling die we daar moeten doen om samenspel te realiseren. In elk geval, wij hebben al algemeen, zowel voor SAS als voor de andere toeleveranciers, is er al contact geweest tussen de VDAB Oost-Vlaanderen en de stad om ervoor te zorgen dat ook daar er afspraken worden gemaakt. En niet langer geleden dan vanmiddag is er op mijn kabinet, met mijn kabinetchef, met de stad Gent, met de haven van Gent, ook met de VDAB Oost-Vlaanderen, overleg geweest. En ik kan zeggen dat was zeer constructief, heeft met mij gezegd, waarbij we in elk geval onze krachten zullen bundelen naar de werkgelegenheid van die mensen, naar de competenties en de talenten, proberen bij te schaven van die mensen waar het nodig is. We kunnen daar zeker ook onze ervaring die we hebben opgedaan in Limburg bij de sluiting van Fort, kunnen we daar mee in integreren om proactief het werk te doen dat we kunnen doen. En ik kan ook wellicht zeggen dat we dat ook nog hebben afgesproken. En ik zal dat ook aan de minister-president, met de minister-president opnemen, dat we samen ook gaan werken om mogelijke nieuwe investeringen aan te trekken die dan toch ook voor bijkomende werkgelegenheid kunnen zorgen. Dus voor alle duidelijkheid, ik denk dat we hier een samenspel willen doen tussen stad, tussen haven, tussen VDAB en mijn kabinet, om alles uit de kast te halen wat we kunnen naar die mensen toe en naar mogelijke investeringen en naar transformatie als er wordt gekozen voor een transformatie van die bedrijven. Heer Van Malderen. Meneer minister, dank voor uw antwoord. Soms is een lapsus veelzeggend. U had het even over SOS Automotive. Misschien is dat wel aan de orde vandaag en moeten we inderdaad toch wel er alles aan doen dat we de tewerkstelling in deze sector zo maximaal mogelijk weten te vrijwaren. Bijna 900 jobs staan op de tocht als gevolg van de beslissing van Volvo om niet langer met die onderaannemers scheep te gaan. In uw verhaal dat u brengt zie ik grote gelijkenissen met het antwoord dat u in commissie gegeven hebt een paar weken geleden. Gelukkig, voor SAS Automotive deze abrupte beslissing nam. Ik noteer met genoegen, zou ik zeggen, dat u met de VDAB contact hebt met de andere onderaannemers. Mijn vraag bijkomend is er eentje die dubbel is. Enerzijds, bent u op de hoogte dat ook andere leveranciers in een SAS automotive scenario zouden stappen, met andere woorden, niet uitfaseren vanaf 2017, einde 2019, maar heel abrupt nu ook gelijkaardige beslissing nemen, omdat dit ook wel zijn repercussies heeft op de organisatie van Volvo zelf. En bent u bereid om naar Volvo te stappen, om ervoor naar te streven, om maximaal te insourcen, niet alleen bij activiteiten, maar ook naar mensen. Meneer Van Malderen. Meneer De Potter. Meneer de minister, dank voor uw antwoord. Het is inderdaad zeer positief dat er overleg is met het lokaal bestuur, met de VDAB, met het havenbedrijf. Het is ook belangrijk dat u als Vlaams minister van Werk dit dossier ook actief opvolgt en trekt en begeleidt en bewerkt. En ik hoop dat er eigenlijk vanuit het overleg met de lokale besturen, de VDAB, een gecoördineerd beleid wordt op poot gezet. Twee fronten. Een stuk reactief, waar we niet onderuit kunnen. Begeleiding van die mensen naar nieuwe tewerkstelling. Maar ook een stuk preventief, proactief, naar het bedrijf toe, naar Volvo toe. Zodat op die manier toch ook wel een zekere invloed in het beleid kan worden bereikt. Ik denk dat het behoud van de tewerkstelling inderdaad het uitgangspunt moet zijn. En vandaar mijn vraag, gelet op de actualiteit van deze week, gelet op de kettingreactie die het een en ander teweeg heeft gebracht, welke initiatieven u nog plant en of u inderdaad weet heeft van andere... Goed, wie wens aan te sluiten? Meneer De Klerk. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, meneer de minister, ik denk dat u op een zeer genuanceerde en serene en ook daadkrachtige en positieve manier effectief de vragen van de collega's hebt beantwoord en terecht wijst op de krachtenbundeling
die we allemaal delen, die we allemaal moeten voorstaan om op een verantwoordelijke manier met deze moeilijke situatie. Het was al moeilijk en het wordt alleen maar moeilijker nu inderdaad in SAS een en ander aanwezig is en het sociaal overleg is opgestart en dat moeten we respecteren. Dat is juist. Dat moet zijn werk, moeten we hun werk laten doen. Maar het signaal, het positieve signaal dat al die instanties, de stad, het havenbedrijf, de VDAB, de minister, de Vlaamse overheid, dat we dat signaal in de wereld sturen om inderdaad eensgezind mensen, de getroffenen, eenmaal het sociaal overleg achter de rug is, bij te staan, de warme hand te reiken, te ondersteunen, te begeleiden. En de VDAB heeft daar ook goede ervaringen in. En mits een aantal versterkende maatregelen kunnen we daar ook sterk samen in slagen. En het is inderdaad van belang om goed te onderstrepen, collega Van Malderen, dat het fundamenteel is dat we ook wijzen op het positieve nieuws, met name dat die nieuwe modellen naar Gent komen, om inderdaad de toekomst verder te verankeren van Volvo en vele spelers in Gent. En te vechten voor elke job. Ja, meneer de minister, bedankt voor de antwoorden die u hebt gegeven op de vragen van de collega's. Ik had ook een bijkomende vraag die in dezelfde lijn ligt. Ik was ook wel wat geschrokken van... We wisten allemaal wel dat er iets op ons afkwam. Maar ik was toch ook wel wat geschrokken van het nieuws deze week. En dus mijn bijkomende vraag is van... hebt u van de Volvo-directie eigenlijk in Gent ook een overzicht gekregen van wat er nog aan toeleveranciers mogelijk op dit scenario, op dit pad zit? Want ik denk dat het inderdaad interessant is dat we niet altijd reactief moeten optreden, maar dat we eventueel ook proactief de problemen in kaart kunnen brengen om daar een antwoord op te geven. Want op deze manier wordt het natuurlijk wel moeilijk om een aantrekkelijk bedrijf in de Gentse haven verder te verankeren, wat toch de zorg is van alle collega's. Minister Muiters. Meneer Grifois. Dank u. Dit onderwerp is inderdaad een paar weken terug besproken geweest op commissie. En ik heb toen ook heel duidelijk gevraagd van te hoeden voor grote ronkende verklaringen. Ik denk dat het slechtste is wat we kunnen doen. In het verleden is dat vroeger wel soms al eens gebeurd. En dan krijg je dan soms het omgekeerde effect. Dus ik zou graag opteren van discretie in dit dossier. En laat ons de mensen die het moeten doen, achter de schermen werken, pendeldiplomatie, stille diplomatie toepassen en zo in contact komen met alle betrokkenen. Minister Muiters. Dank u wel. Ik ben het helemaal met u eens, collega Geoffroy. En meneer Juska, zijn er anderen op hetzelfde pad? Ik ben zeker dat Volvo niet wist dat SAS een stap sneller ging gaan. Ik heb het gezegd, wij hebben gebeld met de directie van SAS en het is op het moederbedrijf, zowel bij Volvo als bij SAS, dat daar beslissingen worden genomen die zijn effect hebben op wat er in Vlaanderen gebeurt. Dus als ik aan Volvo vraag, denk ik dat die andere vier ook vroeger gaan sluiten, gaan ze daar vandaag geen antwoord op kunnen geven. En ik hoed er mij effectief voor om te gaan zeggen, want u vraagt, meneer De Potter, gaat u proactief aan Volvo vragen om hun beslissingen te herzien. Ik vind de beslissingen die moeten genomen worden door Volvo, moeten door Volvo genomen worden. Dat zij hebben beslist om de nieuwe lijn, hier in Vlaanderen opnieuw te verankeren, vind ik een fantastische zaak. En dat is toch een zeer belangrijke beslissing die is genomen geworden. En dat is voor mij punt 1 in die discussie. Dat wij ook proactief kunnen zorgen dat die bedrijven een doorstart kunnen maken, die toeleveranciers, daar wil ik alles mee opzetten. Maar beslissingen van bedrijven in vraag gaan stellen, ga ik niet doen. Absoluut niet doen, want dan zou je wel eens de toekomst van dat bedrijf gaan hypothekeren. Dus dat ga ik zeker niet doen. Wat naar het reactieve ben ik het natuurlijk eens. En ik denk dat collega De Klerk het ook heel duidelijk heeft gesteld. De collega's zeggen het ook. Ik denk dat we hier die krachtenbundeling, dat samenspel verder moeten uitzetten en er zeker aan iedereen die toch in een situatie komt dat zij hun job gaan verliezen, dat zij kunnen zeker zijn dat wij samen, schouder aan schouder, zullen zorgen, met alle kennis die we hebben, met alle mogelijkheden die we hebben, dat wij hen willen begeleiden naar een nieuw job. Dat is voor mij de belangrijkste boodschap van vandaag. En ik kan het alleen maar zeggen, het gesprek zoals vandaag is verlopen, is zeer constructief. Het was overigens niet de eerste keer, wij hebben met elkaar tevoren al gebeld, een aantal keren. Dus ik denk dat we hier op een goede lijn zitten wat dat betreft. Meneer Van Malderen, slotopmerking.
Ja, meneer de minister, het gaat er niet over om ronkende verklaringen af te leggen. Maar je hebt hier wel bijna 900 werknemers die vragende partij zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over hun toekomst. Wij hebben nu de vraag gesteld, en ik dacht kamerbreed zijn hier collega's die hebben aangesloten, om actief, proactief, preventief aan de slag te gaan, om naar die andere onderaannemers contact te leggen en hen uitdrukkelijk te vragen naar wat het scenario is dat zij gaan volgen. Ik denk toch niet dat we omwille van de continuïteit bij Volvo kunnen verdragen dat nu de ene na de andere versneld zou gaan sluiten. Dat zou echt nefast zijn. Dat zou echt nefast zijn om dat te doen. U zegt, ik trek geen beslissingen van bedrijven in twijfel. Ik denk dat u alle zeilen die u hebt, u en de minister-president die hier aanwezig is, zou moeten bijzetten om daar eigenlijk preventief een aantal stappen te zetten. Er is een grote ervaring als het gaat over het curatieve. Laat ons eens maar echt versterkt inzetten op het preventieve en echt vechten voor elke job, voor de 800 bij die toeleveranciers, maar op de achtergrond 7000 anderen die vandaag ook angst hebben en dat niet zouden moeten hebben. Goed, dank u wel. Het is inderdaad zo dat er achter de schermen moet gewerkt worden, maar mijn oproep was om ook de contacten met Volvo zelf te blijven leggen en met hen ook in overleg te gaan en te kijken hoe we de tewerkstelling, het insourcen van de werknemers, van de eventuele toeleveranciers, kunnen gaan proberen, te bewerkstelligen. En dus ik denk dat het actief op de markt gaan, het actief participeren aan het overleg, wat gebeurd is met de stad Gent, wat u op het kabinet ook heeft gedaan, dat dit moet intensief moet gebeuren. En dat is de oproep die ik wou doen. En voor de rest hopen we uiteraard dat de tewerkstelling waar we allemaal zo voor vechten, dat die inderdaad maximaal kan worden gegarandeerd. Dank je wel. Volgende actuele vraag van Stefan Sint-Aubin aan Joke Schouwvliegen, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de impact van het vernietigingsarrest van het grondwettelijk hof van 28 april 2016 op de lopend beleid in zaken de instandhoudingsdoelstellingen. En een actuele vraag van collega Lydia Peters over de vernietiging van enkele bepalingen uit het natuurdecreet door het grondwettelijk hof, met name wat betreft de instandhoudingsdoelstellingen en de programmatische aanpak stikstof. Meneer Sint-Aubin. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, we hebben hier in dit parlement, zowel in plenaire als in commissie, reeds enkele vergeten debatten gevoerd omtrent het wijzigingsdecreet natuurbehoud en de instandhoudingsdoelstellingen. We zijn allemaal getuigen geweest van de massale boerenprotesten in de loop der maanden, in de loop der jaren. Maar er was natuurlijk ook nog de actiegroep, de actiegroep Ruimte voor Boeren, die eind 2014 naar het grondwettelijk hof is gestapt om een schrapping te vragen van 10 artikelen in het wijzigingsdecreet. En wat eigenlijk niemand blijkbaar voor mogelijk, of iedereen dacht dat ze weinig kans maakten, maar toch blijkt uit het arrest van vorige week, dacht ik, van het grondwettelijk hof, worden 9 van de 10 artikelen geschrapt in dit wijzigingsdecreet. De kritiek van de boeren, en die is er trouwens nog altijd, is natuurlijk dat het wijzigingsdecreet toch wel een serieuze impact geeft op de bedrijfsvoering. En als ik het arrest goed begrijp, zijn voor mij de twee belangrijkste zaken, of de motivering althans van de uitspraak van het grondwettelijk hof. 1. Te weinig inspraak of geen inspraak bij het tot stand komen van de verschillende plannen. En 2. Er is geen spreiding van de lasten over alle actoren in dit dossier. Mijn vraag is dus ook vrij simpel. Ik heb gezien dat er vorige week ook een vraag was in de commissie waar ik helaas niet kon aanwezig zijn. Maar ik denk dat dit arrest toch wel een impact geeft op het huidige gevoerde beleid. En mijn vraag is dan ook, wat doet u, mevrouw de minister, met de uitspraak van het grondwettelijk hof? Mevrouw Peters. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. De acties van de vereniging Ruimte voor Boeren is hier al meermaals aan bod gekomen. Denk maar inderdaad aan de tractorenoptochten door heel Vlaanderen. Denk ook maar aan de petitie die recentelijk nog aan u werd overhandigd, mevrouw de minister. En uiteraard ook de stappen die ze hebben genomen richting grondwettelijk hof om de vernietiging te bekomen van het natuurdecreet. Het natuurdecreet dat hier eind vorige legislatuur werd goedgekeurd op de valreep. Nu, vorige week in de commissie hebben we het er inderdaad ook nog over gehad. En toen heb ik ook al gepeild naar de resultaten van die procedure die hangende was voor het grondwettelijk hof. Toen konden we geen antwoord ontvangen. 2 dagen later komt er dan toch het arrest. Het arrest waarbij inderdaad 9 artikels van het natuurdecreet
zijn vernietigd. En dit om reden dat er veel te weinig inspraak was geweest voor het ruime publiek, maar zeker voor de betrokken landbouwers, wiens bedrijf zwaar gehypothekeerd werd door de maatregelen rond instandhoudingsdoelstelling rond programmatische aanpak stikstof. Dus ook wat dat betreft, mevrouw de minister, luidt mijn vraag: welke stappen gaat u nu ondernemen om eventueel tot een reparatiedecreet of wat dan ook te komen naar aanleiding van hier de arrest van het Grondwettelijk Hof? Dank u. Mevrouw Schouwvliegen. Dank u wel, voorzitter. Collega's, misschien toch even herhalen waarom we dit doen. Hè? Waarom wij het natuurdecreet hebben gewijzigd en er ook voorstellen op de tafel liggen om dat inderdaad programmatisch te gaan aanpakken. De bedoeling is natuurlijk dat we niet naar een individuele vergunningenstop gaan, zoals dat ook in Nederland het geval geweest is. Als je geen kader uitwerkt, komen individuele vergunningen in de problemen omdat er telkens een passende beoordeling moet opgemaakt worden. Deze Vlaamse regering heeft gezegd, wij gaan dat niet doen. We gaan zorgen dat er een kader is, zodanig dat men ook goed weet waar men aan toe is en dat men individueel niet zomaar in de problemen komt. Daar de wijzigingen aan het natuurdecreet en een hele procedure die we hebben uitgewerkt. En eigenlijk zegt het arrest van het Grondwettelijk Hof dat inhoudelijk wat we aan het doen zijn, dat dat perfect overeind blijft. Maar er is inderdaad een opmerking en inderdaad de vernietiging wat de procedure betreft. Wat zegt het Grondwettelijk Hof? De inspraak en de participatie die u voorziet in het volledige traject is eigenlijk wel gigantisch en iedereen vindt dat ook wel, maar zegt het Grondwettelijk Hof, je voldoet niet aan het verdrag van Aarhus, want je moet een officieel openbaar onderzoek in die procedure inlassen. En inderdaad, in die artikelen van het natuurdecreet die vernietigd zijn, staat niet formeel dat er een openbaar onderzoek zal gevoerd worden. Mijn conclusie van dit arrest is dus dat wij die artikelen van dat natuurdecreet zullen moeten aanpassen, zullen moeten wijzigen. En in de procedure waar dan de definitieve managementplannen worden vastgelegd, dat we daar ook nog eens een openbaar onderzoek zullen moeten inlassen. Een officieel openbaar onderzoek waar ook officiële inspraak is. Dat zal er dus voor zorgen dat de procedure nog langer wordt en dat we dus nog meer tijd zullen nodig hebben. Maar dat is voor mij de conclusie op dit moment van het arrest van het Grondwettelijk Hof. Meneer Sint-Dubin. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. En ik weet natuurlijk ook wel hoe dit dossier is tot stand gekomen en welke de redenen waren. We hebben daarover serieuze discussies gevoerd. U kent de opmerkingen, maar u kent ook de opmerkingen nog steeds van boerenorganisaties, zelfs van het actiecomité Ruimte voor Boeren, waar dat ze natuurlijk blijven beweren dat het wijzigingsdecreet natuurbehoud toch wel een immense impact geeft op de bedrijfsvoering van enkele landbouwers. En dat is altijd, en dat zal voor mij altijd een heel pijnlijke zaak blijven. Twee, u zegt dat met zijn aanpassing dat er tegemoet gekomen wordt aan, aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof wat betreft de inspraak en dat het een beetje de zaken zal vertragen. Maar natuurlijk, iedereen heeft recht om naar het Grondwettelijk Hof te stappen, maar ik had ook begrepen uit het arrest dat er een tweede punt was waar Ruimte voor Boeren toch over spreekt en de nadruk op legt, is het feit dat de lasten niet gelijk worden verdeeld over alle actoren. En daarover heb ik u eigenlijk niks horen zeggen. Mevrouw Peters. Ja, dank u wel, mevrouw de minister. Nu, ik heb daar blijkbaar ook het arrest toch wel iets anders gelezen. Want u zegt dat u kan lezen in het arrest dat de inspraak gigantisch is. Nu, we hebben nogthans meermaals in de commissie, ook meermaals in schriftelijke vragen en ook op de werkgroepen meer dan eens erop gehamerd dat het toch wel markant is dat heel wat grondeigenaars niet betrokken waren bij de procedure, ook bij de procedure van de managementplannen en dergelijke meer. En dat dus toch die inspraak wel zeer belangrijk is. Nu, een bijkomende vraag nog, mevrouw de minister. We hebben vandaag ook de uiteenzetting of de nieuwsflits van Natuurpunt gezien. En zij zeggen, kijk, heel dit arrest is een Pyrrhus-overwinning. Ik zou daaromtrent ook graag uw reactie kennen, mevrouw de minister. Ik vind het alleszins heel vreemd dat een middenstandsorganisatie, dat die daar wanneer een grondwettelijk hof zegt, er moet meer inspraak zijn, dat zij dat een Pyrrhus-overwinning vinden. Maar alleszins zou ik ook graag uw standpunt daarom willen kennen. Dank u. En is iemand aan te sluiten? Meneer Seysses. Ja, dank u wel, voorzitter. En de boer, hij ploegde voort, zo zegt men wel eens. In dit geval absoluut niet. Hè. Een aantal boeren zijn naar het Grondwettelijk Hof getrokken. En ik denk dat we er ons allemaal van bewust zijn hoe precair de situatie moet zijn vooraleer dat die mensen die stap gezet hebben. Het arrest is er vandaag.
En wat ik vooral uit dat arrest onthoud, collega's, want inderdaad, het dossier ligt nu hier terug, is dat inderdaad toch duidelijk gesteld wordt dat de gevolgen of de nadelen uit een rechtmatig beleid, dat die niet mogen afgewendeld worden op de een of de ander, maar die gelijkmatig moeten verdeeld worden over alle actoren. Ik denk dat we dat goed in ons achterhoofd moeten houden als we hier en in de schoot van de regering daar het debat verder over voeren. Dat alle actoren daar een gelijkwaardige inspanning moeten dragen en dat vooral diegene die er individueel door getroffen wordt, dat die niet individueel de rekening mag betalen. Mijn bijkomende vraag, mevrouw de minister, want er is de laatste dagen denk ik ook veel desinformatie gespuit naar aanleiding van dit arrest. Het significantiekader dat uitgewerkt is voor de vergunningen, dat neem ik aan dat dat staande blijft. Kan u dat bevestigen? Ja, voorzitter, ik had een vraag om uitleg al ingediend, maar ze was blijkbaar na de vragen binnengekomen. Dus ik hoop in elk geval, mevrouw de minister, dat we er in de commissie nog verder op kunnen terugkomen, want er is heel veel dat moet gezegd worden en uitgepraat worden dat op dit moment hier in dit kader uiteraard niet kan. Maar ik wil toch onder andere aan meneer Sintobinder op wijzen dat ja, de programmatorische aanpak heeft een significante invloed op een aantal bedrijfsvoering. Maar evengoed heeft in een aantal gevallen de bedrijfsvoering ook een redelijk grote impact op de omgeving en op de te halen doelstellingen. En dus ja, daar zal moeten een beleid gevoerd worden dat ingrijpt. En ik begrijp, als ik het ondertussen het terrest gelezen heb, ook wel dat het Grondwettelijk Hof niet in vraag stelt dat de Vlaamse regering bevoegd is en zelfs de verantwoordelijkheid heeft om dat beleid te voeren en dat daar gevolgen van zullen zijn. Dus mijn vraag naar de minister was inderdaad, hoe snel kan u dit rechtzetten? Want hoe dan ook, nog voor de bedrijven... Hoe snel kan u dat rechtzetten? Nog voor de bedrijven, nog voor de milieudoelstellingen, is dit goed? Dank u wel, voorzitter, mevrouw de minister. Dat er rechtsonzekerheid in dat kader aanwezig was, werd eigenlijk zowel door de natuurbeweging als door landbouwers vastgesteld. Hè? En dit uitspraak van het Grondwettelijk Hof bevestigt eigenlijk de rechtsonzekerheid van de procedure. En daar zijn vooral de landbouwers slachtoffer van. En dat is heel jammer. Bijzonder jammer, omdat zij al zo lang wachten op uitsluitsel over hun oranje en rode kaarten, over de flankerende maatregelen die nodig zijn om hun problemen op te lossen. En laat ons ook duidelijk zijn, een landbouwer die getroffen wordt, mag de rekening niet gepresenteerd krijgen. Daar moet de overheid bij springen om die rekening te betalen. Dus mevrouw de minister, ik pleit ervoor dat de nieuwe tekst van een decreet een juridisch solidere basis geeft, publieke openbare procedures bevat, zoals openbaar onderzoek of MERS waar nodig. En ik wil terzijde ook nog meegeven dat in datzelfde arrest ook de eeuwigdurende milieuvergunning in vraag wordt gesteld. En dat is geen klein probleempje waar de Vlaamse regering morgen en breder dan de landbouw zal mee geconfronteerd. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Ja, ik weet niet of het arrest zo positief is voor de landbouw eigenlijk. Hè. Als ik het arrest goed lees, dan stelt het Hof ook vragen bij flankerend beleid, bij compensaties. Trouwens, terloops, ook de bescherming van de poldergraslanden wordt door het Hof bevestigd. Dus het is dus volgens mij toch wel de vraag wie hier eigenlijk bij wint. Ik vrees dat de rechtsonzekerheid, collega Caron, alleen maar groter wordt. En dat is bijzonder jammer. We weten met z'n allen dat die instandhoudingsdoelstellingen, minister, gehaald moeten worden. We weten dat bedrijven die te veel uitstoten een inspanning moeten doen. En we willen ook als overheid daarbij helpen. Dus ik zou zeggen, mevrouw de minister, ik roep u op om de trein snel weer op de sporen te zetten, om er voldoende stoom door te jagen, zodanig dat we resultaten boeken voor het milieu en dat er ook rechtszekerheid komt. Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's, ik denk dat niemand kan ontkennen dat de manier waarop de instandhoudingsdoelstelling en de PAS wordt gerealiseerd, dat een nooit gezien participatietraject is. Trouwens, de Europese Commissie is ons komen feliciteren de manier waarop wij die inspraak van al die verschillende doelgroepen ook hebben georganiseerd. Dat, denk ik, staat vast, maar toch moet er formeel dus nog dat openbaar onderzoek worden ingevoerd. We hebben ook geen beleid waar wij alleen stikstofdepositie zouden afwentelen op de landbouw. Integendeel, we hebben een beleid dat gebaseerd is op generieke maatregelen, brongerichte maatregelen en herstelmaatregelen. Drie evenwaardige luiken in wat wij aan het ontwikkelen zijn. Het is trouwens ook zo dat elk bedrijf, of dat nu een landbouwbedrijf is of een ander bedrijf, wanneer er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd, moet er een passende beoordeling worden opgemaakt. Dat is niet alleen voor de landbouw, dat geldt voor iedereen die een milieuvergunning nodig heeft. Dus doen alsof dit maar
voor één sector zou gelden, is helemaal niet waar. En dat weet u. Wat wij wel proberen te doen, is een goed kader uitwerken om ervoor te zorgen dat men niet individueel naar een vergunningenstop gaat. Het is juist om de landbouw ook te helpen in die aanpak dat wij dit kader aan het uitwerken zijn. Iedereen leest hier iets anders in het arrest van het Grondwettelijk Hof. Eén zaak is duidelijk, de vernietiging is gebaseerd op het feit dat dat openbaar onderzoek niet formeel voorzien is in die artikelen van het natuurdecreet. Wat gaan we nu doen? We zijn al bezig, onze diensten zijn al de bepalingen van dat natuurdecreet aan het herschrijven, waar dus formeel in de procedure een openbaar onderzoek zal ingevoerd worden. Dat zal er heel snel zijn. We kunnen dat via een ontwerp van decreet doen, maar als we het nog sneller willen doen en we kunnen daar ook een consensus rond vinden, dan kan dat misschien ook iets zijn wat uw parlement kan rechtzetten via een voorstel van decreet. Maar daar denk ik kunnen we de komende dagen en weken ook nog gerust van gedachten over wisselen. Doen collega Caron alsof dat er nog geen flankerend beleid is, dat er niets gebeurt, is niet waar. De Vlaamse regering heeft het flankerend beleid goedgekeurd voor de rode bedrijven. Er zijn ook middelen die daar tegenover staan en op het terrein gebeurt dit al. Dus het is niet juist als u doet uitschijnen alsof dat er nog niets zou gebeurd zijn. Ik ben het ook helemaal niet met u eens waar u zegt dat het Grondwettelijk Hof eigenlijk de omgevingsvergunning op de helling zet. Er loopt eigenlijk een aparte procedure tegen de omgevingsvergunning. Het Grondwettelijk Hof zal daar ook uitspraak over doen. Maar ik denk dat we daar een aantal heel sterke elementen hebben om te zeggen dat die omgevingsvergunning niet eeuwigdurend is. Er is een duidelijk moment van inspraak voorzien om de 20 jaar. Er is een mogelijkheid van evaluatie. Ik denk dat we daar een zeer goed argumentarium hebben dat we ook voor het Grondwettelijk Hof naar voren brengen. En we zullen zien welke uitspraak over de omgevingsvergunning zal gedaan worden. Dus collega's, het is inderdaad een oefening die wij samen doen, die ook beslist is in april 2014 in de Vlaamse regering, waar die generieke, die brongerichte en die herstelaanpak effectief voorzien is. Het is een traject dat inderdaad tijd vraagt, omdat we zoveel mogelijk inspraak ook organiseren op het terrein. We zullen nu ook formeel nog eens het openbaar onderzoek in de procedure inbrengen en we hopen op die manier ook snel die rechtszekerheid te kunnen garanderen aan iedereen die daarbij betrokken is. Maar daarvoor zal natuurlijk ook de medewerking nodig zijn van iedereen hier in het parlement en ook in de Vlaamse regering om snel een aantal zaken ook formeel te kunnen rechtzetten. Waarvoor dank. Meneer Sintebeen, slotopmerking. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, als ik u zo bezig hoor, dan is er in feite weinig of niks aan de hand en zal het in 1, 2, 3 opgelost zijn. Maar het is natuurlijk voor u en voor ons allemaal eigenlijk dat het bijzonder pijnlijk dat in een dergelijk delicaat dossier er toch nog dergelijke fouten worden gemaakt, want daarover gaat het feitelijk natuurlijk. Hè. Waarom krijgen die mensen gelijk van het Grondwettelijk Hof? Omdat er natuurlijk fouten gemaakt zijn, hoe klein ze volgens u ook mogen zijn. Dat is bijzonder pijnlijk. Twee, naar sommige collega's toe. Het lijkt wel of de landbouwers die naar het Grondwettelijk Hof gestapt zijn, een moord hebben gepleegd, of dat ze durfden naar het Grondwettelijk Hof te gaan, meneer Caron. Ik denk dat iedereen vrij is om te doen wat hij wil. En u gaat zeggen dat de landbouwers zelf verantwoordelijk zijn om nog verder de rechtsonzekerheid in stand te houden, meneer Van Dalen. Dat zal u ook wel bijzonder kwalijk genomen worden. Ik stel alleen vast, en ik steun de landbouwers in hun verzet natuurlijk. Het is niet meneer Tobak, omdat Europa ons bepaalde natuurdoelstellingen oplegt, dat ik als parlement, dat onze fractie, het daarmee eens moet zijn. Goed. En zal zijn. En mevrouw zal dit verder Peters. Blijven bewerken. Mevrouw Peters. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat we hier alleen maar kunnen concluderen dat de vereniging Ruimte voor Boeren terecht hun slag hebben thuisgehaald. Voor onze fractie is het alleszins heel belangrijk dat dat eigendomsrecht, dat grondwettelijk beschermd is, dat wanneer men daarvan het genot aan banden wil leggen, dat er dan enerzijds het gelijkheidsbeginsel van toepassing is, zoals ook duidelijk in het arrest is aangehaald, en anderzijds dat er uiteraard ook inspraak moet zijn. Ik ben blij, mevrouw de minister, dat u zegt dat u een openbaar onderzoek zal gaan invoeren in heel de procedure. Ik denk dat er voor veel mindere, voor veel kleinere zaken die een veel geringere impact hebben, dat er daar al openbaar onderzoek voor is. Dan zal het zeker ook in deze zaak moeten zijn. Dus wat dat betreft denk ik opnieuw dat Ruimte voor Boeren terecht deze procedure had aangespannen. Dank u. De volgende actuele vraag is van collega Karel van Louwen aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering.
maar ook Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken en Onroerend Erfgoed over de gevolgen van Vlaanderen van de resolutie van het Waals parlement betreffende het economisch en handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Ik heb het in Nederlands voorgelezen, maar u kunt dat in het Engels doen. Dank u wel. Meneer Van Louwen. Meneer de voorzitter, meneer de minister-president, collega's. Ongeveer een week geleden werd in het Waals parlement door onze collega's, Waals parlementsleden, een resolutie gestemd tegen het CETA. Het CETA, het Comprehensive Economic and Trade Agreement, het akkoord over vrij handel en investering tussen de Europese Unie en Canada, waarvoor er 7 jaar werd onderhandeld, werd ter discussie gesteld door onze collega's van het Waals parlement. Amari usque ad mare, dat is de wapenspreuk van Canada. Van de ene zee tot de andere zee wenst men handel te drijven. Canada is inderdaad een bijzonder groot land, Wallonië is dat niet. Maar als het van Waalse politici afhangt, zal men in de toekomst geen extra handel drijven over die zeeën. Men stelt bijkomende onrealistische eisen en vraagt zelfs de heropening van de onderhandelingen over het CETA-verdrag. Onderhandelingen, zoals ik juist al gezegd heb, die maar liefst 7 jaar hebben geduurd. De facto komt het erop neer dat men die onderhandelingen, dat men dit akkoord wil opzeggen. Mocht deze houding enkel gevolgen hebben voor Wallonië, zou ik dan zeggen, tant pis, je m'en fous. Maar op dit ogenblik is het zo dat vooral Vlaanderen de gevolgen zal dragen van het opzeggen van dit akkoord. Niet alleen Vlaanderen, maar ook de rest van de hele Europese Unie zou hieronder te lijden hebben. Een Waals niet zorgt er dan ook voor dat in de Raad van Ministers België zich zal moeten onthouden. Wat zeker neerkomt op een blamage, vooral rekening houdend met het feit dat het akkoord dat bereikt is binnen het onderhandelingsmandaat gelegen is. En de vraag luidt? De vraag luidt inderdaad, meneer de minister-president, Wallonië blokkeert hierdoor de Vlaamse economie, de Vlaamse export. En mijn vraag dan ook, hoe staat u tegenover de ontwikkelingen? Hoe staat u tegenover dat standpunt dat genomen is in een andere deelstaat? En zal u dat aankaarten op het federale niveau, maar ook tegenover uw collega's in Wallonië? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, collega Van Loo. Ik deel uw bezorgdheid eerst en vooral omwille van de timing. Die onderhandelingen zijn aangevat in 2009 met instemming van alle deelstaten, ook instemming van Wallonië. De onderhandelingen, daar is iedereen van op de hoogte, ook wij, ook Wallonië, volgt dat heel intens op. De teksten zijn gefinaliseerd in 2014, zijn nog juridisch-technisch afgewerkt en zijn gefinaliseerd uiteindelijk in februari van dit jaar, met op het einde nog een zeer mooie toevoeging, omdat er een internationaal tribunaal komt tussen Canada en de Europese Unie. Premier Trudeau en Malmström zijn het daarover eens geraakt. Het is een zeer goed akkoord voor Vlaanderen, maar ook voor Wallonië. 99% van de douanetarieven worden weggewerkt. 92% van de invoerrechten voor landbouw worden weggewerkt. De diensten kunnen vrij op de Canadese markt gaan, met inbegrip van de baggeraars, met inbegrip van alle mogelijke diensten. Er komen geen kloorkippen, geen GGO's. Er is een zeer sterk hoofdstuk duurzame ontwikkeling in. Ik heb een brief bij mij van alle federaties van bedrijven. Niet alleen de Vlaamse, niet alleen de Belgische, maar ook Union Wallonne des Entreprises. Ook de Brusselse ondernemersorganisatie, Brussels Enterprises, Commerce and Industry. Van Unizo, van de Boerenbond, die allemaal zegt, dit is een schitterend akkoord. Dit is goed voor onze welvaart. Dus het is een gemengd verdrag. En het zal erop aankomen inderdaad om te proberen toch de Waalse collega's te overtuigen. Ik denk dat voor de ondertekening van het verdrag er geen probleem kan zijn. Daarvoor staat een gekwalificeerde meerderheid binnen de lidstaten. 60% bevolking, 50% lidstaten. Maar uiteindelijk, bij de ratificatie is een akkoord nodig van alle lidstaten, van alle parlementen. En dit zou natuurlijk een levensgroot probleem creëren. Ik hoop dat men in Wallonië inziet dat dit ook ingaat tegen de Waalse belangen. Een van de grootste farmaceutische bedrijven zit in Wallonië, is een exporteur van farmaceutische producten, landbouwproducten uit Wallonië. Dit is echt contraproductief, dit is tegen onze welvaart, ook tegen de Waalse belangen. En mocht men inderdaad zeggen, de kloorkippen zullen komen, hormonenvlees zal komen, GGO's zullen komen, er is geen duurzaamheidsclausule, maar uitgerekend al die bepalingen,
de audiovisuele diensten zijn uitgesloten, noem maar op, al die zaken waar we ons zorgen over maken, daar is rekening mee gehouden in het verdrag. Dus ik hoop dat gezond verstand terugkeert. Het is nog maar, en dan met respect voor het parlement, de resolutie, maar natuurlijk als het eindigt in een weigering tot ratificatie, dan is er een probleem. En ik denk ook voor de Europese Unie. Je verliest je geloofwaardigheid. Een traject laten lopen van 2009 tot 2016, dan helemaal op de valreep zeggen, hola, nu kan het niet. Ja, ik vind dit echt, dan moet je in de loop van het traject moet je optreden. Meneer Van Louwen. Dank u wel, meneer de minister-president. U wijst er inderdaad terecht op. Blijkbaar heeft men in Wallonië angst voor verandering, angst voor vooruitgang, angst voor verbetering en eigenlijk angst voor een economische groei, voor welvaart die nogthans broodnodig is. Inderdaad, dit akkoord kan bijkomende tewerkstelling veroorzaken, kan bijkomende tewerkstelling in Vlaanderen, in Wallonië, in Brussel meebrengen. Maar ik stel vast dat dit eigenlijk ook wel kadert in bijna een emotioneel debat dat gevoerd wordt door de linkerzijde, onder meer ook tegen het TTIP-akkoord. Er worden betogingen opgestart, er worden mythes gelanceerd, er worden leugens gelanceerd. Men heeft blijkbaar geen vertrouwen, nog in Canada, nog in de Verenigde Staten. Wacht men uiteindelijk misschien op een nieuwe president in de Verenigde Staten vooraleer dat men opnieuw wenst te onderhandelen. Maar in ieder geval, 80% van de export in ons land komt uit Vlaanderen. Het kleinste gedeelte van de export komt uit Wallonië. Goed. En dan durft men nog steeds eigenlijk een dergelijke resolutie stemmen, goed wetende dat de nadelen vooral voor Vlaanderen zijn. Wie ik hoop al wenst aan te sluiten? Dat u dit zal aankaarten. Wie wenst aan te sluiten? Meneer Daams. Dank u wel, meneer de voorzitter. De houding in het Waals parlement is nu een keer echt een puur plat politiek gegeven, waarbij dat men eigenlijk het linkspopulisme naloopt en waarbij dat linkspopulisme ook in Vlaanderen voor een stuk bestaat. We hebben dat gezien over TTIP in de debatten hier. Het is gewoon weer belachelijk. Ik mag dat zeggen, ik ken Wallonië vrij goed. Het is gewoon weer belachelijk dat men die resolutie heeft gestemd. Klein detail. De Waalse liberalen hebben daar tegen gestemd. Hè. Dus een detail, maar toch niet onbelangrijk. Maar mijn vraag aan minister-president is de volgende. Los nog van het feit dat natuurlijk die unanimiteitsregeling voor verdragen een probleem is op zich. Maar welke zijn de elementen die u denkt te kunnen aandragen naar collega Magnet toe om uiteindelijk toch die ratificatie te verkrijgen? En welke zijn de elementen, dat is dan eerder naar onze voorzitter een beetje gericht. Ik weet dat ik maar één vraag aan de regering mag stellen, dus mag ik er ook één aan hem stellen. Maar welke zou eventueel ook eens kunnen een element zijn waarbij we van parlement tot parlement eens even die gasten tot de orde roepen? Want het is juist wat collega, wat Karel eigenlijk naar voren brengt. Meer dan 80% van die export is wel vanuit Vlaanderen. Dus een vraag aan minister-president en eentje met respect aan onze voorzitter. Het debat hier vandaag gaat niet over het CETA. Dat zal hier, toch wel. Verdrag zal hier nog eens komen en dat zullen we inhoudelijk hier bespreken. De vraag die u eigenlijk stelt is, heeft Wallonië wel het recht om zo een standpunt in te nemen? Dat is eigenlijk een institutionele vraag over de bevoegdheidsverdeling in ons land. En ik merk dat de Vlaams nationalisten wel altijd bijzonder veel belang hechten aan het feit dat buitenlandse handel best regionaal is. En dus het recht verdedigen om op regionaal niveau die buitenlandse handel daar standpunten over in te nemen. Als Wallonië dat dan doet, dat die vervolgens verketterd worden. Dat versta ik niet zo goed. Dus als u zegt van elke regio moet autonoom zijn om zelf te beslissen wat ze denken, dan moet u ook respect opbrengen over wat ze daar zeggen. De enige andere logische optie op basis van uw vraag is eigenlijk herfederaliseer buitenlandse handel. Ga dan samen beslissen over welk standpunt er kan ingenomen worden op Europees niveau. Zo niet, dan spreekt u uzelf geweldig tegen. Meneer Kennis. Wordt er dus absoluut geen sprake van dat Wallonië niet het volledige spreekrecht zou geven. Het punt is gewoon dat er onderhandelingen zijn afgerond na 7 jaar en dat die ook heel grondig zijn gevoerd. En dat zelfs tijdens de legal scrubbing op het einde inderdaad nog van ISDS naar het ICS is overgestapt. Een discussie die we hier al een paar keer hebben gevoerd. Ik zie de voorzitter zijn wenkbrauwen fronsen, want dat heeft te maken met dat hele arbitragesysteem. Ik ga daar niet op door natuurlijk. Maar dus Canada is daar eigenlijk zeer tegemoetkomend geweest.
En het is in het belang, en de spreker heeft vooral de nadruk gelegd op het belang voor Vlaanderen. De minister-president heeft gecorrigeerd door ook te zeggen, het is erg belangrijk voor Wallonië. Maar het gaat eigenlijk, voor heel Europa is dit cruciaal. En die Grieken hadden vragen rond VETA en anderen hebben allemaal, iedereen heeft zijn zorgen. Het komt erop aan dat Europa moet zorgen dat we niet aan de kant blijven staan in de internationale handel. Dat we onszelf niet belachelijk maken door daar niet op, op terug te komen. En dan is de vraag inderdaad, welke initiatieven kan de minister-president allemaal nemen. Ik denk dat we niet te hoog van de toren moeten blazen, dat we ook moeten luisteren, dat we een goede dialoog moeten aangaan, maar dat we met Wallonië moeten overtuigen. Het is maar een resolutie, maar in 2017 gaat het over ratificatie. Minister-president. Ja, dank u wel, meneer Voorstel. Ik wil eerst antwoorden op collega Van Bezien. Natuurlijk geen oplossing om te herfederaliseren. En u legt mij woorden in de mond die ik niet gebruik. Heb ik al respect voor de autonomie van Wallonië. Alleen vind ik dit een foute beslissing die ingaat tegen de Waalse belangen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb hier, zoals ik al zei, de brief bij mij, die ook getekend is door de middenstandsorganisaties, Unizo, de Boerenbond enzovoort. Allemaal, ook Waalse organisaties, die zeggen, dit is, ik citeer, het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling is het meest ambitieus dat de EU ooit in een handelsakkoord heeft laten opnemen. En er is een vooringenomenheid daar tegenover. Ik vraag alleen om met kennis van zaken over dit dossier over CETA te oordelen. En zelfs herfederalisering zou geen oplossing zijn. Herinner u de discussie over de dienstenrichtlijn? Daar heeft minister Verwijgen in der tijd zich finaal moeten onthouden op dictaat van de PS. Als je federaal dezelfde standpunten hebt, kom je ook tot een onthouding voor de goedkeuring, voor de ondertekening. Zou dat nog geen ramp zijn? Maar dat zou wel een ramp zijn voor de ratificatie, omdat je daar alle lidstaten moet hebben. En dat is een gemengd verdrag, net zoals het in België een gemengd verdrag is. Dus zelfs diegenen die dromen van herfederalisering, die zouden geen stap verder zijn wat dit betreft. Bovendien zou dit slecht zijn voor onze buitenlandse handel. Ik kom net terug van India. Ik heb opnieuw heel veel mails gekregen van bedrijven die ontzettend tevreden zijn over de dienstverlening van Flanders Investment and Trade. Laat het ons zo houden. Wat kan ik doen? Collega Dames, wat kan ik doen? Maar ik stel vast, als ik met collega Magnet op handelsmissie ga, dat hij de ambitie uitdrukt, en ik ben daar blij om, de ambitie uitdrukt om in het spoor van Vlaanderen te gaan. Ik wil een exporterende deelstaat worden. Wij moeten veel meer exporteren. Hij heeft die ambitie, hij doet dat ook met verve, hij doet dat met overtuiging. Ik ben altijd blij als ik hem de troeven van Wallonië zie uiteenzetten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, op het vlak van industriële vernieuwing, met zijn landbouwproducten. Ja, dan zeg ik, het is wel een beetje het een of het ander. Ofwel ga je mee in zulke akkoorden die zorgen dat ook de Waalse welvaart kan groeien dankzij export. Want onze markt, de Waalse, is helaas voor hen nog kleiner dan de Vlaamse markt. Is klein. Wij hebben buitenlandse markten nodig. Ja, dan moet je consequent zijn. Ik hoop ook dat hij wel eens in contact komt met zijn goede vrienden van Quebec. Na mijn reactie op de resolutie van het Waals parlement heb ik heel bezorgde reacties gekregen en van Canada en van Quebec en van een pak Europese lidstaten die allemaal hun bezorgdheid uitdrukken. Dus ik vermoed dat hun zeer goede vrienden van Quebec ook nog wel eens zullen in dialoog gaan met hen. Het feit dat Trudeau, dan toch niet kan verdacht worden van een aanhanger te zijn van het wilde kapitalisme, dit ondersteunt en zelfs helemaal op het einde akkoord gaat met Malmström om inderdaad een Novum te installeren, ICS te installeren in plaats van ISDS, een gemengd permanent tribunaal met beroepsmogelijkheid, met goedkope mogelijkheid voor KMO's om te procederen, kan wellicht ook een argument zijn. Maar ik hoop vooral dat Wallonië beseft dat het in hun belang is. Het is niet alleen collega Van Loo in ons belang, uiteraard is het in ons belang, maar ook in het Waalse belang om dit akkoord te hebben. 99% van de douanetarieven valt weg. Van de landbouwtarieven, ik heb het cijfer gegeven, is het 92% dat wegvalt voor de landbouwexport. Onze appels en peren willen binnengeraken op de Canadese markt na de boycott door Rusland. Wel, daar zijn opportuniteiten. Laat ons die grijpen. Meneer Melouwens, slotopmerking. Uiteraard alle respect voor de autonomie van Wallonië, maar dan natuurlijk een echte autonomie en geen autonomie met een hypotheek, met een veto, met blokkeringen, waarbij men niet alleen zichzelf blokkeert, maar waarbij men ook de andere deelstaten in dit land blokkeert. En dat is eigenlijk op dit ogenblik de situatie. Zoals de minister-president gezegd heeft, het is in het belang van onze economie, vooral gericht op export, maar het is ook in het belang van de economie van Wallonië. Iedereen hier in dit parlement heeft de brief gekregen van de werkgeversfederaties, gaande van BC, UW, VOCA, VBO, Boerenbond en dergelijke meer, Unizo.
En zij hebben er telkens op gewezen hoe belangrijk het is voor onze economie, voor economische groei, voor welvaart in ons land, voor de tewerkstelling, voor de creatie van werkgelegenheid. Iedereen heeft erop gewezen, het is van belang voor ons land, voor de werkgelegenheid. En dan hoop ik alleszins dat Wallonië met deze resolutie, met deze beslissing die genomen is, dat ze inderdaad ons niet verder blokkeert, maar dat ze ook zichzelf niet verder blokkeert. Er zijn andere landen in Europa, Roemenië, Bulgarije en zelfs Nederland, hebben bemerkingen met betrekking tot dit CETA-verdrag. Maar dan gebruiken ze wel dit verdrag om andere zaken te bekomen. En hier heb ik de indruk dat het gewoonweg om dogmatische redenen is waarom men tegen dit CETA-verdrag stemt. Dank u wel, meneer Van Loo. Meneer Daams, ik zal u, we hebben binnenkort een onderhoud. Ik zal u over samenwerking met de andere parlementen zal ik u dan onderhouden. Wel, ik denk dat het een opportuniteit is in dit geval om een bolletje te wassen. Welke inspanningen dat we de vorige legislatuur gedaan hebben. Maar ik mag me niet in het debat moeien hier. Dus, de volgende actuele vraag is van Chris Janssen aan Hilde Krevits. Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Onderwijs, over de koerswijziging van het katholiek onderwijsnet met betrekking tot de plaats van de islam. En mevrouw Meuleman over het actief pluralisme in het katholiek onderwijs. Meneer Janssens. Voor de minister, het is soms onaangenaam ontwaken als je 's ochtends de krant leest. Ik hoorde zelfs dat u vanmorgen onwel was. Ik kan begrijpen dat u als minister van Onderwijs onwel wordt als u voorpagina's ziet zoals deze. Katholiek onderwijs geeft moslims zijn zegen. Voor de minister, blijkbaar is de top van het katholiek onderwijs van mening dat het minder katholiek moet zijn en meer islamitisch. Het wil immers niet-katholieke leerlingen hun godsdienst voortaan ten volle laten beleven op school. In de praktijk komt het er natuurlijk door massa-immigratie en door islamisering vooral op neer dat de islam in katholieke scholen zal worden gefaciliteerd. Hoofddoeken zullen worden toegelaten. Er komen speciale plaatsen voor moslims om te bidden. Zelfs vrijwillige islamles en islamitische uitstappen. Mevrouw de minister, het katholiek onderwijs, of mag ik al zeggen het gewezen katholiek onderwijs, kiest blijkbaar voor vrijwillige islamisering. En ik vind dat die beslissing getuigt van een absolute wereldvreemdheid. Want de islam is geen godsdienst zoals alle anderen, die wil niet samenleven met anderen, die wil overheersen. Dat wordt ook elke dag bewezen in de islamitische wereld, waar fundamentele rechten van niet-islamitische minderheden volop geschonden worden. En die westerse islam waarover men het altijd heeft, is alleen maar een fata morgana die leeft in de hoofden van, van het multicultural establishment. Mijn vraag aan u, mevrouw de minister, ja, de eerste bedenking was, was u hierbij betrokken, was u hiervan op de hoogte? Wat vindt u van deze plannen? Vindt u ook niet dat die getuigen van grote wereldvreemdheid en legt u zich dan neer bij deze beslissing of gaat u hiertegen in verzet? Schaart u zich bij de vele ouders, tienduizenden ouders van leerlingen in het katholiek onderwijs die hierbij niet betrokken waren? Mevrouw de minister, mijn enige vraag is, wat vindt u van deze waanzinnige ideeën? De forse koerswijziging. Dat staat hier. Hoe reageert de minister op deze forse koerswijziging van het katholiek onderwijs? Mevrouw komt zelf neer. Goed, mevrouw Meuleman. Ja. Mevrouw de minister, mijn vraag is toch iets anders van aard. We hebben inderdaad kunnen lezen dat het katholiek onderwijs zijn deuren opengooit, ruimte wil creëren voor andere levensbeschouwingen, religieuze, maar naar ik hoop en naar ik begrepen heb ook niet-religieuze levensbeschouwingen. Zij willen dit doen in de vorm van de dialoogschool. De dialoogschool is een concept dat zij al een tijdje promoten. Ze vullen dat nu wat concreter in, het idee van die dialoogschool. Maar ik denk dat het logisch is dat het onderwijs zoekt naar antwoorden op de diverse samenleving die een realiteit is geworden, die ons met serieuze vragen confronteert soms en dat daar antwoorden op gevonden moeten worden. Ik denk dat je dat het best doet door deuren open te gooien, niet door deuren te sluiten. Er is nog nooit meer verdraagzaamheid, meer cohesie gekomen door deuren dicht te doen. Integendeel, we moeten de dialoog aangaan. Dus ik vind het op zich zeer nobel en lovenswaardig dat het grootste onderwijsnet zijn deuren opengooit, dat onder het onderwijs in het algemeen alle netten
nadenken over hoe we een antwoord kunnen bieden op die superdiverse samenleving. Wat ik wel lees in het voorstel is dat men ruimte wil creëren voor de verschillende levensbeschouwingen. Wat ik bijzonder belangrijk vind, is niet alleen dat we ruimte creëren voor verschillende levensbeschouwingen, maar dat die levensbeschouwingen met elkaar in dialoog gaan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als we een antwoord willen bieden en als we meer cohesie willen in deze maatschappij. Ik denk daarom, mevrouw de minister, dat het goed zou zijn dat we een eenheidsvak invoeren, levensbeschouwing, burgerschap, in de verschillende netten in ons land. Het zou een manier kunnen zijn om die dialoog met elkaar effectief dus aan te gaan. Vraag. Dus luidt mijn vraag, mevrouw de minister. Wat bent u nog van plan wat betreft het diversiteitsbeleid, het actief pluralisme? En is zo'n vak levensbeschouwing en burgerschap een optie? Ik heb gehoord dat Bart de Wever daar ook voorstander van is vandaag. Dus ik denk dat we dan al met heel veel zijn. Minister Krewits. Dank u wel, collega's, voor de vraag. Misschien eerst wat mijn onwelzijnde toestand deze ochtend betreft. Ik ben, collega's, geboren met een lage bloeddruk. En zo nu en dan verlaagt die iets meer. Je zou kunnen denken dat hij zou gestegen zijn deze ochtend toen ik de kranten las. Maar hij zat in een pijnlijke diepte. En dat had tot gevolg dat ik inderdaad een commissie heb moeten rateren. Nu, mijn opa had ook last van een lage bloeddruk en die is bijna 100 jaar geworden. Dus blijkbaar staat dat ook garant voor een lang, duurzaam leven. Collega's, collega Tommelijn heeft hier net de eed afgelegd als Vlaams vice-minister-president. En hij heeft in zijn eedaflegging ook gezworen dat hij de grondwet zal naleven. U weet, collega's, dat onze grondwet een paar toch niet te versmaden interessante artikelen kent. Waaronder, collega's, de artikel 19, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, die we allemaal zo belangrijk vinden. En uiteraard ook in artikel 24, de vrijheid van onderwijs. Ik zal zelfs, collega's, er nog een zinnetje bij vertellen. Elke preventieve maatregel is verboden. Dus ons onderwijs, collega's, is vrij. Het is dus niet aan mij om allerhande voorwaarden te gaan opleggen vooraleer we onderwijs kunnen inrichten. En toch verbaast het mij, ook meneer de voorzitter, dat ik hier voor de derde keer na elkaar, de derde week na elkaar sta om een vraag te beantwoorden, om mijn mening te verschaffen over iets wat eigenlijk ook tot de vrijheid van onderwijs behoort. Maar collega's, ik begrijp dat u vragen stelt. En ik was het eigenlijk, toen ik mevrouw Meuleman daarnet hoorde, het zal u misschien verbazen, mevrouw Meuleman, maar ik was het eigenlijk volkomen eens met uw tussenkomst. Niet zozeer met deze van uw collega, dat zult u mij ook wel niet kwalijk nemen. Onze katholieke scholen in Vlaanderen, want de vraag gaat toch daarover in eerste instantie. Onze katholieke scholen in Vlaanderen zijn sterk. Heel veel ouders sturen hun kinderen naar de katholieke scholen. En ik kan mij inderdaad geen katholiek onderwijs voorstellen in Vlaanderen dat zijn identiteit zou prijsgeven. Ik kan mij totaal niet inbeelden dat dat de bedoeling kan zijn. Want, en collega Meuleman heeft het gezegd, natuurlijk, deuren sluiten voor kinderen is niet aan de orde. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. En als je de realiteit in onze Vlaamse scholen vandaag bekijkt, dan zie je dat ook in de katholieke scholen moslimkinderen naar de les gaan en daar ook met open armen ontvangen worden. En uiteraard moeten we respect hebben voor elkaar. Maar je kan dat doen, zoals mevrouw Meuleman zegt, vanuit je eigen levensbeschouwelijke identiteit. Staat ook mooi in de grondwet. Dus als men die dialoog promoot, dan ben ik daar echt een grote fan van. Als we willen werken aan integratie, moeten we bereid zijn om met elkaar te spreken en mogen we ons niet terugtrekken op ons eiland. Maar, en ik denk dat dat ook alle geluiden zijn die ik vanuit het katholiek onderwijs hoor, dat zij dat ook in de toekomst zullen blijven doen vanuit een identiteit, maar wel met een open blik op de samenleving en gericht op de integratie van jongeren en op het best mogelijke onderwijs. Collega Meuleman, u stelde daarnet de vraag naar mijn mening over burgerschap op zich. Ik heb daar, denk ik, 2 weken geleden ook een antwoord hier al in deze plenaire op gegeven. Met name dat ik daar positief tegenover sta. We hebben het eindtermendebat in Vlaanderen dat loopt. U, de parlementsleden, hebben gevraagd om daar zelf een inbreng te mogen in hebben. Ik vind dat een heel goede zaak. Maar als u aan mij vandaag vraagt, vind je het van belang dat onze waarden, onze democratische waarden en al die zaken die ook in de grondwet staan, dat die sterker in de spotlights komen in elke school in Vlaanderen, dan is mijn antwoord daarop ja. Maar dat betekent niet dat er in onze scholen geen plaats meer mag zijn voor levensbeschouwing. Het staat trouwens uitdrukkelijk verankerd in de grondwet. En dat is, collega Tommelijn, ik heb er net naar verwezen, ook die grondwet waar u zo pas ook trouw aan hebt gezworen. Dus collega's, ik heb ook begrepen dat er nog heel wat discussie is binnen het katholiek onderwijs ook.
Ik zal als minister zeker deze discussies volgen, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen zo verstandig zal zijn om de grote sterkte van ons onderwijs in Vlaanderen en ook de sterkte van ons katholiek onderwijs, om dat in de toekomst ook zeker in zijn volle sterkte te behouden en te bewaren. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, ik stel vast dat uw bloeddruk, net als de top van het katholiek onderwijs van morgen, een absoluut dieptepunt bereikt heeft. Niettemin, dank dat u desondanks toch naar het parlement bent gekomen vanmiddag. Maar ik wil u toch ook uitnodigen, mevrouw de minister, wanneer u zich weer wat beter voelt, om eens de reacties op dit initiatief op krantenwebsites of op sociale media te bekijken. Die zijn vernietigend. En u mag dan als minister van Onderwijs niet doen alsof u neus bloedt. Trouwens, het is niet enkel mijn partij die zich tegen deze plannen verzet. Ook twee van uw coalitiepartners hebben zich al in de pers uitdrukkelijk verzet tegen deze dwaze ideeën. Het kan toch inderdaad niet dat wereldvreemde figuren vanuit hun ivoren toren dergelijke beslissingen gaan opleggen. Ik nodig u uit, mevrouw de minister. Er is zelfs al een speciale website geopend, www.geenislamoponzeschool. Ondertekent u daar, al is het anoniem, goed, een protestbrief tegen deze gang van zaken. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik zou u vooral aanraden om daar onder welke naam dan ook zeker niet te gaan tekenen. Ik denk dat het echt belangrijk is dat we inderdaad een antwoord bieden op de uitdagingen die er zijn na alles wat er ook is gebeurd. Ik denk dat het antwoord meer dialoog, meer cohesie, meer verdraagzaamheid is. Dat we dat doen door inderdaad een eenheidsvak in te voeren waar verschillende levensbeschouwingen echt met elkaar in dialoog gaan en elkaar ontmoeten. U bent bereid om dat te doen. Dat zal via het eindtermendebat zijn. Ik wil daar zeker over waken dat dat gerealiseerd wordt. Ik denk dat er nog andere pistes zijn om segregatie in onze scholen tegen te gaan. Het inschrijvingsbeleid moet een belangrijke stap voorwaarts worden. Ook daar denk ik dat het belangrijk is dat u landt en dat daar goede maatregelen uit voortkomen. Ik denk dat de scholen uit welk net dan ook een actief diversiteitsbeleid moeten voeren. Ook dat is iets waar we een tandje kunnen bijsteken. Dus de overheid kan wel degelijk iets doen en ik nodig u uit om daar te volle op in te zetten. Mevrouw Genee. Dank u wel, mevrouw de minister. In januari zette het gemeenschapsonderwijs zijn pluralistisch project Samen leren, samen leven in de verf. U was daar ook aanwezig. En vandaag geeft ook het katholiek onderwijs in Vlaanderen aan te willen aansluiten bij de diversiteit in onze samenleving. En ik denk dat dat getuigt van inzicht in onze samenleving bij de twee grootste onderwijsverstrekkers. Dat zij zeggen wel, iedereen heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen overtuiging, maar pluralisme moeten we wel absoluut nastreven. En ik vind dat goed nieuws dat die bezorgdheid door de twee grootste onderwijsnetten gedeeld wordt. Vandaar dat wij net als Groen en ook de collega's van Open VLD en de N-VA sinds vandaag heel expliciet pleiten voor dat gedeeld vak burgerschapsvorming voor alle kinderen in alle netten, in alle scholen in heel Vlaanderen. Ik denk dat het de taak is van ons onderwijs niet om goede gelovigen op te leiden, maar wel om sterke burgers voor een hechte en eerlijke samenleving te vormen. En dan zullen we er met z'n allen op vooruit gaan. Meneer Daniels. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's. Ja, mevrouw de minister, ik vind het wel raar dat wij deze vragen aan u worden gesteld. Zoals u dat hebt aangehaald, maar bon, ik kan alleen maar de vaststelling doen dat, lieve boeven, vandaag schoolstrijd 2.0 heeft ontketend. Schoolstrijd 2.0, een vorm van strijd voor de leerling. Want ik vraag me een beetje af of meneer Boeven weet hoe het er vandaag aan de dag in zijn scholen aan toe gaat. De lessen godsdienst is niet het voorlezen van de Bijbel. 1, 2, de gebedsruimte. Ik weet niet welke vierkante meters er nog zijn om die allemaal te gaan inrichten. En ik stel me ook de vraag, en daar gaat onderwijs toch over. Onderwijs gaat toch over een kwalificatie. Laat ons dan alsjeblieft inzetten of ze dan toch lessen geven na schools op Nederlands, op bijsturing, op huiswerkbegeleiding. De dag toen wij CLB's voorstelden, net onafhankelijk, kon dat niet omwille van de eigenheid. En om af te sluiten, mevrouw Genee, u zei van dat wij zouden veranderd zijn van mening. Nee, als u aanwezig zou geweest zijn op de eindtermen, zou u vastgesteld hebben dat burgerschapsvorming belangrijk is. Waar en hoe zal blijken in de verdere uitwerking van de eindtermen. Meneer Kennis. Dank u, voorzitter. Als het vrije net, waar 7 op 10 ouders hun kinderen aan toevertrouwen, ideeën lanceert, dan voelen blijkbaar heel veel mensen in Vlaanderen zich geroepen om daar onmiddellijk op te reageren. Wat is de context?
Eén, het katholiek net kiest voor een eigen identiteit en een eigen project. Twee, ze zien ook dat de samenleving verandert en dat de diversiteit op de schoolbanken toeneemt. Drie, men kiest, en dat is wel beslist, voor het project van de dialoogschool en men kiest voor een verbindend schoolklimaat. En dan worden een aantal voorstellen gelanceerd hoe de 2200 scholen daar zouden kunnen mee omgaan in functie van de context van die school, van de locatie, van de populatie, van vragen van ouders en van leerlingen. En dan plots voelt iedereen zich geroepen om daarop te reageren. Ik heb de indruk dat een aantal mensen toch wel wat in de val zijn getrapt vandaag. Het gaat om voorbeelden. Er is daarover niets beslist. Er is beslist voor een dialoogschool. En al de andere zaken zijn de vrijheid. En de vrijheid is vandaag gelukkig benadrukt door de minister. De vrijheid van de scholen. En de vraag aan de minister is om de verschillende scholen en netten die kiezen om eigentijds in te gaan op de diversiteit van vandaag, om die op een positieve manier te ondersteunen. Dank u wel. Meneer De Geugt. Dank u, meneer de voorzitter. Lieve Boeven erkent dat de maatschappij verandert. Maar eigenlijk moet het niet gaan over de uitspraken van Lieve Boeven. Eigenlijk moet het gaan over de toekomst van onze kinderen. En de realiteit is dat de maatschappij veranderend is. En dat als we er niet voor zorgen dat onze kinderen niet op een eiland, maar ook in die samenleving opgroeien. En welk eiland dat ook mogen zijn, of dat nu het katholieke, het islamitische, het vrijzinnige eiland is. Eigenlijk moeten we streven naar een inclusief onderwijs. Een inclusief onderwijs waar alles aan bod komt, dat open staat voor alles en waar men gaat vanuit burgerschap in plaats van één levensbeschouwing. We moeten gaan naar een open samenleving, naar een inclusief onderwijs, want een gesegregeerd onderwijs waar we vandaag mee zitten en verder naar evolueren, gaat onvermijdelijk leiden tot een gesegregeerde samenleving. En die oefening moeten we hier maken. En we moeten ons niet verschuilen achter de grondwet, want die grondwet kunnen we wijzigen als politici. Daar moeten we daarover spreken. Daar moeten we daar in de andere parlementen over spreken. En dan moeten we durven de scheiding van kerk en staat ook op dat vlak ter discussie stellen. Want dat is wat politici doen. Nadenken over waar onze maatschappij naar evolueert. En dat doen wij in deze te weinig. Mevrouw Krivit. Dank u wel, collega's, voor al deze interessante suggesties. Voor eerst, u moet eens, en sommige collega's doen dat zo nu en dan, u moet eens naar een van onze Vlaamse scholen gaan. En u moet eens de realiteit in onze scholen bekijken. U zult daar lerarenteams vinden. Geen eilanden, meneer De Geugt. Lerarenteams vinden met mannen en vrouwen die in de best mogelijke omstandigheden kinderen van allerhande origine, kinderen die thuis veel soorten levensbeschouwingen aanhangen, die in de best mogelijke omstandigheden proberen kennis, kunde en vaardigheden bij te brengen. En dat verdient alle respect en alle lof. En mevrouw Gené, als u zegt, de boodschap van het gemeenschapsonderwijs, die is sterk, die willen werken aan die inclusie, dat is juist. Ik vind dat ook een goede zaak. En we zien dat ook het provinciaal onderwijs, het gemeentelijk onderwijs, alle publieke onderwijsverstrekkers hebben trouwens de plicht om ook die verschillende levensbeschouwingen aan te bieden. Maar wie natuurlijk, en dat verbaast mij wat aan sommige tussenkomsten, wie denkt dat burgerschap en democratische waarden aanleren allemaal te herleiden is tot het integreren in het vak levensbeschouwing, dat is natuurlijk niet correct. Die zaken kun je mooi uit elkaar halen. Ik was op een conferentie met Europese ministers nog niet zo lang geleden en we hebben daar afgesproken om een pakket te maken met onze waarden, onze democratische waarden, dat naar alle scholen kan. U was daar ook tegen, meneer Janssens. Mevrouw Meuleman vond dat een goede zaak en veel anderen vonden dat ook een goede zaak. Wel, ik vind dat belangrijk dat we dat doen en dat we dat meenemen in het eindtermendebat. Maar er zijn in Vlaanderen heel veel kinderen die thuis ook een levensbeschouwing uitdragen en die ook die levensbeschouwing incorporeren. Daar is ook in de scholen een plaats voor, dat is netjes en mooi geregeld. Kinderen hangen die natuurlijk niet zomaar aan de kapstok als ze in een school komen. En ik heb ook begrepen, en ik begrijp u, collega's van de N-VA, dat jullie zeggen, en ook jullie voorzitter was zeer assertief, laat het mij zo zeggen, in de media vandaag. Ik begrijp het, dat sommige van die voorbeelden die gegeven worden, hij zegt, wat is dat nu in godsnaam? Want in onze katholieke scholen loopt dat nu toch allemaal anders.
Ik ben verzekerd geworden van het feit dat men de identiteit die men heeft zeker ook in de toekomst op de best mogelijke wijze wil blijven uitdragen, maar dat men tegelijk ook wil werken aan die dialoog. En als ik hier sta, meneer Janssens, nadat ik een beetje onwel was deze ochtend, dan is het omdat ik graag met jullie ook daarover wil blijven dialogeren. Ook met uw collega De Gucht, ook met uw collega's van de oppositie en van de meerderheid. Laat ons alstublieft ons focussen op de belangrijke taak die we hebben, ook in zaken die democratische en die burgerschapswaarden. Maar laat ons niet zomaar die grondwet als een snel te wijzigen votje papier beschouwen en er dan ook van uitgaan dat de levensbeschouwing, die nu gelukkig ook veel goede dingen doet in de scholen, dat die totaal overbodig geworden is en er totaal geen plaats meer heeft. Je kan perfect het ene met het andere verzoenen. En uiteraard zal ik mij ook nog wat beter informeren over wat meneer Boeve allemaal bedoeld heeft. Hij heeft mij vanmorgen ook wel wat verrast. Te meer omdat ik zijn groot project rond de katholieke dialoogschool een schitterend project vind. Ik vind het goed dat men met elkaar in dialoog gaat, spreekt elkaar leert kennen. We hebben een paar weken geleden nog maar die interlevensbeschouwelijke dialoogverklaring ondertekend. Net om niet, zoals men het in het GO zegt, te focussen op datgene wat ons onderscheidt, maar te focussen op datgene wat ons verbindt, ook als het gaat over levensbeschouwingen. Dus collega's, we zullen er verder werk van maken. Ik heb geen intentie om een schoolstrijd 2.0 mee te laten uitbarsten, maar ik ben wel bekommerd en bezorgd om elke jongere, van waar hij ook komt, wat zijn wortels ook zijn, om die in ons sterk Vlaams onderwijs de allerbeste kansen te geven. En daar zal ik als onderwijsminister verder over waken. Meneer Janssens, Schollermeijten. Meneer Kennis, de bevolking die zich mengt in publieke debatten, dat noemt men nu eenmaal democratie. En hier kan dat in tegenstelling tot in de meeste islamitische landen. En het is net om die reden dat ik mij verzet tegen de islamisering van ons onderwijs, om onze democratie en om onze vrijheden te vrijwaren. En collega van de N-VA, ik vind het toch een beetje merkwaardig dat u zich nu verzet tegen de islamisering van het katholiek onderwijs, terwijl u een heel veel andere dossiers met heel deze Vlaamse regering zelf de islamisering mee in de hand werkt. Er zijn tientallen moskeeën die erkend en gefinancierd worden. Er wordt geld vrijgemaakt voor een moslim-executieve om een infolijn op te starten. Islam-experten worden naar onze school gestuurd om er uitleg te gaan geven over de islam. En zo kan ik nog even doorgaan. Om het dan nog niet te hebben over het open grenzenbeleid van Theo Franken, waardoor weer duizenden moslims naar hier zijn gekomen. Wees een beetje consequent en verzet u tegen de islamisering, mevrouw ook van ons Meuleman. Katholiek onderwijs. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, een paar dagen geleden was er een studie bekendgemaakt van de ULB en de VUB die zei, onze jongeren in onze grootsteden, het ging over Brussel, van verschillende achtergronden en culturen leiden eigenlijk parallele levens en komen elkaar niet tegen. En ik denk dat dat niet goed is, dat we daar echt iets moeten aan doen en dat dat ook kan vanuit het beleid. Onze leerkrachten doen hun best en doen al heel wat inspanningen, maar ik denk dat het beleid hen daar moet bij ondersteunen. En dan denk ik aan zo'n vak, aan het inschrijvingsbeleid, aan het inzetten op gelijke kansen en de toegankelijkheid van ons onderwijs door de schoolkosten bijvoorbeeld. Dus er zijn wel degelijk inspanningen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we meer gaan samenleven in plaats van parallele levens te leiden, zoals dat onderzoek aantoonde. En dat was mijn vraag aan u om initiatieven zoals deze, die openheid tonen, verder te ondersteunen. Dank u wel. Laatste actuele vraag, mevrouw Meuleman, blijft u staan. De laatste actuele vraag is van mevrouw Meuleman en Hilde Krevits en die gaat over de stand van zaken betreffende onderwijspensioenen. Collega Jos de Meijer over de pensioenen van het onderwijspersoneel en mevrouw Gené over het overleg met de federale regering betreffende onderwijspensioenen. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik heb daar nog niet veel meegemaakt dat ik gewoon moet blijven staan. Maar Nee, ik stond hier ook een week of twee geleden samen met een aantal andere collega's. Allee, ik zat toen, er stonden hier een aantal andere collega's, maar we hadden eigenlijk allemaal dezelfde vragen, meerderheid en oppositie, over hoe het nu zit met de pensioenen van de leerkrachten. Er zijn een aantal federale maatregelen die genomen werden en die ons toch wel overvielen. U leek uit te schijnen dat ze u ook overvielen. Dat leek ons wat eigenaardig, omdat u toch met uw partij ook nauw betrokken bent
bij het overleg via de minister Chris Peters. Maar kort samengevat, onze vragen waren toch wel van hoe zit het nu met die leerkrachtenpensioenen? Klopt het dat leerkrachten langer zullen moeten werken, maar minder pensioen zullen krijgen? Wat zullen die maatregelen precies zijn? Wij vroegen duidelijkheid één en ook wel toch wel pistes om het leerkrachtenberoep aantrekkelijker te maken, wat altijd de bedoeling is geweest. We wilden hier een lerarenloopbaandebat opstarten, maar dat wordt gehypothekeerd door de beslissingen die genomen worden door de federale regering. U zei toen, ik ga praten met minister Bakkelijn. U heeft dat gedaan. Na dat gesprek bent u op de radio gekomen en in een aantal kranten. U leek zeer positief. Maar wat u zei was volgens mij nog net hetzelfde als 2 weken daarvoor. Namelijk, de studiejaren zullen niet meer meetellen. De tantiemes worden, of de berekening van de pensioenen, worden aangepast. Dus voor mij was daar niks nieuws. En lijkt mij dat we nog altijd even ver staan als 2 weken geleden. Dat er absoluut nog geen goed nieuws is over die pensioenen. En dat we dus nog altijd met problemen zitten als we dat lerarenloopbaandebat moeten aanvangen. Dus mijn heel concrete vraag is, wat is er veranderd na het overleg met minister Bakkelijn en ziet de situatie er iets beter uit? Mevrouw de minister, ik heb u reeds verschillende malen over dit thema ondervraagd, zowel in de commissie als in de plenaire zitting. Collega's, we weten met z'n allen dat we in de toekomst wat langer zullen moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Specifiek voor het onderwijsdossier en onderwijspensioenen spelen er natuurlijk een aantal andere elementen ook nog mee, voorzitter. Onder andere de geleidelijke afbouw van de diploma-bonificatie, de discussie over de tantiemes. Uiteraard ook welke beroepsgroepen plaatst men onder de categorie zogenaamd zwaar beroep. En uiteraard de mogelijke schrapping van de loopbaanonderbreking met aanmoedigingspremie op het einde van de loopbaan heeft ook zijn invloed. Mevrouw de minister, u hebt overleg gehad met uw collega federaal voor pensioenen, met de minister-president daarbij. Op het einde is er een mededeling geweest van de minister van pensioenen die zegt de leerkrachten zullen net als iedereen langer moeten werken voor hetzelfde pensioen. Natuurlijk de vraag waarmee wij geconfronteerd worden en waar ik graag een antwoord zou op geven, maar tot heden niet kan, dat is, als ze mij vragen tot wanneer zal ik moeten werken, rekening houdend mogelijk met de zwaarte van mijn beroep, dan had ik er graag kunnen op antwoorden. Misschien hebt u daar al een antwoord op en zo ja, dan had ik uiteraard graag geweten tot wanneer en op welke manier we samen met u en met de collega's die deze vraag krijgen van mensen uit de onderwijssector, hoe dat we daar een antwoord kunnen opgeven. Dank u wel, mevrouw de minister. Ook van onze kant, wij weten dat u het engagement heeft opgenomen om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken. En dat heeft natuurlijk een aantal componenten. Eerst en vooral de attractiviteit van het beroep, maar ook werkbaar werk, waar u toch zegt op te willen inzetten. En aan de andere kant natuurlijk goede pensioenvoorwaarden. Die maken een inherent deel uit van die attractieve carrière. En wat zien we dan? Zowel bij beslissingen van de Vlaamse als de federale regering, toch een aantal dingen die de leraarskamer ongerust maken. De Vlaamse regering besliste om het recht op loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar af te schaffen, wat dus ingaat tegen het creëren van werkbaar werk. En de federale regering besliste inderdaad om mensen volgens COC 3 jaar langer te laten werken voor 20% gemiddeld minder pensioen. En dat heeft inderdaad met de diploma-bonificatie en de preferentiële tantiemes te maken. Het resultaat, mevrouw de minister, ik denk dat u dat zelf ook aanvoelt, is onrust in de leraarskamer. We hebben het debat hier gehad in april. We zeggen aan leraars, wel, uw pensioendatum die schuift altijd maar verder naar voren. We zeggen ook aan leraars sinds april bij monden van de federale regering, uw pensioenen gaan meer dan waarschijnlijk dalen. In mei overlegt u met uw collega van pensioenen, maar heel concreet, mevrouw de minister, welke garanties heeft u gekregen dat de pensioenmaatregelen federaal over de afschaffing van de diploma-bonificatie voor de berekening van het hoogte van het pensioen, dat die worden teruggedraaid, zodat geen enkele leerkracht die langer werkt in de toekomst minder pensioen zal overhouden? Dank u wel, collega's. Ik ben inderdaad samen met mijn 2 andere onderwijsministers-collega's, waarvan 1 collega die pas
de eed heeft afgelegd bij onze collega Schijns. Dat was ook de reden waarom het eventjes geduurd heeft voordat we bij minister Bakkeleijnen geraakt zijn, omdat zij natuurlijk, het moest voor haar passen en we moesten ook weten wie het was. Maar we zijn dus deze week langsgegaan bij collega Bakkeleijn. Maar hij heeft eigenlijk het gesprek gestart met te verwijzen naar de pensioencommissie van een tijdje geleden, waar collega Frank van den Broeke ook een vrij prominente rol speelde. En waarin staat dus dat eigenlijk er voorgesteld wordt om alles wat diploma bonificatie betreft, om daar tabula rasa van te maken en daar niets meer nog van in leven te houden. Collega Bakkeleijn heeft gezegd, wij doen dat zo niet. Wij houden ons aan de uitvoering van het regeerakkoord. En wat staat in het federaal regeerakkoord, collega's? Nopens de diploma bonificatie staat er dat, en dat is wel belangrijk, het Nationaal Pensioencomité de uitfasering van de diploma bonificatie onderzoekt om die te vervangen door een regularisatiebijdrage van de studieperiodes. Hij heeft gezegd, ja, wat die maatregel betreft, dat doen we effectief. En daar gaan we samen, u weet dat in het Nationale Pensioen, dat in dat comité, dat alle sociale organisaties daar ook in vertegenwoordigd zijn. Wij gaan daarover vergaderen en de eerstkomende vergadering is op 9 mei. Er zijn ook nog vergaderingen dan van de bijzondere commissie pensioen op 12 mei en op 9 mei. En daar zal dan gesproken worden over de tweede maatregel die ook in het regeerakkoord staat, namelijk dat de tantiemes op een andere breuk worden berekend, behoudens voor de zware beroepen. En hier zit natuurlijk een zeer zorgelijke, een cocktail die wel wat zorgen kan baren voor onderwijs, omdat natuurlijk alles hangt af wat gebeurt er met die zware beroepen. Hoe zullen die gedefinieerd worden? Dat heeft dan impact op de tantiemes. En wat is dan het voorstel dat gedaan wordt rond de diploma-bonificatie? De minister heeft gezegd, kijk, ik kan daar nu niet veel details over geven. U hebt dat ook gelezen in zijn communicatie nadien. Wij zullen dat bespreken zoals het hoort binnen het Nationaal Pensioencomité en binnen de Commissie Pensioenen Publieke Sector. Want het gaat niet alleen over het onderwijs, maar over alle ambtenaren uiteraard. En daar zult u dan meer resultaat van zien op 19 mei. Collega's, en ik denk dat het collega Genee was die de link maakte met Vlaamse maatregelen. Het klopt inderdaad dat wij ook een dossier hebben rond de loopbaanonderbreking, waar het voor ons van belang is dat het stopzetten van de loopbaanonderbreking met vergoeding gelijk loopt met de onderhandelingen over het zorgverlof. Want er is natuurlijk een nieuw stelsel in Vlaanderen dat eraan komt met zorgverlof en dat ook in alle sectoren de mogelijkheid kan blijven bestaan om nog ongemotiveerd verlof te nemen, maar zonder dat je dan een vergoeding krijgt. Dat systeem moet ook in onderwijs uitgewerkt worden en ik zie de sociale partners daarover ook op 9 mei. Dat is voor mij goed. Ik ga op 9 mei de kans krijgen om met hen ook een aantal zaken te overlopen rond de manier waarop er nu onderhandeld wordt binnen de federale commissies. En zullen we ook hopelijk op 9 mei kunnen kijken op welke manier we dat Vlaamse zorgverlof in onderwijs ook mee vorm kunnen geven. Dus de komende weken, collega's, zullen belangrijk zijn ook duidelijk. Voor mij, ik was inderdaad positief na het overleg, omdat ik te horen gekregen had van collega Bakkeleijn, ja, het is de bedoeling dat het onderwijspensioen blijft bestaan. Alles zal onderhandeld en overlegd worden binnen de organen die dat moeten doen, zoals het ook hoort. En drie, was ik ook tevreden omwille van het feit dat ik maandag ook een overleg heb met onze sociale organisaties, omdat het ook natuurlijk mijn intentie nog altijd is om rond die loopbaan van de leraren, ondanks de vraagtekens die er wat zijn bij sommige federale pensioenmaatregelen, toch voortgang te kunnen boeken. Onder andere, zoals u zelf aangeeft, door de alternatieven voor de loopbaanonderbreking. Mevrouw Meuleman. Ja. Zo. Ga gerust dan. Dan moet je niet Mevrouw de minister, als het goed is, zeg ik het graag. Ik kan niet helemaal blijven staan. Nee, anders voel ik me zo. Als het goed is, zeg ik het graag, mevrouw de minister. Maar wat betreft dit dossier van het aantrekkelijk maken van de lerarenloopbaan, het vooruitgang boeken op dat vlak, daar zet u stappen achteruit in plaats van stappen vooruit. We hebben op dat vlak eigenlijk nog niks gezien, integendeel. En ik vind ook dat er geen enkele garanties zijn uit het gesprek met minister Bakkeleijnen, dat men inderdaad niet minder pensioen zal krijgen. De communicatie is een beetje bedrieglijk. Uw pensioen zal niet vermijden.
verminderen. Nee, maar u moet er wel 8 jaar langer voor werken als u hetzelfde pensioen zou willen hebben. Dat is onaanvaardbaar. U bent altijd de eerste, mevrouw de minister, om hier telkens weer opnieuw in de plenaire te zeggen van hoe erg u de leerkrachten waardeert, hoe enorm u het vindt, welke inspanningen zij leveren. Ik deel die bekommernis en ik deel dat met u, maar dan mag u wel niet altijd maar maatregelen nemen, zoals het verlof, zoals de pensioenen, zoals de pensioenleeftijd, die inhakken op die loopbaan van die leerkrachten en op de aantrekkelijkheid van het beroep, in plaats van dat te gaan promoten. Dus hier wacht ik echt, mevrouw de minister, tot u met resultaten komt die de loopbaan aantrekkelijker maken. Meneer de Meijer. Mevrouw de minister, ik denk dat u terecht... Hij blijft goed staan. Dank u, collega. Mevrouw de minister, ik denk dat u terecht vele inspanningen doet voor een goed sociaal klimaat. Maar ik denk wel dat je een aantal collega's, zowel federaal als Vlaams, moet aanmoedigen om voor sommige van hun maatregelen toch wel wat meer sociaal overleg te plegen als je dat goed sociaal klimaat wenst te behouden. En ik denk dat je dat absoluut nodig hebt als je ons aller bezorgdheid en ook uw bezorgdheid tot een goed einde wilt brengen om tot een loopbaanpact te komen in de loop van deze legislatuur. Voor minder jonge leerkrachten is het bijzonder belangrijk dat werkbaar werk in het onderwijs mogelijk blijft, ook rekening gehouden met de specificiteit van een beroep. En ik denk hier in de eerste plaats dan aan de kleuterleidsters. Vandaar dat ik ook suggereer om de nodige overgangsmaatregelen te voorzien. Mevrouw Gené. Mevrouw de minister, dank u voor het antwoord. Maar ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen dat u de vertegenwoordigers van de leerkrachten echt onvoldoende au sérieux neemt. De vorige keer kon u nog uw paraplu opentrekken en kon u zeggen, ja, die federale pensioenmaatregelen, dat is een ander niveau. Maar vandaag staan we hier inderdaad om toch ook te moeten vaststellen dat die loopbaanonderbreking, dus inzetten op werkbaar werk, dat u dat teniet doet. En dat is toch echt een gemiste kans die uw regering zelf heeft en niet benut. En dat snap ik absoluut niet. Ik heb de indruk dat u keer op keer in dit debat slecht nieuws of geen nieuws probeert te verkopen als goed nieuws. Maar dat pakt hoe langer hoe minder in de leraarskamer. En ik denk dat dat echt geen goede zaak is om de aantrekkelijkheid van het beroep te stimuleren. Meneer Daniels. Ja, dank u wel, collega's. Ik ben al blij dat de tonaliteit hier een beetje anders is dan een aantal weken geleden. En het overleg heeft ook duidelijk gemaakt, denk ik. En minister Baklijn heeft ook in de kranten gezegd wat zowel de minister-president als mijn partijvoorzitter, als ik zelf hier al heb gezegd, wie langer werkt, zal niet minder pensioen hebben. Natuurlijk, het debat wordt hier vermengd met andere zaken. Het debat wordt hier vermengd met het zorgkrediet. Het debat wordt vermengd met de puntenenveloppen die men opbouwt. Het debat wordt vermengd met al dan niet zwaar beroep. Het debat wordt vermengd met andere zaken. En ja, we gaan moeten wachten tot de totaliteit af is wat onderdeel uitmaakt, collega's, van sociaal overleg met alle partners, om tot een oplossing te komen. Dus mevrouw de minister, ik kan u alleen maar vragen om inderdaad mee te waken dat men genoeg kennis heeft van hoe het loopt. En inderdaad dat er overgangsmaatregelen zijn, zoals we in Vlaanderen ook getroffen hebben voor de TBS. Mevrouw Bruxell. Dank u. Uit de tussenkomst van de vorige collega is gebleken hoe complex het wel niet is. En dat is ook voor de mensen op het terrein zo. Men zou verwachten dat die mensen heel duidelijk weten waar ze aan toe zijn. En dat is vandaag niet het geval. En voor onze fractie is dat een punt dat zo snel mogelijk moet uitgeklaard worden. Waarover ik ook graag duidelijkheid zou hebben, mevrouw de minister, is over de notie zware beroepen. Ik denk dat we heel aandachtig moeten nagaan op welke manier men kan te werk gaan, wat men kan aanbieden aan oudere werknemers en wie binnen het onderwijs effectief belast is met een zogeheten zwaar beroep. We moeten daar open in zijn, we moeten daar eerlijk en vooral empathisch in zijn. Dank u wel, collega's. Eerst en vooral, ik hecht bijzonder veel belang aan het overleg en het sociaal overleg dat loopt. Dat weten jullie. Maar dat zorgt er soms voor dat je inderdaad bepaalde maatregelen gradueel maar kunt opbouwen. Er is, zoals ik net zei, een federale agenda. Wat is die federale agenda? Dat is alles, collega Bruxell, rond zware beroepen, tantiemes, diploma bonificatie.
waar je de vraag moet stellen, is het van deze tijd, is het nog oké dat je beloond wordt voor de jaren dat je gestudeerd hebt? We hebben daar gezegd, ja, nee, iedereen moet langer werken. Er is ook al herhaaldelijk gezegd, het mag niet de bedoeling zijn dat het volwaardige onderwijspensioen naar beneden gehaald wordt. Dat zijn we zeker. Alle modaliteiten, alle overgangsmaatregelen, de manier waarop er gebeurlijk uitgefaseerd wordt, vormt voorwerp van overleg. En inderdaad, collega Genie, ik kan daar vandaag geen duidelijkheid over verschaffen, omdat het overleg net loopt. Ik weet alleen dat bij de vorige, het eerste deel van de pensioenhervorming, door mijn toedoen, als ik zo vrij mag zijn, er ook mooie overgangsmaatregelen gekomen zijn waar de sector dan wel kon meeleven. Wat de Vlaamse maatregelen betreft, collega's, is er inderdaad de loopbaanonderbreking, maar onmiddellijk daaraan gekoppeld het nieuw systeem van zorgverlof waar ik daarnet naar verwees en de onderhandelingen die lopen rond het verloftekort. En collega's, u kunt zeggen, ja, het is spijtig dat je nog niet met resultaten kunt komen, maar we hebben met de vakbonden en met de werkgevers en de werknemers afgesproken om een traject tot einde schooljaar te gaan voeren. Dus die onderhandelingskadans die loopt. We hebben rond de verloven al heel wat gesprekken gehad. We zitten maandag terug samen. Maar uiteraard probeer ik de agenda van de partners, sociale partners ook te bewaken en deze zo goed als mogelijk te volgen. Een pact sluiten is niet iets wat je als minister alleen doet. Dat moet je doen met de werkgevers en de werknemers. En dat is nog altijd mijn ambitie. Ook al wordt deze ambitie soms wat gehypothekeerd door maatregelen die op een ander niveau aangekondigd worden. Maar collega's, ik ben ervan overtuigd dat het ook in het belang van onze leraren is dat we duidelijkheid scheppen. Het is complex, de verlofstelsels zijn complex, de pensioensystemen zijn complex. Maar het is wel beter dat nu ook de federale agenda zeer duidelijk wordt. Als we een pact sluiten, dat we dan meteen weten dat we vertrokken zijn voor de toekomst van het lerarenberoep. En het zou pas erg zijn dat je tot een pact komt Vlaams en dat dan plots federaal beslissingen daar komen aangewaaid die je niet had zien aankomen. Dus in die zin is de timing van alles nu wel goed, want alles kunnen we nu als één geheel bekijken. En dat is wat ik ook probeer te doen. Slotopmerking, mevrouw Meuleman. Daniels, ik ben het eens. Hè. Je moet het als een totaalpakket bekijken. En op die manier moeten we de loopbaan aantrekkelijker maken. En dit moet onderdeel zijn van het sociaal overleg. Alleen wat de regeringen nu aan het doen zijn, is dat sociaal overleg serieus op voorhand gaan hypothekeren door al maatregelen aan te kondigen die allen ingrijpen op de aantrekkelijkheid van het beroep. De loopbaanonderbreking, de hoogte van de pensioenen, het aantal gewerkte jaren, nog voor men aan tafel kan gaan en het sociaal overleg moet opstarten over het totale pakket. Dus dat de sociale partners inderdaad met het nodig scepticisme naar dat overleg gaan, meer zelfs dat het overleg er op bepaalde momenten serieus geblokkeerd uitzag, dat begrijp ik. Ik vind dat een foute manier van werken, maar ik hoop dat u inderdaad op het sociaal overleg toch nog tot goede resultaten komt, want ik denk dat het noodzakelijk en dringend is. Meneer De Meijer. Ik wil voor eerst een collega geruststellen. Mijn tonaliteit blijft dezelfde als een aantal maanden geleden. Maar natuurlijk mag ik ook eens luisteren naar datgene wat terecht soms leeft in de leraarszaal. Mevrouw de minister, u hebt als antwoord gegeven bij de vorige vraag. We hebben veel enthousiaste leerkrachten. Wij moeten ervoor zorgen dat dat morgen en overmorgen zo blijft. Vandaar mijn oproep om toch de nodige kansen te geven aan het broodnodige sociaal overleg. Mevrouw Gené, tot opmerking. Dank u wel. Ik sluit aan bij de collega's. Mevrouw de minister, dat kan best zijn dat de diploma-bonificatie niet van deze tijd is. En dat beamen ook sommige collega's, maar die beamen tegelijk, illustere voorgangers voor u, dat het lerarenpensioen niet te hoog is als je het vergelijkt met andere beroepscategorieën. Dus laten we maar vooral niet inzetten op het afnemen van sociale rechten, op het verlagen van het pensioen, ook als men mensen vraagt om langer te werken. Dat is geen goede zaak. Wat het devies lijkt van deze regeringen, en absoluut een devies waar wij ons zullen blijven tegen verzetten, is u geeft een schouderklopje aan de ene hand aan al die duizenden leraars omwille van het goede werk dat zij dagelijks verrichten in onze scholen met onze leerlingen. Maar met uw andere hand, Vlaams en federaal, zit u in de mensen een portefeuille en maakt u hen het werken moeilijker en zwaarder. En dat blijft fundamenteel een foute keuze. Dank u wel, mevrouw Gené. Daarmee zijn de actuele vragen afgehandeld. We gaan nu voort met de agenda. Dames en heren, de orde is het voorstel van Jan Peumans tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement. Wat de antwoordtermijn voor de schriftelijke vragen betreft. De algemene bespreking is geopend. Vraagt hierover iemand het woord?
Nee, de algemene bespreking is gesloten. Artikelsgewijze bespreking, artikel 1. Geen opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoofdstemming over het voorstel houden. Dames en heren, de orde is het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement wat betreft de commissie voor het onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en het onderzoek van de geloofsbrieven. De algemene bespreking is geopend. Vraagt iemand het woord? Nee. De algemene bespreking is gesloten. De artikelsgewijze bespreking, enig artikel, geen opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoofdstemming over het voorstel houden. Dames en heren, de orde is het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement wat de interpellaties, actuele interpellaties en actuele vragen betreft. De algemene bespreking is geopend. Vraagt iemand het woord? Nee. Dan is de algemene bespreking gesloten. Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking. Artikel 1 tot en met artikel 3 geen opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen zo dadelijk de hoge stemming over het voorstel van houden. Dames en heren, de orde is het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement wat de vragen om uitleg betreft. De algemene bespreking is geopend. Vraagt iemand het woord? Nee. De algemene bespreking is gesloten. De artikelsgewijze bespreking. Artikel 1 tot en met artikel 4 geen opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoge stemming over het voorstel houden. Dank voor het gestelde vertrouwen. Gaan we nu over naar de hoge stemming. Nu is aan de orde de hoge stemming over het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement wat de antwoordtermijn van de schriftelijke vraag betreft. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 104 leden deelgenomen. 104 ja, geen 1, geen onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement het voorstel aan. Aan de orde is de hoge stemming over het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams parlement wat betreft de commissie voor het onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichting en het onderzoek van de geloofsbrieven. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemberichtingen. 105 leden deelgenomen. 105 ja, geen 1, geen onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement het voorstel aan. Aan de orde is de hoge stemming het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams parlement wat de interpellaties, actuele interpellaties en actuele vragen betreft. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 104 leden deelgenomen, 104 ja, geen 1, geen onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement het voorstel aan. Dan hebben we het voorstel, de hoge stemming over het voorstel van Jan Peumers tot wijziging van het reglement van het Vlaams parlement wat de vragen om uitleg betreft. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 104 leden deelgenomen, 104 ja, geen 1, 105 leden deelgenomen, 105 ja, geen 1, geen onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement het voorstel aan. Dat is nooit gezien in de geschiedenis van dit parlement. Goed, gaan we nu over tot de moties. Dames en heren, aan de orde is de hoge stemming over de motie van Joost van den Broeke, Rob Beenders en Bruno Tobak tot besluit van op 4 mei 2016 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het Vlaams energiebeleid. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemberichtingen. 104 leden deelgenomen. 25 ja, 74 nee, 5 onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement de motie niet aan. Reden voor onthouding, meneer Janssens? Nee. We stemmen nu over de motie van Bjorn Joska, Johan Daan en Hermes Sanctorum over hetzelfde actualiteitsdebat. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 103 leden deelgenomen, 24 ja, 79 nee, 1 onthouding. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement de motie niet aan. Meneer Joska, reden voor onthouding? Ja, meneer de voorzitter, ik heb een reden tot onthouding. Ik vind, als de meerderheid hier gewoon de moties wegstemt zonder dat ze zelf een motie op tafel legt, dat vind ik dan eigenlijk echt wel tekenend voor de eenheid van het verhaal. Want wij hebben de moeite gedaan om een motie neer te leggen waar een aantal elementen in zitten waar jullie daarnet lippendienst aan hebben bewezen. Dus blijkbaar hebt u niet de moeite genomen om dan zelf een motie vanuit de meerderheid op tafel te leggen. Waarvan akte?
Ja, meneer Diependalen, alstublieft. Ja, meneer Joskaj, denkt u dat u dingen zoekt achter de afwezigheid van een motie die u helemaal niet moet zoeken? Ik denk dat we als meerderheid net iets minder nood hebben aan zelfbevestiging dan de oppositie. We stemmen tenslotte over de motie van de heren Janssen, Sintubin, Van Grieken, De Poortere, Dazeleer en mevrouw Anke van der Meers over hetzelfde actualiteitsdebat. Begin met de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 102 leden deelgenomen, 5 ja, 97 nee, geen onthoudingen. Dientengevolge wordt deze motie niet aangenomen. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 11 mei 2016 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u een behouden thuiskomst.